Oh my god, de revolutie heeft weer doorgezet. We zijn hier vanavond met Russell Brand, a.k.a. Jesus, a.k.a. Goldilocks, a.k.a. The Long-Haired Barbarian, a.k.a. The Bearded Prophet, a.k.a. The Gateway Space Case. Nee, dankjewel. Ja, ik probeer elke week nieuwe a.k.a.'s te bedenken. Ja, het zijn echt allemaal mooie a.k.a.'s. Ik ga dit allemaal noteren, want wauw. AKA's. Ik sprak trouwens gisteren Faber Yeo. Ja. En die heeft wat ideeën voor titels voor EP's van Amersfoort Anomaly. Ja, en maar ik vond ook Tuinlife een hele goeie. Heb je die ook op je gegooid? Ja, die heeft hij ook op me. Vond ik een hele goeie. Ik heb ook tegen hem gezegd, ik ga hier, en dat zeg ik ook nu tegen jou, thanks. Thanks, en ik ga hier echt iets mee doen. Ja, zo van, ik zou wel gek zijn wat niet te doen. Ik heb bijna wil ik ook als kandidaat zeggen, maar waar heb ik dit allemaal verdiend? Al deze love. Maar ja, ik weet het ook niet, man. Dat zal dan wel zomaar zo zijn. Thank you. Maar we hebben ook aan de Wilde Haren tafel, dames en heren. Drumroll, please. Ancilla van Leest. Van der Leest. Van der Leest. I'm gonna fuck up a couple of times vanavond. Mag ik dat met... Maar dat is ook omdat ik gewoon niet gewend ben dat je een achternaam hebt. Ja, ik ook in niet. Mijn verdediging. Nee, ik ook niet. In mijn verdediging. Oké, dus ik mag het niet over je namenverleden hebben. Ja, maar mogen we het dan op zijn minst hebben over hoe vreemd het voor jou was om ineens een achternaam te hebben? Mogen we het daar even over hebben? Ja, nee, heel raar. Ja, maar je kent het wel een beetje volgens mij, want jij zit ook met al je namen. Ik heb ook een namending. Ja. Je hebt ook een namen. This is true. Ik denk als artiest op een gegeven moment, die ooit online of alleen maar als artiest is begonnen. En op een gegeven moment ontwikkel je je verder en dan hebben mensen opeens je echte naam en dan is dat weer een ding. En en dan moet je daar weer wat mee of niet. Of, dan, nou ja. Dus jij gaat nu... Ga je terug naar je achternaam? Mm. Nou ja, weet je... Ik wat is er? Of je iets dichter bij de microfoon. Oh, don't be shy. Het is heel microphone. Hard voor mij. Heel luid. Oh, dan mag het... Ja, dat kan ik inschakelen. Zo beter? Ja, beter. Dankjewel. Okay. Als je harder of zachter wil, hoef je maar te zeggen. Dan kan ik het allemaal fixen. Dank je. Ah, zo behulpzaam. Voor de toekomst. Verder behulpzaam. Oh, yes. Nog Want op een gegeven moment natuurlijk kenden meer mensen mij onder de naam die mijn ouders mij niet gegeven hebben. Jiggy, dan... ik noem je gewoon Jiggy. Ja, till further notice. Ja, gewoon. Nee, dat komt ook geen notice. Ik vind het ook leuk. Ik luister er ook naar als ik over straat loop en iemand zegt Jiggy, dan zeg ik, hey, als de Fonzie. Ja, toch? Ik heb laatst een jongen ontmoet, die heette Fonzie. Echt waar? Wow. Ik zweer het je. Had hij ook dat haar? Nee, hij leek er voor geen meter op. Maar ik zei tegen hem, ik zeg, oké. Voor de luisteraars die jonger zijn dan 25. Is dat safe? Happy Days? Ik ben in België opgegroeid. Ik heb echt geen idee. Heb jij geen Happy Days gekeken? Ja, wel, maar wel echt toen ik 7 was of zo. Ja, precies. Ik ook. Ja, dat was... Oké. Okay, ja. Maar nee, ik heb het niet gekeken toen het actually op televisie was. Voor ons waren het ook al reruns, inderdaad. Ja. En anyway, daar zat een character in die serie, voor de mensen die dat niet weten. Er zat een character in de serie en hij was een beetje de soort... De definitie of cool, toch? Hij was een soort de coole... De coole dit was in de jaren 50, 60 ik serie. Ik denk het wel, Met van die gasten, met van die wax in hun haar. Ja, en hij was de coole, hij had een leren jasje. Hij was een soort John Travolta. En een motorcycle, ja toch? Een soort de John Travolta van die serie. Ja. Wat John Travolta in Grease was hij in die serie. Ja. Maar het was een soort, zoals Kees het noemt, grapje serie. En hij was een soort de cool guy. En hij kon dus in de tent waar ze altijd kwamen, kon hij met één trap tegen de jukebox een liedje aanzetten. En het was ook altijd het liedje wat hij graag wilde horen. En dan zei hij, dat was eigenlijk een beetje soort het grootste deel van zijn vocabulaire was En eigenlijk dat voel ik altijd wel. Dus inderdaad, dus nu nog steeds als iemand op straat zegt, hey Jiggy, zeg ik altijd, Niet uit echt als een ode aan Fonzie. Ik vind het mooi. Ik sprak dus de jongen, toen zei hij, ik heet Fonzie. Toen zei ik, echt waar ben je vernoemd naar Fonzie van Happy Days? En ik was eigenlijk een grapje. En toen zei hij, ja. Oh nee. Dat is wel eigenlijk heftig. Lijkt me wel. Ja, echt wel cool. Ik vind het wel cool. It's good as name as any, toch? Eigenlijk cooler ook nog. Hij is wel een beetje old school, maar ja, waarom niet? Tegenwoordig inderdaad weten mensen toch niet meer wie voor het is een beetje rockabilly is het. Ja, je moet dan wel die leren jassen ook echt rocken, denk ik. Precies, je bent wel een beetje meteen gepusht in de eigenlijk moet je die guy dan worden. Maar daar hebben we volgens mij al een keer over gehad, toch? Van als je je naam gegeven krijgt, dan... Vormt je sowieso. Je vormt je een beetje naar je naam. Dat is wel iets wat gebeurt. Dat is ook zo. Ik kan ook nooit namen onthouden die niet bij mensen passen. Mm-hmm. Ja, dus ik vraag me ook af, als jij nu tegen mij gaat zeggen, ja nee, voortaan heet ik Vincent. Ja. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dat ga onthouden. Nee, precies. En misschien verandert dat ook de hele dynamiek.
dan ineens. Dat je denkt van, ja, maar dan, ik weet niet, dan trek ik het allemaal niet meer. Is ook echt dan zo. Dan moet ik niks meer van want je als weten. Ik jou al Vincent noem, dan is er something else gaan dan als ja. Ik jou Jiggy noem. Ja. Weet je wel? Vincent, dan ben ik probably serious. Ja. Maar Vincent, dan is het ja. Is niet zo van... Dat weet Vincent. Dat ja. Kees, ja, dat moet je even aan Vincent vragen. Dat en mensen echt zo, wie is Vincent? Wie is Vincent? Ja, ja, ja. De fuck is Vincent? Ja. Ik heb ook nog een ander leuk Fonsie-verhaal. Okay. En dat gaat namelijk over Lucky Fons, de zanger. Ja. En daar was ik een keertje mee, daar hadden we het over namen. En toen vertelde hij, dan hadden we het dus ook over hoe onze artiestennamen vorm hadden gekregen. En toen vertelde hij dat hij zijn artiestennaam nog niet zo lang had, maar toen had hij dus een website had hij gemaakt. En hij had Lucky Fons de derde officieel, toch? Mm-hmm. Dus dat is Lucky Fons, Romeins cijfer 3. Mm-hmm. En hij had dus een website en dat was dus Lucky Fons, Romeins cijfer 3.nl. Toen stond hij ergens, maar hij was nog helemaal onbekend en was hij ergens geboekt. En daar deed hij een optreden en toen werd hij aangekondigd en toen zeiden ze... Dames en heren, vanavond voor jullie live, Lucky Fonsie! Ja, like okay. So, great like story. Het is ook echt wel moeilijk hoor. Dit kan je jezelf niet aandoen om in een domeinnaam 3 Romeinse cijfers te zetten. Dat is not gonna work out. Nee, it's not gonna work out, want mensen denken dat je gewoon II heet. Cijfers is ook vaak een probleem. Ik wist niet eens dat het kon. Eigenlijk misschien best wel handig in retrospect. Okay. Als je cijfers had kunnen plaatsen in je kan, URL. Kan, dat kan. Er zijn URL's met cijfers, maar het is ook confusing. Nou ja, we zitten toevallig aan tafel met iemand die alles weet over internet. Oh, is dat zo? Nee, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Bijna alles. Ben je internet? Ben je ook echt een... Oké, want voor de duidelijkheid, voor degene die het niet weet... Doe even een introductie anders. Ja, dat doe ik dus nooit. Wie de fuck ben ik? Nou, jij bent... Vincent? Jij bent... Ancilla, jij bent... met name nu, recentelijk, was jij lijsttrekker voor de Piratenpartij. Ja, voor de Tweede Kamerverkiezing. Voor de Tweede Kamerverkiezing. En jij hebt dus ook echt superhard campagne gevoerd en dergelijke. Yes. En, maar nu weet ik even. Oh ja, en als dusdanig weet je dus het een en ander over internet. Maar daar wil ik eerst namelijk even naartoe. Want ja. Dan gaat het zo meteen hebben over dat hele ding. Maar ben je ook echt heel erg internet savvy? Relatief gezien wel, denk ik. Het is niet zo dat ik in mijn vrije tijd zit te programmeren of zo. Mm-hmm. Maar ik ben wel vanaf mijn 18e internetondernemer. Omdat ik gewoon mijn eigen site runde. En mijn eigen nieuwsbrieven deed. En mijn eigen whatever, persberichten. En updates en forum onderhield ik. En al dat soort dingen. Dus in die hoedanigheid ben ik wel sinds, wat is 2003 of zo, ben ik op professionele wijze met het internet bezig. Ja. En ook omdat het mijn werk was, maar ook mijn hobby, echt wel fulltime op allerlei manieren. Dus bijna iedereen die kent in mij, of hoe mijn hele leven ontwikkeld is, is wel dankzij het internet. Ik zou echt bij God niet weten wie ik in godsnaam zou zijn zonder internet. Het internet. Ja, dat is raar. Hoe oud ben je? Ik kom uit 85. Ja, dat zeg je tegenwoordig maar gewoon. Ik ben al zo oud dat je het op een gegeven moment denk je, weet je, laat ik maar niet meer de tel bijhouden. Vind je het kut, ouder worden? Nee, zeker niet. Als je zeg maar met serieuze onderwerpen als politiek bezig bent, dan is het wel handig als je een beetje op leeftijd bent. Als je geen baby meer bent. Ja. Want dat had ik Jesse dus, Klaver. Dat had ik dus met Jesse Klaver. Ik heb aan tafel gezeten met Jesse Klaver bij de Supergaande podcast. Shout-out. Ja. Ja. En daar zat ik met hem aan tafel. En toen ineens en daar zat Kees Koning ook aan tafel. En ineens realiseerde ik me ook dat hij dus gewoon... Hij is 30. Ja. Of zoiets. Of 31. 30. We zijn even oud. Ja. Oh, je bent even oud? Ja. Ja, en toen dacht ik ineens van... ja, je bent gewoon een baby natuurlijk. Ja, dank je. Nee, maar jij bent een vrouw. Vrouwen zijn voor, toch? Op mannen. Ik bedoel, ik was toen ik 30 was. Ik bedoel, wij waren baby's. We zijn nog steeds baby's. Ja, ja, ja. Zo, wij zijn nu net kleuters of zoiets ik geworden. Ik weet wel dat veel mannen tegen Jesse Klaver aankeken. En echt dachten van, ja, ik kom zo'n jochie kijken. Ja, dat, precies. Wat moet ik ermee? Ik kan me dat ook goed voorstellen. En zijn electoraat. Dus ook alle mensen die op hem hebben gestemd. Een groot deel daarvan waren gewoon jonge vrouwen. Ah, ja. Maar de ja. Dat was überhaupt al een beetje natuurlijk GroenLinks hun electoraat. Dus ze hebben ze goed gedaan. Ze hebben een hele goede lijsttrekker uitgekozen wat dat betreft. Ja, ze hadden natuurlijk... Ja, dat, en daar waren ze ook de enige in. Want er is ook geen andere, er is geen andere soort quasi pretty boy in de, als lijsttrekker van een partij. Ja, dat is allemaal een kwestie van smaak, toch? Is er een pretty boy? Dit geeft een beetje aan dat jij toch vindt dat er iemand wel bij zit die enigszins... Ja, of het omgekeerde. Een hele lelijke vent. Nou... Pechtold bedoel jij? Pechtold is wel... Hey, maar Pechtold is wel veel langer dan je zou denken. In real life. Vind je niet? En jij bent er wel van onder de indruk. Ja, ik was wel onder de indruk van hoe lang hij is. Ja. Maar dat heb ik altijd natuurlijk. Omdat ik natuurlijk... Als je hem ziet, zie je meer een soort dit zo. En ja, je ziet... Je verwacht niet... Je lijkt dood. Zet de camera's op, Kees. Doe eens je Pechtold imitatie. Hij ziet een beetje zo uit. I care. En dan, maar sommige mensen hebben gewoon hele lange benen, toch? Die hebben dan kan het bovenlijfje...
En in dit ja. kan in geen nek. Ja. Kan... Hij heeft gewoon een knijterlang hoofd, toch? Hij heeft een knijterlang hoofd. Ja. Hij heeft een heel lang gerekt gezicht. Maar hij heeft zo'n uitgesmeerd. Het is een beetje gesmolten. Ja, een soort gesmolten unieke gezicht kunnen sommige mensen in hele gekke omstandigheden ook misschien beschouwen als iets heel spannends en knaps. Is sowieso. Mogelijk. Ik vind ook dat hij ziet er wel uit alsof je hem kunt vertrouwen, zijn gezicht. Oh ja. Nee? Nee? Oh. Ja, je kan je hier nu over uitlaten, toch? Het is klaar allemaal. Ja, ik zit een beetje in de laat ik positief zijn vibe. Oh, dat ik echt denk van, het is allemaal zo serieus geweest de afgelopen maanden. Oh, ja. Dat ik nu echt zoiets heb van, het hoeft allemaal niet zo serieus. Het hoeft niet allemaal zo competitief. Maar daar kan je er toch grapjes over maken dan? Zo. Juist kan je er grapjes over maken, over het gezicht van Pechtold. Ja, weet je, ik zit gewoon niet in de vibe dat ik lullige dingen over mensen wil zeggen. Dus zijn niet lullig. Weet je, dan zeg dan maar gewoon niks. Is ze niet lullig? Zeg, als je nou niks liefs kan zeggen, zeg dan maar gewoon niks. Ja. Ik vind dat niet lullig. Ik vind Pechtold... Ik vind het ook meer schattig. Maar in de zin van, het is wel een argument. Natuurlijk. Maar je hebt serieus moeten zijn de afgelopen tijd. Vertel eens hoe... Want jij, wat was überhaupt de overweging voor jou om het te gaan doen? Ik werd gevraagd. Echt waar? Ja. Nou, dit kwam natuurlijk niet helemaal uit het niets. Want ik ben in 2012 begonnen bij Bits of Freedom. En dat was een NGO, een digitale burgerrechtenbeweging. Waar is het NGO voor? Non-governmental organization. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk een soort lobbyclubje is dat. Ja. En die waren al heel erg actief bezig met proberen bij Tweede Kamerleden invloed uit te oefenen. In de zin van dat onze digitale burgerrechten ook beschermd worden in de Tweede Kamer. Ja. En zij zijn zelf niet politiek uitgesproken. Ze hebben niet een bepaalde kleur. Dus wat dat betreft, in die hoedanigheid heb ik toen ook met de PVV aan tafel gezeten. En met elke mogelijke partij, met de ChristenUnie. En Bits of Freedom heb je met PVV aan tafel gezeten? Ja. Ah. Ja, wie er ook maar wou. Want ik organiseerde die workshops in de Tweede Kamer voor Kamerleden over hoe het internet werkt. Letterlijk hoe het internet werkt. Mm-hmm. Want dat klinkt vanzelfsprekend, maar er komen best wel veel dingen bij kijken. Zeker op het moment dat je wetten moet maken of moet inschatten. Ja, want hoe het internet werkt ten aanzien van de politiek of hoe het internet werkt in het algemeen? Beide, maar dat valt dus niet los van elkaar te zien. Want bijvoorbeeld als je het hebt over, nu gaan we er meteen diep in, maar als je het hebt over netneutraliteit. Zoals in Amerika hebben nu providers, krijgen toegang tot de informatie die vergaard wordt. Wanneer jij gewoon niet vermoedend over het internet browst. Ja. Dat schaadt dus de netneutraliteit. En er zitten een heleboel consequenties aan. Mm-hmm. En je kunt dat gesprek niet goed voeren zonder dat je weet hoe het internet werkt. Ja. Okay, van de basics. Okay, dus nu ben ik Fleur Agema en dan zit ik hier en dan zeg ik... Nou, hoe werkt het dan precies als in het internet? En dan begin jij en dan wat vertel je dan? Nou, bijvoorbeeld een van de grote discussies die nu gaande is encryptie. Bijvoorbeeld, je hebt een paar apps. En de meeste mensen gebruiken die gewoon zonder daarbij na te denken, WhatsApp of zo. Nou, lange tijd was het niet encrypted. Alle data die daar overheen ging, daar kon iedereen gewoon in principe mee meelezen, zeg maar. Het is een beetje alsof je hebt twee manieren om iets te versturen, zeg maar. Je hebt een brief in een envelop die dichtgeplakt zit. Mm-hmm. En dan moet je echt al die brief gaan openmaken of zo, of openstomen voordat je daarin wil lezen wat er... En dan moet je hem weer dichtplakken en dan kun je hem verder sturen. Of je hebt gewoon een postcard... Waarin je gewoon vakantiegroetjes doet. Ja, precies. En zo moet je dus een beetje encryptie versus geen encryptie zien. Okay. En dan zijn er verschillende apps. Bijvoorbeeld, ik gebruik altijd Signal in plaats van WhatsApp. Ja. En die gebruiken per default die encryptie. Maar die hele discussie over bijvoorbeeld FBI versus Apple een tijdje geleden was dus over, hallo, maar terroristen gebruiken ook WhatsApp. Ja. En je kan dat allemaal niet zomaar, je kan al die data niet zomaar encrypten en dit en dat. En er wordt over gesproken op een manier alsof encryptie een soort van optioneel ding is, wat Apple of WhatsApp dan implementeert. Waarbij de beheerder vervolgens kan zeggen van, nee, maar jij mag er wel even inkijken. Mm-hmm. Maar encryptie is een heel mathematisch proces waarbij het of op slot zit of niet. Mm-hmm. Ja. Dus dat is niet iets waar je even in kan kijken of zo. Zeg maar, als het kapot is, kan iedereen erin. Ja. Dat is een beetje hoe dat werkt. Okay. En dat zijn wel hele soort van basic dingen die heel belangrijk zijn in dat gesprek voeren. Van als jij echt besluit van, we doen niet meer aan encryptie, of sterker nog, we eisen dat het gesloopt wordt, dan betekent dat dus dat het per definitie alles op het internet onveiliger maakt. Bijvoorbeeld ook als jij internetbankieren doet. Ja. Het is dan natuurlijk ook allemaal encrypted data, omdat je niet wil dat iedereen zomaar meekijkt. Ja. En omdat het heel belangrijk is dat die data die verstuurd wordt tussen jou en die bank, of degene waar jij je geld aan wil sturen, dat die niet onderschept wordt. Mm-hmm. Dus in die zin, encryptie is gewoon een heel belangrijk onderdeel van ons veilig internetverkeer.
En kan je dus niet zien in de hoedanigheid van, ja, andere mensen mogen wel encryptie, maar terroristen natuurlijk niet. Dat is niet gewoon niet dat hoe zo dat werkt het niet. Zo, dat is niet hoe dat werkt. Ja. Je weet ook niet van tevoren wie de terroristen zijn natuurlijk. Zo van, om die terroristen te vinden. We hebben vaak zo'n baard. Nee, maar... Ja, we hebben er hier een tafel, jongen. Ja. Nee, maar daar zit ik aan te denken van, de enige manier hoe je dat, waarom de mensen die dat zonder encryptie willen hebben, zodat ze iedereen kunnen checken, want dan kan je pas vinden wie dan in hun ogen terroristen zijn. En dan, het gevaar is natuurlijk dat zij dan ook kunnen bepalen wie zij terroristen vinden. Ja. Dus, en op welk, op, ja, precies. Ja. Maar ja, het gevaar is gewoon überhaupt dat je gewoon, dat er een aanleiding is om te zeggen, het moet open zijn. Ja. Toch? Dat is eigenlijk een beetje het ding van, het is alsof je zegt van, Oké, dus er zijn eigenlijk twee keuzes. Of we mogen onze voordeur op slot doen. Ja. Of het mag niet. Ja, precies. Toch? Precies. En of je mag postkaartjes sturen. Ja. Of je mag brieven. Enveloppen sturen. Ja, enveloppen. En basically, nou is er gelukkig bij ons de mogelijkheid. Nou, soms stuur ik een kaartje, soms stuur ik een envelop. En eigenlijk, maar wat jij zegt, op internet heb je die keuze gewoon niet. Het is of het een of het ander. Tenminste, vanuit degene die het aanbiedt. Degene die de app aanbiedt. Ja, dus zeg maar op het moment dat Apple een secure device maakt, dus jouw iPhone bijvoorbeeld, ja, of WhatsApp besluit om encryptie te gebruiken, ja, dan zit het voor hen ook gewoon op slot. Ja. Zo werkt het gewoon een beetje. Ja, 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 ja. Dus, maar in die zin heb je dus een aantal verschillende discussies die door elkaar lopen. Je hebt de ideologische discussie van wat is privacy en voor wie is het en waarom. Mm-hmm. En waarom hebben we überhaupt privacy als een soort van mensenrecht, fundamenteel mensenrecht, burgerrecht. Je hebt de juridische discussie van, ja, maar in welke context zijn bepaalde dingen mogelijk? Mm-hmm. En dan heb je nog de technische discussie van, ja, maar wat is er technisch mogelijk? Ja. En wat is er technisch niet mogelijk? En soms kom je dus in hele absurde discussies terecht, waarbij het eigenlijk over een ideologisch idee gaat, terwijl de dingen die aangekaart worden zijn eigenlijk heel technisch, ja, en zijn gewoon heel zwart-wit wat dat betreft. Ja. En wat zegt de wet er nu over, hier dan, in Nederland? Encryptie is nog legaal, maar ook daar wordt af en toe de discussie opgeworpen of dat een goed idee is of niet. Nu ben ik het even kwijt. Encryptie is dus dat het juist wel open is, of juist niet? Nee, juist dicht is. Nee, encryptie is dus dat het encrypted is. En dat encrypted betekent dus dat de data een beetje door elkaar gehosseld wordt op een mathematische manier. Ja. Waarbij tussen degene die het verstuurt, mm-hmm, en degene die het ontvangt, dat het niet onderschept kan worden. Ja, dan is het encrypted. Dan is het encrypted. Maar je zegt, nu is het legaal. Nu is het legaal. Nu is het legaal om te encrypten. Dus oh, oké. Okay. Ja. Ik had het andersom in mijn hoofd namelijk. Ik dacht van, we willen dat ook legaal. We willen juist dat verplicht is, zou ik zeggen. Oh, dat zou nog beter zijn. Dat zou wij willen zijn. Dat. Maar ja, er zijn dus in het kader van mensen die zo veiligheid willen, wordt dat als excuus gebruikt om dat dan maar niet te encrypten. Zodat je... Ja, want dat is het enige wat ik dan aan zit te denken. Is het mogelijk dat iets... Stel... alles is encrypted, waar ik dan voor zou zijn. Maar oké, er is op een gegeven moment een verdachte. Ik kan je wel een voorbeeld geven. HTTPS is bijvoorbeeld encrypted. Precies, ja. Tegenover HTTP, precies, waarbij jij als gebruiker niet het verschil merkt. Nee, precies. Maar op het moment dat jij data opvraagt of verstuurt naar een HTTP of HTTPS site, dan kan dat dus onderschept worden op een makkelijke wijze of niet. Precies, als die S er niet in zit, zeg maar. Precies. En is het ook mogelijk dat als je zeg maar... stel je, we gaan er even vanuit alles encrypted is. En ik stuur een bericht naar iemand wat dan een jaar later wordt beschouwd misschien, en het is een encrypted bericht, maar een jaar later wordt misschien besloten van dit was echt gevoelig, hier geeft hij zijn meesterplan bloot, wat hij wil doen, zijn terroristische data, whatever. Kan je het dan met terugwerkende kracht weer decrypten? Of is het zo dat als eenmaal iets encrypted is verstuurd, is het dan gewoon weg voor de mensen die... Want ik kan me wel voorstellen dat als je als politie of overheid zoiets hebt van, je weet bijna zeker door bepaalde onderzoeken dat er bepaalde gevoelige informatie is. Zoals bij een huis dus. Je kan een huiszoekingbevel krijgen. Ja. Als politie krijg je een huiszoekingbevel en dan mag je in het huis in. Zou dat kunnen? Bestaat dat? Dat je dan al die berichten weer terug kan krijgen, maar dat het tot die tijd wel helemaal encrypted is? Of is het echt zo letterlijk wat jij zegt, dat het of allemaal encrypted is of allemaal open? Nou, de reden waarom jij die berichten wel kan lezen als ontvanger is omdat jij een sleutel hebt. Omdat jij de sleutel hebt om die encryptie open te maken, zeg maar, om die deur open te maken. Dus dan waarschijnlijk... En daarom kun jij het lezen. Maar dat was dus precies de grote... Als je het niet letterlijk aan iemand laat zien, dan kan die andere ook echt nooit achterkomen. Klopt. Wat die informatie is, ja.
als zij niet die sleutel hebben om die informatie te lezen. Dat klopt, maar dit was dus precies de discussie die er tussen de FBI en Apple gaande was. Okay, waarbij de FBI zei van ja, Apple moet er gewoon voor zorgen dat wij gewoon die telefoon van die ene terrorist in kunnen. Ja, en precies. Apple zei ze van ja, als we daarvoor zorgen, dan maken we alles en iedereen, elke iPhone gebruiker ter wereld, maken we onveiliger. Ja, die misschien, ja... En dat kan dan ook weer misbruikt worden. En hoe lastig is het dan? Hoe lastig is het dan om daarin te duiken? Als ik dan ineens denk van, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Ancilla allemaal aan het appen is naar Space Case. Ja, dat kan dus niet. Nee, als het dus niet encrypted is. Hoe moeilijk is het dan? Nou, dan moet je nog wel steeds een bepaalde technische skills hebben. Ja. Maar vervolgens zijn die technische skills niet heel erg ingewikkeld. Nee, precies. Dus bijvoorbeeld als jij op een wifi-netwerk zit. Op een open wifi en jij verstuurt zomaar informatie, dan kan het vrij makkelijk onderschept worden. Bijvoorbeeld als jij hier in een café zit en jij maakt gebruik van de gratis wifi. Ja. En die is niet heel secure, dan kan het heel makkelijk onderschept worden. Dus ja, in die zin is het maar beter dat je gewoon encrypted dingen gebruikt. Maar het wordt al meteen heel technisch. Nee, maar inderdaad. Het blijft wel interessant, omdat ik denk dat namelijk, ik bedoel, voor mijn gevoel, en corrigeer me vooral als ik geen gelijk heb, maar voor mijn gevoel was het dit jaar, deze verkiezingen, voor het eerst wel een beetje een topic. Meer dan de voorgaande verkiezingen, of ligt dat aan? Nou, het grappige was dus dat in campagnetijd is het bijna niet gegaan over privacy, over digitale zaken, over de invloed van technologie. Nee, niet vanuit hen, maar wel voor, denk ik, voor een deel van het volk zeker. Ik denk dat zo in de nasleep van die NSA-dingen zijn wel meerdere mensen hier bewust van geworden. Ja, wat voor een probleem dat kan zijn. Zeker. Alleen in de week na de verkiezingen zag je dus heel veel kranten erover schrijven van, oh, eigenlijk hebben we het in de campagnetijd helemaal niet gehad over dat zag ik jou ook, digitale zaken en over privacy en zo. Dat ik echt dacht van, oké, en nu komen jullie ermee. Ja, dit is echt heel nasty. Want dat is frustrerend, want dat was natuurlijk voor jou was dat koren op je molen geweest. Ja, dit is ons stokpaardje, zeg maar. Precies. Dit is waarom de Piratenpartij bestaansrecht heeft, omdat digitale zaken zo belangrijk worden en zo invloedrijk worden in ons dagelijks leven, dat daar ook die expertise moet ook in de Tweede Kamer zitten en dat gesprek moet ook op serieuze niveau gevoerd worden. En dat gebeurt nu niet. En dat is het hele bestaansrecht van de Piratenpartij. Zijn er partijen naast de Piratenpartij die het wel op de agenda hebben staan? D66 probeert het te kapen. Als je vervolgens kijk naar hun stemgedrag. Daar af en toe. Ja. Ik dacht dat je alleen maar lieve dingen ging zeggen. Nee, het is van hun. Ja. Nee, dit zeg ik jullie hebben een piraat hoor. Hey. Zij zijn gewoon, zij komen bij 1966, zij gaan helemaal niks doen. Hey, van mij mag je alles kapen. Dat is altijd een goed plan. Maar nee, Kees Verhoeven van D66 heeft beloofd dat hij de piraat in de Tweede Kamer zou zijn. Bij gebrek aan Ancilla in de Tweede Kamer. Okay. Dus dat neem ik als een groot compliment. En daar ga ik hem ook aan houden. Ben je hem dan nu bijvoorbeeld al aan het bestoken van, hey, oké, ik ben aan het opletten. Ja, dat weet hij wel hoor, dat weet hij wel. En ook niet alleen ik, maar ook al mijn 40.000 volgers ook. Ja, precies. en jij, dus jij had in de hoedanigheid als in jouw functie bij Bits for Freedom, daar was je dus mee bezig. En vervolgens zei je, het was niet zo'n heel groot sprongetje om lijsttrekker te worden van de Piratenpartij daarna. Nee, er zat nog heel wat tussen. Ik heb ook columns geschreven voor Financieel Dagblad, Outlook. Over privacy en over, ook zeker in verband met de financiële sector. En bijvoorbeeld nu zie je dat op steeds minder plekken kan je met contant geld betalen. Ja. En wat voor invloed dat heeft op onze afhankelijkheid van banken bijvoorbeeld. Dus daar heb ik veel over geschreven. En in 2014 werd ik gevraagd door een aantal politieke partijen, maar onder andere door de Piratenpartij, om voor de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam te gaan. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik heb voor de Piratenpartij toen op nummer 3 gestaan. En dat was een vrij succesvolle campagne. We hebben er echt veel publiciteit mee gehaald. En het heeft ook het effect gehad dat de eerste verkozen piraat in de Nederlandse politiek in Amsterdam verkozen is. Het klinkt ook zo cool, dat wil je toch? Je wilt toch een piraat in de kamer? Zo Jack Sparrow, man. Ja. Ja, man. Echt kut. Dus dat was heel cool. En dat was in 2014. En toen ben ik er een tijdje tussenuit gegaan naar Berlijn. Jij komt ook net uit Berlijn. Ik kom net uit Berlijn. Hoe was het? Wel leuk. Het was wel leuk, ja. Ik zat vannacht om 4:30, denk ik. Zat ik nog in een soort vuig. Berghain. Ben je in Berghain beland? Nee, dat niet. Nee. Maar wel in een vuige tent. Wel echt in een soort vuige
Berlijnse, ik ga daar maar even vanuit, left wing, een soort smerige rock. Kut hippies. Tent ja. Met smerige mensen. Maar het was wel, ik moet wel zeggen, ik weet niet hoe laat het nu is, maar het is nu niet zo erg lang heel geleden. Vroeg. Ja, ik zat nog niet zo erg lang geleden daar. Ik hou ook enigszins slecht. Maar het is wel leuk. Ik hou wel echt van Berlijn. Ik was trouwens, misschien wel een interessant bruggetje. Ik was daar omdat ik gisteren op bezoek was bij onze MCN. Dan weet jij wat dat is. Ha! Yes, ik weet iets over internet wat jij niet weet. Ik heb geen fly idee wat het is. Clem, weet jij wat een MCN is? Is dat zoiets als The Next Web? Oh! Hey! Owned! Netjes. Ja, Clem is dan ook wel echt een... Clem had ook een piraat. Kan ook zomaar een piraat zijn. Hij weet ook alles van internet. Maar vaak de techies die daar zitten zijn bijna altijd piraten. Wij noemden hem bij ons thuis altijd de cyberdokter. Cyberdokter Clem. Ik ben er dat hij piraatpartijen heeft gesproken. Mm-hmm. Door jou, het komt door jou. Ja, als mensen als jij al niet eens support geven aan de belangrijkste partij van Nederland, wat heb je gestemd dan? Oh, jij hebt op Jesse gestemd. Niet. Is dat niet oké? Nou. Is Jesse niet oké? Ik heb niet op Jesse gestemd, maar wel op GroenLinks. Zie je, toch nog een beetje. Het is zo sweet. Ja. Toch een beetje waar wat ze zeiden. Dat is wel misschien net het verschil geweest. Dit. Ja. Stak. Ja, Clem werkt bij de Tros. Dus. Afrotros, sorry. Hij werkt bij Afrotros. Wat trouwens heel grappig is, want Afrotros betekent dus nu Clem. Waar staat dat voor? Afro en Tros? Iets van een algemene vereniging omroep radio. Televisie, radio, omroepvereniging, zoiets dergelijks. Dat is dus Afro Tros, want Afro was al zoiets. Ja, en Tros is dat ook, dus dat is nu de... Oh, hoe heet nice, dat? Nice. Ja, okay. I love it. Enorm aan het afdwalen, besef ik MCN. Nu weer. Maar daarom zijn we ook aan het podcast. MCN, ja. Multichannel Network, ja. En MCN is dus een bedrijf, en dat is dus, er zit een bedrijf dus in Berlijn, opgericht door een Nederlandse man en twee Duitsers. En die doen... Die supporten, laat ik zeggen, bovengemiddeld grote YouTube-accounts. Ondersteunen de accounts. Op ongeveer, ja, op elk gebied. Wat je dus... Ja, ik denk ook dat de Avrotros is een beetje een aflopende zaak wat dat betreft. Oh, Stef! Dan gaat het positiviteit out the window. Positiviteit out the window. Yes, is al gedist. Nah. D66 heeft gekaapt. Afrotros is een aflopende zaak. Nou, als, we het hebben, nou, als ik kijk naar onze generatie, dan is het... Kijken jullie nog tv? Serieus? Nee, natuurlijk niet. Ja, oké. Okay. Dus ik zeg niet iets heel geks, toch? Daarom zitten we hier. Ja. Omdat ik dat al niet meer van plan ben. Omdat ik denk dat niemand dat nog van plan is in de toekomst. Nee. Maar ja, kijk, Lenny is gewoon zo uitzonderlijk goed dat het zomaar zou kunnen dat ze Afrotros gewoon in leven houden, zodat Clan een baan daarom heeft. Daarom zit hij hier, toch? Dit is zijn future. Ja. Hij investeert in zijn toekomst. Clem zit op de internetafdeling. Clem zou eigenlijk nu gewoon hier moeten zitten. Maar hij zit op de internetafdeling. Maar zit hij ook in de Avrotros? Nee, hij zit niet in de Avrotros. Avrotrossie? Avrotrossie! Nee, Clem is dus... het wil wel eens voorkomen. Clem heeft dus doet de uitzending gemist, de site? Nee, ja. Ja, oké, sorry. Ik zeg dit altijd verkeerd. Maar we horen hem niet, hè? De kijkers thuis denken nu echt... Je hebt echt een gesprek met de muur of zo. Ja. Ja, oké. Okay. Hij maakt apps en sites. Maar het wil dus wel eens voorkomen dat Clan, dat wij in de stad zijn om 2:30 s'nachts. En dat Clan al gewoon een paar drankjes op heeft. En dat hij ineens zegt, hij moet nu naar huis. Dan gaat hij naar huis en dan jaagt hij weer een of ander shit die eruit lag. Jaagt hij dan weer de lucht in. Goed zo. Dat is Clan. Netjes. Cyberdokter. Netjes. True, maar, maar dat doet een MCN. Ja, nee, interessant. Dus wat doet een MCN? Jezus, dat heb ik net uitgelegd, Kees. Ja, maar we waren in de tussentijd al meer. Ondersteunt de YouTube-kanaal. Ja, maar dat vind ik nog best wel een soort van... Ja, dat op elke manier loos. Maar oké, noem eens 15 manieren. Nou, 15 manieren, wordt misschien een beetje gortig. Wat zij onder andere is doen... Is het gewoon geld? Zo van, hier, ik ondersteun je, take this money. Nee. Live your life. Nee, dat doen ze dus helemaal niet. Okay. Maar wat zij wel... Eén is dat ze zitten gewoon voor een deel... zeg maar, als dat eventueel nodig is, zitten ze op de content. Eventueel kunnen ze dus creative... helpen bij het ontwikkelen van hun content. Of dat ze zich eens doen in dit is handig om te doen. Soort sturen. Maybe. Ja. Maar en anderzijds zijn ze dus bijvoorbeeld bezig met in het geval van de muziek sites. Want dus wij zitten daar bijvoorbeeld op, Topnotch zit daar. Daarom is het voor jullie interessant, ja. Boef zit daar bijvoorbeeld. Mm-hmm.
Daar doen ze dus bijvoorbeeld de copyright claims. Dus de, wanneer iemand anders shit van ons uploadt op zijn of haar YouTube account. Ja, dat krijg ik ook altijd als ik mijn eigen videoclip op. Ja, dat kan je niet doen, Gabi. Je hebt no rights! Ja, inderdaad. Ja. Oh, jullie zijn die klootzak. Ja, hoezo? Ja. Hoezo? Dat is mijn shit. Dat is mijn shit. Ik voor de shit. Mob, they're the mob, man. Nou ja, en dan zeggen ze dus van... dan zeggen ze, ja, sorry, dat is niet jouw shit. En dan wordt het er weer afgejakkerd. Ja, moet ik wel zeggen, als je dan toestemming hebt, zoals ik dan natuurlijk heb, dan wordt hij er weer terug op gezet. Wordt het weer terug op. Maar je krijgt wel inderdaad die copyright claim, inderdaad. Ja. Dus dan moet ik eerst weer iets invullen. Maar goed. Maar dat is het. Je moet originele content. In zoverre als het gaat... Dat zeker, maar mensen willen jouw dingen ook remixen. En steeds meer YouTubers krijgen daar last van nu. Dat ze bijvoorbeeld een game review doen of zo. Of ja, een movie review. Mm. Je kan mijn shit ook gewoon remixen als jij gewoon een goed bot doet. Ja. Maar dat is geld het inderdaad. Ben jij bent degene waar tegen ik ageer. Ja, dat vind ik het ook zo leuk. Vrij, dat denk ik een vrij internet, ik ben ook aan het opwerken naar een full-blown ruzie. Dat is een beetje mijn idee. Maar je weet bijvoorbeeld, Metallica is helemaal te onder gegaan daaraan. De Napster. Omdat ze zo aan het janken waren. Maar ze waren aan het janken. Dat is wat anders. Metallica, de Napster werd groot. Metallica raakte in paniek. Ja. Zij dachten gewoon, dit gaat nooit opgelost worden. Ja. En zeiden ze gaan janken. Ja. Ja, dat moet je nooit doen. Ik ben niet aan het janken. Ik zeg gewoon, dit zijn mijn rechten. En als jij daar, don't hate the player, hate the game. Ja, maar het verschil is dat toen dat systeem er niet was. Zij waren ook, zeg maar, als zij hadden kunnen zeggen, hey, dit is hoe het zit. Je mag niet mijn muziek, can't touch my music. Ja. Dan waren dus, het enige verschil is gewoon die paar jaar dat er dus nu... Ja, het heeft een positieve kant en een negatieve kant. Want aan de ene kant bescherm jij jouw artiesten, zou ik maar zeggen. Dus dat is het positieve eraan. Maar inderdaad, het probleem is dat als mensen dus stukjes van de muziek gebruiken voor hun lol, omdat ze het willen remixen misschien. Ja, dan wordt dat dus wel... dat is nog best wel een probleem. Weet op YouTube bijvoorbeeld, wordt heel snel krijg je dat al zonder gegronde reden. Weet je wat het is? Laat ik het zo zeggen. Ik persoonlijk, kijk, ik ben ook een maker en ik geloof niet... Ik geloof dat wij zijn... als maker ben je de bron. En wat mij betreft, as far as onze creativiteit reikt, is dat voor mij is het onuitputtelijk. Ik ben niet bang dat iemand iets gaat doen met dat wat ik heb bedacht. Dat vind ik al cool. Ik vertel de hele tijd, hier, bijvoorbeeld, of op de radio, of gewoon in interviews. Ik vertel altijd wat mijn ideeën zijn. I don't care. Als iemand anders dat wil gaan proberen uitvoeren, is ook cool. Want ik geloof ook dat ik bepaalde kwaliteiten bezit, waardoor ik mijn ideeën tot uitvoering kan brengen. Dus dat zijn niet alleen de ideeën, dat is ook hoe je het uitvoert. Jij raakt ook geïnspireerd toch door jouw voorgangers. Exactly. Sterker nog, ik kan je zo 10 voorbeelden geven van shit die ik heb gebruikt, wat we nooit hebben gecleared, waar ik nu nog voor gezoet zou kunnen worden eventueel. Ja. Oeh. Ga ik niet doen. Oh, jouw haters gaan nu graven, joh. Ja, je gaat zoeken. Ja. Hey, de sample. Zoek lekker. Ja, je weet toch wel. Ja, maar inderdaad, het is pas van belang als het ook in grote getalen. Stel dat je inderdaad opeens 18 miljoen views hebt op dat nummer waar die sample in zit, dan gaat zoiets wel spelen. Luister, dus dat is het ding. Dus wat mij betreft, kijk, nu zijn de regels zoals ze zijn. Mm. Dus daar heeft iedereen zich maar aan te houden. Dat is gewoon nu wat het is. En ik zit bij je. Nee, oké, luister. Tenzij je zegt, ik wil dat veranderd hebben. Cool, dan give it your best shot. En ook daar ben ik bij. Als jij vervolgens zegt van, luister, intellectueel eigendom of whatever, dat is oud. Dat needs to go. En jij kan dat hard maken en het regelen. Mm-hmm. Fine. Dan gaan we naar... Ik ben daar niet bang voor. Ik ben daar niet angstig voor. Nou, ik ben zelf ook content creator geweest. Ja. En ik had gewoon een website waarbij ik mijn eigen foto's te koop aanbood. Door middel van bijvoorbeeld een abonnement. Dat kan je een abonnement afsluiten voor een maand. Of 3 maanden of 6 maanden of 2 jaar wat mij betreft. Ja. En daar verdiende ik ook mijn geld mee. Dus op het moment dat mijn foto's ook overal op internet werden gedeeld, schrok ik ook wel eventjes van, oh shit, nou daar gaan mijn inkomsten. Mm. En achteraf gezien ben ik wel tot dat besef gekomen van, ja, had ik het flexibeler aangepakt, had ik er meer gebruik van gemaakt en de voordelen ervan gezien. Zoals bijvoorbeeld nu de correspondent bijvoorbeeld. Ja. Je hebt vast wel eens artikelen van de correspondent gelezen, ook al ben je misschien geen lid daarvan. Ja. Omdat zij het best wel vrijgeven, gratis weggeven. Mm-hmm. Met de boodschap erbij van, joh, als je dit tof vindt, betaal alsjeblieft. Mm-hmm. En ik merkte ook wel bij mijn eigen website, ik wist op een gegeven moment dat het overal gratis te vinden was. Ja. Maar mensen betaalden nog steeds. Omdat ze wisten dat ik gewoon een persoon was die gewoon dag en nacht werkte voor die dingen. Ja. En mij daarvoor geld wouden geven, zodat ik doorging met nieuwe dingen maken. Mm-hmm. Dus achteraf gezien had ik wel gewild dat ik meer de positieve kanten van vrij delen op internet had ingezien. Mm-hmm. En daar meer gebruik van had gemaakt. Dan dat ik het als een soort van
concurrentie had gezien. Ja, nou is het denk ik wel het verschil tussen specifiek iemand die het wil consumeren. Mm-hmm. Of iemand die het vervolgens wil gebruiken om er weer geld mee te verdienen. Dat heb ik ook. Ik heb echt letterlijk een rechtszaak gehad over copyright. Van, van iemand die begon gewoon een P-site. Begrijp je? Maar dat is maar dat is een ander verhaal, toch? Bizar. Zo van, kijk, voor mij... Ja, is naar een ander verhaal. Ja, naar de gebruiker toe is van... je weet toch... toevallig, want ik was dus bij onze MCN. Weet je wat het is, MCN? Ja, dus ik was daar bij de MCN. En daar was dus... daar werkte... dat is best wel een heel, heel groot bedrijf. Want dat is natuurlijk booming business inmiddels. Ja. En dus wij zaten op een gegeven moment in een kamer met overigens alleen maar dames. Mm-hmm. Wil ik het ook nog even over hebben later. Is dat ook de future? Dat is ook de future. Ah, I believe so. Okay. Maar daar hebben we het ook al. Hebben volgens mij ook een keer al briefly over gehad. Ja. Oké, dus met alleen maar dames. Waaronder dus een paar dames uit het oosten van Europa die daar werkten op de operations afdeling. En die vroegen dus aan mij, of eigenlijk aan Pim en mij, wij waren daar samen. Waarom hebben jullie al jullie albums op YouTube staan? Want wij zijn daarin waren de enige eigenlijk aanvankelijk. Mm-hmm. Dus alle andere labels die zij doen, die doen dat niet. Behalve dus nu Rotterdam Airlines. Wat een ander hiphop label is. Maar, maar bijvoorbeeld Top natuurlijk niet. En een heleboel andere muziekpartijen die zij doen, die doen dat niet. En daar zei ik dus bijvoorbeeld over van luister. Als YouTube gewoon jouw go-to medium is. Als jij dat gewoon de chillste manier vindt om het... Ja, ik wil gewoon dat mensen hun muziek kunnen horen. Wat is hun argument dan om het niet te doen? Want nee, ik bedoel, als je wil... Spotify. Maar als je wil, als het gaat om pirates zijn, dan kan je ook Spotify rippen. Zo van, nee, het gaat niet over rippen. Het gaat over inkomsten. De inkomsten van Spotify zijn hoger dan de inkomsten van YouTube. Dus voor een en in principe, hoe denk ik de meeste muzieklabels zijn zitten, is gewoon YouTube is voor beeld, zeg maar audiovisueel. Spotify is audio only. En de kwaliteit is hoger. Weet je, de kwaliteit van de muziek is hoger. Hoe noem je dat? De kwaliteit is hoger en et cetera, et cetera. En vooral dus er valt het meer geld. Meer kilobytes per seconde. Ja, maar ja, mijn theorie daarin is dus wel inderdaad van ja, als mensen het gewoon willen horen en dit is gewoon hun weapon of choice, dan moeten ze het daar gewoon lekker luisteren als ze dat willen. Nou, liever dat ze naar jouw kanaal gaan dan inderdaad het kanaal van iemand anders. Of dat ze nooit achter jouw bestaan komen omdat je er gewoon niet bent. Ja, bijvoorbeeld, inderdaad. Het zijn misschien wel mensen die... in de toekomst naar een concert van jou zullen gaan of jouw artiest of weet ik veel wat je allemaal verkoopt, maar die jou misschien in de toekomst wel willen supporten met alles wat jij maakt. Ja, maar waarom ze het opvallend vonden is dus niet eens per se, ze vonden het geen slecht idee, maar ze vroegen zich af waarom wij het doen aangezien niemand het deed. Ja, precies. Ja, ik vind het altijd een heel interessant onderwerp natuurlijk, omdat ik ben zelf ook een maker en een creator, maar ik ben zelf ook een enorme pirate, zoals je weet. Maar dan moet ik zeggen, ik steun inderdaad jouw standpunt ook, maar ik moet zeggen, over het algemeen, in Nederland is het ook best wel laks. Want ik bedoel, ik kan gewoon naar Pirate Bay gaan en inderdaad nog wel, zou jij dan zeggen waarschijnlijk. Maar de Piratenpartij is ook voortgekomen uit de rechtszaken die tegen de Pirate Bay werden begonnen. Ja, dus zeg maar, waren het niet voor bijvoorbeeld de Piratenpartij en mensen zoals wij die zich op politiek aan vlak hadden gewezen, ingezet hebben voor een vrij internet, was Pirate Bay er überhaupt nooit meer geweest. Mega Upload ligt onwijs onder vuur. Mm. Zeg maar, al die sites waarbij jij vrij informatie kan delen, en ik zeg nu informatie, maar het kan natuurlijk van alles zijn, films, muziek of boeken of van alles nog wat. Ja. Die liggen echt wel onder vuur. En op het moment dat al die sites verdwijnen en al jouw informatie, net zoals in Amerika, dus nu getracked wordt, dan ga je dus naar een maatschappij toe waarbij jij niet zomaar zonder meer vrij informatie kan delen. Nee, precies. En dat is wel daarom vind ik het een mooi... groot stap achteruit. Precies, vind ik ook. Maar daarom vind ik het mooi het onderscheid wat zeg maar jullie al maken. Zo, want er is een verschil inderdaad. Het consumeren, dus zeg maar, zoals ik het dan ook ervaar, ik consumeer bepaalde albums of bepaalde videofilms, omdat ik voor mijn gevoel het gewoon even ga kijken. Maar inderdaad, wat ik wel weer begrijp, en daar heb ik inderdaad ook last van gehad, alhoewel ik ook voordelen ervan heb gehad van Napster, dat mensen inderdaad, zonder Napster zouden mensen niet waarschijnlijk niet eens weten wie Space Case was in die tijd. Maar inderdaad, dat was het positieve eraan. Maar aan de andere kant, je kon best wel moeilijk inderdaad verdienen als... als artiest in die periode. En dat wordt op die manier natuurlijk wel een beetje soort rechtgetrokken. Dat je een beetje het in banen kan leiden. Maar het moet inderdaad gewoon niet extreem worden. Maar ik heb dus het idee. Maar goed, dat zal misschien dankzij. Daar ga ik er maar vanuit dat het dankzij jou en je collega's is. Zo van dat het niet heel extreem wordt. Zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Dat je echt een boete of opgepakt kan worden. Wat ik wel eens heb gehoord of zo.
Ja, dat maar dat willen ze echt... ook. Dat willen ze in Nederland ook gaan invoeren. Voor illegaal downloaden? Zeker, zeker. Nu wordt het een beetje geschaard onder illegaal uploaden. Dus als jij dingen deelt met andere mensen, dan ben je fout bezig enzovoort enzovoort. Oh ja, dat is net als de wiethandel. Ja, maar goed, dat vind ik wel weer ook zo'n verschil. Zo van, ik kan me voorstellen dat degene, er is natuurlijk wel een beetje, dat ik voel mij ook, met u, eigenlijk is het hypocriet, want ik voel mij dus onschuldiger als ik het materiaal gewoon download. Maar ik kan me voorstellen dat de overheid zo ziet als degene die het werkelijk heeft gefilmd in de bioscoop, of hoe ze het ook tegenwoordig doen, dat ze die films hebben. Ik weet niet hoe. Ja, but they just have them, and they put them on the internet. Ja. En dan hey, to the movie producers, whatever the fuck. Ja. Doe even je best om die films niet te lekken, man. Tering. Ja, what the fuck is going on? Ja, met je webdownloads. Zet die shit niet op een on-demand server, man. Dat is easy. Hey, Henk, jij werkt toch bij Paramount Pictures? Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen... Die film. Ja, is goed. Dat iemand die zo'n screener heeft... Ik kan me voorstellen dat iemand die zo'n screener heeft... Maar misschien is dat, bedenk me nu, dus is dat hypocriet van mij. Maar ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de overheden over het algemeen zoiets hebben van... Oké, degene die die screener had in the first place en die hem heeft geüpload naar... Nou, ik noem maar even Pirate Bay weer. Dan ben je fucked. Dat is wel schuld. Ja. Verdien jij als artiest heel veel aan Spotify of als aan YouTube of aan iTunes bakken bijvoorbeeld? Met geld. iTunes, een liedje op iTunes. Verdien jij daar veel geld mee? Als artiest? Ja. Wat is dat? Ja, weet ik niet. Wat is veel geld? Oké. Ik vraag het aan de verkeerde, denk ik. Ja, ik vind wel dat je... Nee, maar percentueel gezien. Ja. Percentueel gezien. Verdien jij maar een heel klein deel van de inkomsten die iTunes genereert. Nou ja, kijk, je vraagt het inderdaad aan de verkeerde. Weet je waarom? Omdat wij hebben tijden gekend van echt pure, onvergeeflijke droogte. Ja, armoede. Armoede. Zo van, wij komen uit een tijd dat het echt fucked was. Dat je echt fucked was. Ja. Dus weet je, want even dus voor de mensen thuis, en voor jou vooral, is dat er was een periode dat er fysiek al... Er was eens een tijd. In een land hier ver vandaan. Hoe oud ben je ook alweer? Ja, ik kom uit de tijd dat de bierkratten nog geel waren. Ja. Maar oké, dus er was een tijd dat fysieke albums gewoon over de toonbank gingen. Ja, ja. Er werden 100.000 fysieke albums verkocht. Dat was een toptijd. Ja. Maar, net zoals much like de radio vandaag de dag, zat er dan gewoon één fuckbag op een plek die bepaalde wat er in die schappen lag. Mm-hmm. Weet je? Dus dit was veelal de usual suspects. Zeg maar. Dit waren de usual suspects. Dus het was moeilijk om voor een nieuwe artiest om er tussen te komen. Nou, voor een nieuwe artiest is nog één ding. Maar een nieuw genre, zoals hip-hop, weet je, waarin de hele tijd eigenlijk de claim was van, maar dat is voor de straat en dat is voor de allochtonen en die hebben geen cent te makken. En dit was echt serieus een beetje de tendens van, whatever, niemand gaat daar geld uitgeven in die groep. En nu is het meest populaire genre, toch? Dus waar wij tegenaan liepen, was dus, wij wisten al in 2003... In 2003 brachten wij een videoclip uit met de groep waar ik destijds in zat. Brachten wij een videoclip uit op de box. Dat was toen de box. En de box was het interessante aan de box was dat het was de eerste. Dit was een voorloper op wat we nu zien. Van democratie. Ja, exactly. De consument mocht bepalen. Ja, ik weet nog dat het 3 keer hetzelfde nummer altijd. Exactly. Ja, tuurlijk. Want je bleef maar je favoriet supporten. Dus het interessante was. De jukebox was het. Dat was de eerste. Dat was gewoon de Fonzie. Het was gewoon de Fonzie die hele dag zijn eigen pokken zijn. Maar dus de. Het interessante aan het model is dus van voor het eerst ontdekten we van als zij zelf mogen besluiten wat er komt, komt er hele andere shit dan wanneer dus deze fuckback die dus normaal gesproken bepaalt wat er op de playlist staat, als zij zelf mogen beslissen. Mm-hmm. En dus daar kwamen we toen achter. Nou, dus wij allemaal blij, Ali blij, THC blij, DAC blij, Reemster blij, Lange Frans blij, iedereen uit die periode opgezwollen blij, iedereen was blij. Was van oké, cool, we zijn nu ineens op televisie. Nou, blij, boom, die hele shit wordt platgelegd. En bij ons onderling was er dus ook echt een... Er ging gewoon een theorie van... The powers that be hebben gewoon ingegrepen, weet je? Zo voelden wij het. Want waarom is de box ooit weggegaan? Want voor mij was het ook... Toen heb ik gewoon mijn tv weggedaan. Ja, YouTube. YouTube gewoon werd meer regular. Nee. Dat heb ik wel. Toen was er nog geen YouTube, maar het is dood gegaan door YouTube. Dat je dan helemaal... Dan kon je gewoon het zelf gaan kijken... Nee, dat geloof ik niet. Nee. YouTube was later dan... Nee, maar dat is de point, toch? Eerst box, daarna YouTube. Ik denk tot op de dag van vandaag, en dit is wel echt een leuk punt, want misschien moeten we eens een keertje gaan achterhalen wie daar nou uiteindelijk achter zat en wie dus de waarheid daarover weet. Maar voor mijn gevoel was het gewoon zo, je had MTV, je had TMF, en dat waren gecontroleerde media. Daar zaten fuckbags die bepaalden wat jij te zien kreeg de hele dag. En die verkochten natuurlijk advertenties en zo door
En die ging er dus vanuit, wij moeten cateren aan de, weet ik veel. De mensen met geld. De mensen met geld. Ja. En er werd vanuit gegaan, denk ik dan, deze mensen hebben geen geld en die zijn ook niet bereid om een portemonnee te trekken om dingen te consumeren. Dus voor ons gevoel was het gewoon zo van, oké, de box is nu gewoon platgelegd, omdat er ineens aan het licht kwam dat als mensen zelf mogen bepalen, dat wij dan ineens heel erg populair worden. Nou, toen werd illegaal downloaden werd groter en groter en groter. Dus ik was er ook op dat moment niet, moet ik heel eerlijk zeggen, per se fan van. Omdat dat kleine beetje geld wat we op dat moment konden verdienen, dat verdienden we dus ook niet. En het nare was, de fysieke verkoop liep dus terug door het illegaal downloaden. En vervolgens kregen wij helemaal niks meer in de Free Record Shop. Als wij zeg maar, en als wij een album uitbrachten en wij konden 500 albums in de Free Record Shop krijgen. Of in alle winkels bij elkaar. Dat waren wel echt, dat was gewoon een. Dat was heel speciaal. Ja, dat was echt een feestje. Mm-hmm. En ik kan je best gewoon vertellen. 500 albums, dat was 5000 euro omzet. Mm-hmm. Weet je? Nou, en ook, dit kan ik je ook vertellen. Nu is 1 miljoen streams. Is 5000 euro omzet. Ja. Nou, je weet in wat voor cijfers nu die cijfers lopen bij in ons genre. Dat loopt in de tientallen miljoenen, honderdtallen miljoenen, weet je, alles bij elkaar. Mm. Dus je kunt je het verschil voorstellen in wat er toen aan de hand was en wat er nu aan de hand was. En als jij dan zegt van oké, als artiest krijg je maar een klein percentage, dit is waar. Je krijgt een relatief kleiner percentage dan je toen kreeg, maar jouw brand als artiest wordt aanzienlijk groter. Mm-hmm. Want je wordt serieus genomen door de industrie. Je bent kwantificeerbare data aan het genereren. Dus, ben je toch een zakenman? Dank je wel. Dus je bent... Dus kwantificeerbare data, jongen. Ja. Je hebt het over jouw hart en ziel en jouw emoties en jouw belevingswereld die je in die liedjes ging. Luister, diepste gevoelens die jij deelt met jouw medemens. Ik heb het over het hart en de ziel van de jongens en meisjes die ik op dit moment vertegenwoordig. En waarom ik het voor hen nu fijn vind dat het is zoals het is, is omdat als je die verdeling tussen artiest en label kijkt, dan is dat inderdaad, slaat het misschien iets meer uit naar het label. Niet bijster veel, kan ik je vertellen. Ja. Dat, ik kan je zo, durf je zo te zeggen. Laat ik zo zeggen, als jij ooit die taartdiagram op geloof correspondent hebt gezien over drank en drugs, de verdeling van de inkomsten van drank en drugs, daar was ooit een artikel over. Ja. Dat is echt je reinste onzin. Kan ik jullie vertellen. Okay. Hoe dat daar werd uitgelegd, is fucking bullshit. Huh. Okay. Is echt bullshit. Interessant. Maar, is bullshit. Maar vertel dan voor iedereen die het niet heeft gelezen. Precies. Hoe zit het dan? Die verhouding, je zegt, zit wel enigszins richting het label, maar en inderdaad. Toen. Hoe is die verdeling? Oké, nou, dit is de beste manier hoe ik het kan uitleggen. Hoop ik. Hm. Waarschijnlijk niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga toch nu duiken in de metafoor. Because I love it. Oké, als jij Mayweather, de bokser, ja, die op een gegeven moment verdiende hij 100 miljoen voor één gevecht. En dan werd er dus uitgerekend, oké, als Mayweather dus 12 rondes bokst, dan verdient hij per seconde zoveel geld aan die pot. Dit is de waarheid, als je het gewoon puur ziet, dat geld komt van die ene pot. Maar dat is niet zo. Het geld komt van hem zijn hele leven werken aan wat hij heeft kunnen bereiken om die ene pot te kunnen boksen. Ja. Dus dan is het nog steeds een exorbitant hoog bedrag, maar lager dan als je alleen die ene pot. Dat is eigenlijk de vergelijking die ik met het label zou willen maken. Het label verdient natuurlijk wel, de grootste chunk gaat naar het label als je het vergelijkt met de artiest. Maar vanuit die chunk wordt wel alles betaald. Alles wordt betaald voor dat ene product om het de markt in te brengen. Maar alles wordt ook betaald van al die jaren die eraan vooraf zijn gegaan om überhaupt te komen tot die ene release van dat ene product. Dus, en je hebt personeel, je hebt, weet ik veel, je hebt allemaal overheadkosten, je hebt allemaal shit. En je betaalt gewoon alles en je neemt het risico. En dit weet elke ondernemer. Als je de risiconemende partij is altijd de partij die de grotere chunk krijgt. Zo werkt het. Ja. En als je als artiest opgroeit in die industrie, je wordt ouder. Of laat ik zeggen, je ontwikkelt in die industrie. Dan op een gegeven moment gaat het ook meer jouw kant op. Wordt die chunk ook groter voor jou. Mm-hmm. Dat is het, want dat verdien je op een gegeven moment. Want er is... Hoe gebeurt dat dan? Wanneer is het moment dat die verschuiving... Als jij op een gegeven moment op een plek bent waarin het risico dus basically voor de risiconemende partij wordt het risico kleiner. Want je hebt bewezen dat het niet meer zo'n groot risico is. Je allemaal hits hebt gedropt of zo. Ja. Als op een gegeven moment duidelijk wordt dat het risico niet meer zo groot is, wordt het risico kleiner. En dus wordt jouw chunk groter of jij kan de risiconemende partij worden. Ja, dus jij als artiest kan zeggen tegen je label van, weet je wat, jullie doen alleen nog maar dit. Wat Boef nu heeft gedaan met Ali... Mm-hmm. Boef weet donders goed wat zijn kaarten zijn die hij op tafel legt. Hij weet gewoon,
ik heb alles in handen. En uiteindelijk is het ook aan de artiest, toch? Zo van, je hoeft niet bij dat label te zitten, weet je wel. Nee. Je kan ook uiteindelijk gewoon het zelf doen als je... Maar je moet daar wel realistisch over zijn. Dat was dus de mogelijkheid die het internet bood. Ja. Van, als artiest kan je gewoon één op één met jouw fans... Ik ben ook met mijn website begonnen omdat ik merkte dat er een markt voor mij was als model. Mm. Maar ja, ik was gewoon te klein en te curvy. En dit was nog in de heroïne-chique look periode. Vind ik ook mooi, hoor. Extra mager. Dus vrouw en heroïne is een van mijn favoriete looks. Top. Ja. Ja, ik ben er niet zo van. Nee. Van de heroïne ook nooit geweest. Dus ik paste niet helemaal in die modellenbureaus. Mm. Omdat ik toch niet de heroïne-chique look had. Mm-hmm. Heroïne chic is wel echt een mooie naam voor iets. Ja, met andere woorden, uit heel erg mager en uitgemergeld, bijna dood. Lijkt op een jongetje. Lijkt op een jongetje. Ja, maar ik merkte wel dat er een markt voor mij was en daarom ben ik mijn eigen site begonnen. Ja. En inmiddels is het heel vanzelfsprekend dat modellen in alle soorten en maten en diversiteit is het woord van de tijd, zeg maar. Maar in die tijd was het echt heel anders. Toen dacht ik, nou goed, als ik niet ergens bij een agency terecht kan die iets in mij ziet. Nou, ik weet dat die markt er wel is. Dan ga ik het toch zelf doen. Ja. En dat was wel de mogelijkheid die internet bood in het begin. Van ja, je kan gewoon als artiest, als content maker, zoals het dan tegenwoordig heet, als maker van iets, kan jij gewoon direct communiceren met jouw achterban, met jouw fans, met de mensen die jou steunen. Ja. Zo is bijvoorbeeld ook Suicide Girls. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Maar die modellen die gewoon best wel super attentief waren. Blauw haar, tattoos overal en piercing. Ja. Dit zijn die chicks die worden gearresteerd door Rusland. Hè? Nee joh. Oh. Nee, dat zegt iets heel anders. Nee, dat zijn, hoe heet ze? Maar die nu weet ik ook wel brownies. Wat je bedoelt. We hebben het over brownies? Ja, brownies. Ja, brownies. Hoe heet ze ook weer? Brownie, hoe heette die gasten? Hebben het die door gearresteerd werden? Door Pussy Riot bedoel je. Ja. Pussy Riot, ja, die bedoel ik. Het is echt iets heel anders. Ja, maar wel zin in. Jij bedoelt gewoon inderdaad de type meid onder het tatoeage met blauwe haren. Dus. Nou, op een gegeven moment was Suicide Girls was dus een platform die doorhad van... Oh, er is een gigantische markt voor alternative chicks. Ja. Het klinkt heel eng trouwens, dit gewoon, Suicide Girls. Ze maakten zichzelf niet van kant voor de camera, toch? Of ook wel? Nee, maar ik zie wel meteen een gat in de markt trouwens. Of maakten ze hun ondergoed van kant? Snap girls. Maar voor die tijd was het baanbrekend. Maar het is een gigantische website geworden. En een gigantisch merk ook, voornamelijk wel in Amerika. Maar dat bleek dus een gigantische markt te zijn voor alternatieve modellen. Wat daar er voorheen natuurlijk helemaal niet was. Ja. Maar dankzij het internet kwam men erachter van... Ja. Oh, dit is best wel een big deal of zo. Apart. En nou ja, maar dat is zo logisch. Wat ik denk dat het internet voor een groot deel doet... Dus het internet brengt de waarheid naar boven. Zeg dat, maar de dat box. Dat is wel echt wat het is, denk de ik. De box. Het is de box, ja. Ja, nee, maar zo... En dat geldt voor alles, toch? Van het internet maakt dat wij ineens veel meer kunnen kiezen... Wat wij werkelijk allemaal heel leuk vinden. Ja, maar je beseft je wel dat wij nu naar heel veel jonge kijkers en luisteraars... Die kennen geen wereld zonder internet. Hoezo hebben wij jonge luisteraars? Hoezo ga je er nou gewoon klakkeloos uit dat wij jonge luisteraars hebben? Omdat die op het internet zitten. En dit is een internet-only ding. We hebben trots. Het is gewoon 40 jaar. Ja, precies. Maar er zijn nu kids die kennen geen wereld zonder internet. Nee. Die weten niet beter dan Snapchat, Instagram en YouTube en zo. Ja, maar ik weet nog gewoon dat iemand aan mij vertelde van... Ja, er is een nieuwe website en die heet YouTube. En je moet echt iets met YouTube gaan doen. Ja. Heb ik nooit gedaan. Want ik keek eraan en ik dacht van... Wat is dit? Ja. Ik zat gewoon op... Nee, ik snapte het wel. Ja. Maar ik dacht, ik had ook zo'n gevoel van... Ja, video. Ik bedoel, ik was fotomodel. Ik zag dat helemaal niet zitten om shit met video te gaan doen of zo. Dat was mijn veelste... Graphic. Ja, een beetje te graphic. Ik vond het niet sexy of zo. Dus ik dacht van, wat moet ik doen dan? Vloggen? Ik zat toen wel te denken aan vloggen. Maar in die tijd was het echt nog een hele onderneming, weet je wel. Dan moet je echt met je videocamera op stap. En, weet je wie de eerste vloggers waren in Nederlands hiphop? Space Case en Jiggy J. Ja? Ja, dat vinden wij Hoezo wel. Zijn jullie gestopt? Ja, omdat gewoon... je doet iets, net als dit bijvoorbeeld. Dit doe je gewoon totdat iedereen het gaat doen. Ik ik wil daar nog aan toevoegen wat ik wel nog heb. En dat zal ermee te maken hebben dat wij uit een andere tijd komen inderdaad. Maar wat ik me nog aan toevoegen is dat ik... I still can't get over the fact dat... Ook al... Dus ik ga wel eens live met iets, toch? Met Facebook of met Instagram, weet je. Ik probeer met tijd te gaan. Maar I can't get over the fact als mensen dus echt vloggen. Dan zie je dus echt een dag lang zo... Oké, ik ben nu hier. En ik ben nog te zelfbewust omdat zeg maar... In front of everyone. Snap je? Ik heb iedere keer zoiets van... En ook als ik het iemand zie doen, zo van mezelf misschien nog minder, dan heb ik zoiets van, ja, oké, ik doe gewoon iets doms, maar oké, jullie moeten maar even aannemen. Maar als ik iemand anders zie doen, denk ik van, ik vind het gewoon niet iets
waarvan ik denk van, ah, dit is echt tof. Zo van, als ik het, ja, dus ik dus wat, dat is het moment dat ik besef, ja, ik ben gewoon oud. I don't get it. Er zijn zo weinig vlogs. Ten eerste, als ik het live iemand zie doen, dan denk ik van, wat ben je aan het doen? Ja, lul. En dan zie en dus alle vlogs die mensen mij aanraden, ja, vooral de grotere vlogs, weet je wel, ja, die dan het meest bekeken worden, natuurlijk door kids, waar een soort kloof tussen mij zit. Ja. En dan heb ik zoiets van, wat is dit? Het is gewoon super sad. Maar je weet toch, de kijker die vindt het, maakt nou, de kijker allemaal niks uit. Ik heb een theorie voor. Ik heb een theorie voor. Of pijnlijk. Het is allemaal gewoon leuk of zo. Ik heb een theorietje. Oké. Okay. Want ik zat ook op een gegeven moment Snapchat te kijken. En ik dacht dat ik daar aan moest. En toen heb ik er een halve week naar zitten kijken. En toen dacht ik, nee, dit gaat hem echt niet worden. Herkenbaar dit, ja. Maar ik heb dus een theorie. Ik denk gewoon, als jij in je tienerjaren bent, of misschien early twenties, dan ben je nog heel erg aan het spiegelen aan andere mensen. Dus je bent de hele tijd bezig met, wat zijn andere mensen aan het doen? Wat ben ik zelf aan het doen? Ja, okay. Hoe zie ik er voor de buitenwereld uit? En wie ben ik? En dat zelfbesef ben je heel erg aan het ontwikkelen door jezelf te vergelijken met andere mensen. Mm-hmm. Ja, dus je bent de godganse dag ben je bezig met te kijken naar wat andere mensen doen. Ook, ja, al, precies, is het, ook al is het autorijden, ook al is het je haar doen, ook al is het, oh, zij draagt die kleur lipstift. Of zo. Ja, precies. Hetzelfde wat kinderen gewoon doen bij hun ouders. Gewoon zeg maar, gewoon nadoen wat je ziet, soort van. Of een soort van, inderdaad, denken van, uit al die beelden soort van maken wat jij dan je bij jezelf vindt passen of zo. Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat dat het succes verklaart van vloggers tegenwoordig. Ja, okay. Het zijn normale mensen die normale dingen doen, maar het catert wel aan een soort van jeugdige doelgroep die de hele tijd bezig is met, wie ben ik eigenlijk en aan wie spiegel ik mij of niet. Zo, er zijn echt momenten dat ik gewoon ineens in dat Monica Geuze vacuüm terechtkom. En dat ik gewoon ineens denk, dan zit ik ineens gewoon in een vlog. En dan ineens zit ik in vlog 3 of zo. Van, en ineens word ik helemaal naar. Denk, ik ben jaloers op jou, want ik heb dus echt 10 seconden, laten we zeggen, nou 2 minuten. Laat het even, ik ben echt dedicated. Probeer ik even een vlog te kijken van een vlogger. En dan ben je gewoon snel klaar mee. En dan heb ik zoiets van, I really don't get it. Ja, zo van, I wish. Zo van, het is echt iets. Ja. Zo van, dit is, ik ga ook op one point, want dit is al een goed argument. Hier, dit maakt al begrijpelijker. Maar at one point moet ik eentje vinden, waarvan ik dan denk van, ah, ja, dit is my guy. Wat aansluiten hoe ik dan vind dat mensen, of wat ik wat aansluit wie ik ben. Maar nu is het allemaal zo ver dat ik denk van, ah, er wordt zoveel, maar tegelijkertijd is dat dus ook de verklaring. Er wordt zoveel, zeg maar, het is zo random dat ik gewoon dat ik dus heel snel maar het niet meer kan verwerken. Maar al die random shit heb je al gezien en al meegemaakt. Precies. En zo, het is niet meer boeiend. Daarom voor jou is het niet voor mij waarschijnlijk. Weet je wat? Het is ook met internet waar ik veel over naast te denken is gewoon van, oké, als je even ervan uitgaat dat de beschaving zoals we hem nu kennen bestaat een tijdje. Ja, laat het zo. Hoe lang bestaat de beschaving zoals we hem nu kennen? Ja, welke beschaving hebben we? Ja, de westerse communities en. Volgens mij zei Gandhi, zei wel eens westerse beschaving. Ja, goed ik idee. Ik vind het een goed idee. Ah, ja, dat is een goeie. Maar oké, dus zoals we het nu kennen als in community. En met Jezus zo dus ongeveer 2017 jaar, toch? Oké, anyway, dat bestaat een tijdje. Ja. En internet is gewoon een nieuwe beschaving, toch? Dus zeg maar, er wordt weer gezocht naar een nieuwe manier hoe die kan draaien. Ja, maar nu zie je dus dat mensen gewoon live iemand in elkaar gaan timmeren op Facebook Live. Ja, which is fine. Nou ja, in zoverre, het is goed eraan dat het dus exposed wordt, actually is going on. Dat vind ik het positieve eraan. Zo van, er is inderdaad het positieve eraan, ook al is er mega veel content, dankjewel. Wat niet voor mij is, het voordeel dat er is ook genoeg content voor mij en ook genoeg voor everybody. Om inderdaad, je hoeft dus niet meer. Kijk, wat wij in Nederland natuurlijk al hebben, je zit ook snel in een kleine wereld en een klein land. En ook al zijn we allemaal heel ruimdenkend, voor op ons toepasselijk, wij konden niet hiphoppers vinden toen wij wouden hiphoppen, zou ik maar zeggen, weet je wel. Toen er nog geen hiphoppers waren. Toen wij maar wouden hiphoppen. Als wij in die tijd, weet je wel, hoe snel hadden wij iedereen bij elkaar gekregen als iedereen op Snapchat had van, hey, this guy is ook aan het rappen, weet je wel. Dus ik ben echt blij dat niet zo is, though. Dat heeft ook weer zijn charme, hoe wij dan uiteindelijk elkaar. Ja, man, de rem en de voorsprong, toch? Is beter. Valt voor allebei de zijde. Daarom zijn we nu, zeg maar, daarom is het gewoon nu wat het maar is. Maar wij hebben Space Case en GGJ hebben in 2009 of 10 of zo, hebben wij dus op een gegeven moment, staat nog op YouTube, kun je nog vinden, hebben wij een videoboodschap opgenomen. En aan het begin zeggen we dan ook van, ja, dit is ons vlog.
weer vlog in. Ja, klopt, ja. En, en dan hebben we het dus over vloggen. En dan zijn we aan het vloggen. We zijn daarvoor... Dus in de begintijd van Twitter ongeveer was dat, ja. Het was het einde van Hypes. Daarvoor waren we al aan het... Daarvoor maakten we een ding dat heette Arcboy TV. Overigens, shout-out Keizer deed het ook. Die was dat ook aan het doen op dat moment. En het was ook weer gebaseerd op een Amerikaanse rapper, Joe Budden, die het aan het doen was. Waarom wij het ook gingen doen of dachten van, dit is wel een tof ding om te doen. Maar in ieder geval in dat verhaal, in die vlog, hebben wij het dus ook over hoe Hives aan het kapot gaan is. Wij zeiden toen van, Twitter is nu gekomen, Hives, de dame die dat op dat moment, die daar dan op de redactie of... Nina. Toen zeiden wij dus ook letterlijk bij de naam en toenaam, Nina, Hives is dying. Je moet nu iets gaan doen met Hives, want het is dood aan het gaan. Twitter is going to take over, bla 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 bla. En niet dat we nou echt per se... Heb je dat boek gelezen, 10.000 of zo, van die oprichter? Nee. Raymond Spanjer. Die heeft dus een boek geschreven over de Hives-tijd. Dat is super interessant. Want daarin beschrijft hij dus ook hoe hij al wist dat Hives zou instorten. Ja, en hoe hij dus als een bezetene bezig was met dat soort van zinkende schip. Hij heeft het verkocht toch uiteindelijk voor best wel een... Verpakken met geld! Ja. Waarvan hij zelf ook wel wist, dit is bullshit. Maar ik ben zo blij dat iemand erin trapt. Echt goud. Maar ik denk ook dat ik veel van mijn carrière als model in ieder geval te danken had aan Hives. Op een gegeven moment was ik gewoon overal op Hives. En je kon niet echt om mij heen of zo. En ik weet wel dat echt op een gegeven moment kende Nederlandse... Want daarvoor was ik alleen maar internationaal bezig. Mm-hmm. Maar veel mensen kennen mij van Hives inderdaad. En dat heb ik op een gegeven moment kreeg ik dat een beetje door. En toen heb ik het ook wel gewoon uitgespeeld, zeg maar. Dat was voor ons ook zo. Dat was nog de enige bron, zeg maar, van inkomsten. Was eigenlijk Hives en live optreden, obviously. Ja. Maar Hives was dat hele ding. Ik had op een gegeven moment 5000 vrienden op Hives. Dus ik had op mijn tweede soloalbum heb ik dus ook een lijn. Moest je aanvragen dat je meer leden... moet je even Nina checken? Dan zei ik ook, Jiggy plus 5000, weet ik veel, een soort rap. En dat werd zo'n ding, Jiggy plus 5000, dat was een soort van... dat was de 5000, mijn 5000 mensen. Ja. In die tijd was het voor ons gewoon van, we konden eigenlijk heel weinig. Dus muziek konden we niet echt verkopen, maar we konden muziek dus wel weer gebruiken als een soort vehikel om bijvoorbeeld merchandise te verkopen. En optredens te doen. En je kon een shitload of muziek erop inderdaad kon zetten. Je kon echt iets van 20 nummers erop opzetten. Dat was geen soort... Bij MySpace had je een soort grens van 5 nummers. Dat was een voorloper van SoundCloud. Alleen het was eigenlijk een te ingewikkeld... het was een soort te ingewikkeld format. Ja. Omdat er was... Alles kon ermee. Je had alles er eigenlijk op zitten. En eigenlijk had je misschien op dat moment wat eerder moeten... En trouwens, zij waren dus aan het... zij maakten het dus om... Hoe werkte het ook weer? Oh, ze keerde niet uit. Dit was ook nog op een gegeven moment een discussie. Oeh. Ja, dus op een gegeven moment werd het dus ook een discussie. Want je mocht daar dus bijvoorbeeld vrij muziek uploaden. Mm. Weet je, als gebruiker, als je een Hives profiel had, mocht je gewoon liedjes, als je mp3'tjes had, kon je die gewoon in je player zetten. Maar ze keerde dus geen, ze betaalde geen Buma. Maar dit was bij MySpace natuurlijk ook het probleem, ja. Oh, ja, dit is een interessant gesprek wat ik nog wel eens met die oprichter wil voeren. Ja, daarom, van Hives. Maar dat heeft te maken met dus die shift weer van dat er helemaal niks was. In de Napster tijd dat het helemaal instortte. Maar inderdaad, dat wou ik ook nog even zeggen. Inderdaad, toch shout-out aan Napster. Want daar had ik dus ook al, zoals jullie dan zeggen, van mensen kennen mij van Hives. Mensen kennen mij echt van Napster. Dat mensen echt zeiden van, weet je wel, we hebben echt inderdaad superveel Space Case muziek van Napster. Maar inderdaad, toen was er dus helemaal geen systeem. Toen werd de discussie gevoerd. En inderdaad, tijdens MySpace en Hives was er zeg maar... dan kon je dus gewoon iedereen. Maar ook als ik mezelf niet was. Inderdaad, konden ze gewoon je liedje pakken en ook op hun profiel zetten. Maar pas nu wordt het dus een beetje gezegd van... Nou, in deze gevallen moet je dus Buma betalen. Ja, eigenlijk moest je het altijd al. Maar er was geen overzicht. Mm-hmm. En dat is dus misschien wel goed dat het nu iets meer er is. Want je kan inderdaad op social media helemaal niet meer zetten. Hè? Je kan geen muziek meer op social media zetten zonder dat het... Zonder dat ik een copyright claim... Je kunt dus bij... Kijk, zonder daar ook weer al te diep dat het echt saai verhaal wordt. Maar het is gewoon... Als jij een site hebt of als je whatever jij hebt... En je hebt daar muziek op... En het wordt zeg maar een belangrijk... bijvoorbeeld een blog, als jij een muziekblog doet... Ja. En je post daar dus muziek... En dat kan YouTube embed zijn, dat maakt niet zoveel uit. Mm-hmm. Of Spotify playlist. Maar als jouw site daarop draait... Dan moet je Buma betalen. Ik zie wel steeds meer gecentraliseerd rondom Spotify. Ja, dat is ook logisch. Maar ik bedoel, dat is hier. Want in Amerika bijvoorbeeld is Spotify niet de grootste partij. En welke dan? Apple Music.
Oh ja, Apple Music is echt kut, jongen. Ja, is dat meteen? Want dat is nog vrij laat gekomen in vergelijking met Spotify. Ik denk dat ik het gewoon even wil houden bij de stelligheid waarmee ik het net claimde, omdat ik niet zeker weet of het waar is. Dus jij schreef stukjes voor Financieel Dagblad. Ja. En dat was dan het logische bruggetje om vervolgens bij de Piratenpartij lijsttrekker te worden. Nee, ik zat er bij de lijsttrekker lokaal in Amsterdam. Oh ja, daar waren we. Ik vond daar het al heel knap van mezelf dat ik weer terug kon. En toen stond ik op nummer 3, dus het was te voorzien dat ik niet erin gestemd zou worden. Ja. Dus het was ook niet op dat moment mijn doel. Ja. En toen voor de landelijke verkiezing op een gegeven moment was ik het eigenlijk niet van plan om mee te doen als lijsttrekker. Maar je was niet van plan, maar het was al wel pondering in your mind. Als je het niet van plan bent, dan heb je erover nagedacht. Nee, heel veel mensen keken naar mij. Zo van, je gaat toch wel iets doen, of zo. Mm-hmm. En toen had ik zoiets van, ik weet eigenlijk niet voor mezelf zeker of ik de logische persoon ben om dat te gaan doen. Mm-hmm. Maar goed, toen op een gegeven moment kreeg ik zoveel steunbrieven. Toen dacht ik, weet je wat, ik doe gewoon mee met de debatten. Want het waren wel echt interne debatten die landelijk georganiseerd waren. Tussen 6 verschillende potentiële lijsttrekkers. Mm-hmm. Wij gingen met elkaar in debat. En op een gegeven moment waren er gewoon mensen die uit dat debat, was een van de prominente kanshebbers, zeg maar. Die op een gegeven moment zei van, eigenlijk wil ik wel dat Ancilla lijsttrekker wordt, dus ik stap uit het debat. Okay. Het was voor mij ook een beetje verrassing, dat ik dacht, Ja, toen moest je wel als het ware. Nou ja, een beetje wel, omdat ik hem wel altijd zag als Matthijs Pontier, heb ik het over. Mm-hmm. Als hij heeft mij gevraagd bij de partij. En hij is een wetenschapper op het gebied van ethiek bij robots. Oké. En hij is echt ook, ook niet al heel onbelangrijk. Ja. Nou, dat gaat opeens op het moment dat je doorhebt dat het belangrijk is. Ben je al te laat. maar de robots are taken over. Daar moet je gewoon niet te moeilijk over doen. Nee, maar dan moet je We're dus dying. Wel... Ja, maar dan moet je dus wel even nadenken over de ethiek die daarbij komt kijken. Nee, maar de mens gaat toch gewoon weg. Dit is toch inevitable. Tenzij ze kunnen natuurlijk de human brain in een cyborg doen, hè? Net zoals Ghost in the Shell, toch? Ja, heb je hem gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ja, ik vond hem vet. Ik vond het super vet. Nou, ik dus ook, maar het grappige is, ik laat het hier meteen even over hebben. Ik laat jullie nerds even. Ik werd helemaal gek over het feit, op internet hebben ze het de hele tijd over, Ghost in the Shell, van whitewashing, want ze hebben te weinig Aziatische acteurs. Nou, toen dacht ik ook al van, hier heb ik zeker 4-5 artikels. En zelfs nu, waarom het me zo tegenviel, weet je wat? Het zijn allemaal Engelse artikelen, of komen uit Amerika, die zijn natuurlijk allemaal, die snappen er allemaal niks van. Anyway, deze karakters die uit een anime komen, waren nooit Aziaten. Zo van, originele filmmakers hebben de persoon in die film nooit als Aziaten gemaakt. En dan opeens is er een uitgebreide discussie over dat iedereen in die films Aziaten moet zijn. En zijn ze gelukkig niet. Ben ik dus blij mee. Maar het mooie aan die film is... Nee, heeft niks mee. Maar nou, het grappige is, er zit één guy in die ze dus dan wel heel erg Asian hebben gecast. En dat is zeg maar... je hebt haar vriend en die heet Batu. En dan heb je zeg maar nog een paar leden van Section 9 en één guy... zeg maar even uit de anime, ziet er zeg maar juist ook heel Europees in. En daar hebben ze dan nu een super Aziat van gemaakt. Oh. Ja, dat vind ik dan dus jammer. Ja. Van, maar bijvoorbeeld... yellowwashing. Ja, een beetje yellowwashing. Maar oké, het concept van die film is dat ze dus denken... je hebt wel een human brain nodig. Want een human brain die kan intuïtief nadenken. En de machine is vol gewoon orders op. Ja. Dus daarom, in die film maken ze dan... dat je dus altijd een human brain nodig zou moeten hebben. To a certain extent. Om wel een... menselijkachtige machine te maken. Maar het blijft natuurlijk risico om aan te sluiten op de grotere discussie hierover. Dat machines overnemen en kill us all. Is dat het sentiment bij de Piratenpartij? Ook? Nou, wel, they took our jobs. Ja. Dat wel. We zien wel aankomen dat er op een gegeven moment gewoon heel weinig banen nog zijn. Zeker voor lager opgeleiden. Is dat wel echt echt een discussie die we heel serieus met z'n allen moeten voeren. Van ooit hadden we deze utopie in gedachten van robots die al het makkelijke, saaie werk zouden doen. Zodat wij ons gezamenlijk als mensheid met belangrijkere dingen zouden kunnen bezighouden. Zoals mooie dingen maken of zo. Mm. En nu zie je van die utopie, die de mogelijkheid... ja, dat zou je hopen. Maar ondertussen zijn er dus gewoon heel veel mensen die gewoon geen baan hebben. Ja. En dat die gewoon zwaar in de stress zitten van hoe moet ik mijn gezin voeren dan, weet je wel? Dus ja, het is niet echt een alternatief nu of zo voor die mensen. Nou ja, dat is dus een van de redenen waarom je het gesprek over basisinkomen moet voeren. Van op het moment dat je
Dat je gewoon weet dat hordes mensen geen niet kunnen vakken vullen. Ik ben zo gigantisch voor het basisinkomen. Dat slaat helemaal nergens op. Ja. Ik ook. Jij ook? Obviously. Ben jij er ook voor? Jij bent er ook voor. Nee. Ik ben... ja, dit gesprek wordt een uitgebreider gesprek, denk ik. Ja, dat is goed. We hebben de tijd. Kijk, als lijsttrekker van de Piratenpartij moet ik zeggen... Ja, we zijn ontzettend voor basisinkomen. Ik ben in principe wel voor het gesprek over basisvoorzieningen. Omdat ik op een gegeven moment denk... Ja, okay, je kan mensen wel geld geven. Fijn, is ook goed. Je kan, is maar, ook goed. Maar dan ga je weer heel erg naar communisme. Er wordt aangebeld. Hier alsjeblieft wat nieuwe kleren. Hier heb je wat vreten, een beetje drinken. Nou, weet je wat het is met basisinkomen? Op een gegeven moment moet je dus het gesprek voeren van... Ja, wat is genoeg? En als je inflatie hebt, dus alles wordt duurder... Hoe bereken je dat dan? Weet je wel? Dus het moet altijd percentueel gezien worden. Ja, daarom kun je beter geld geven, toch? Nou, omdat je dus die keuzevrijheid aan mensen geeft. Van ja, willen ze een bruin brood kopen? Of willen ze toch liever gewoon een biefstuk kopen? Maar dat is toch handig, daarom? Toch gewoon geld? Ja. Dus gewoon geef iedereen 2000 euro? Ja, ik denk dat we er niet op de lange duur kunnen... Denk ik dat we niet echt er omheen kunnen. Omdat op een gegeven moment... Of je gaat de keuze maken van ja, we vinden het oké dat gewoon hordes mensen, gewoon hele generaties... Geen kut doen. Ja, maar mensen... Nou, niks kunnen doen, omdat ze alleen maar met overleven bezig zijn. Ja. Ik bedoel, als je geen geld hebt, hoe ga je jezelf ontwikkelen, weet je wel? Ik was even in mijn hoofd al... Ik zag even in mijn hoofd al een heleboel van mijn vrienden gewoon chillen thuis met 2000 euro. Maar dat is gewoon een hele moeilijke... Het moeilijke is dat mensen... De mensen die dan nog ouder zijn dan wij... Die zitten inderdaad vast in een soort concept van... Van oké, je moet gewoon werken voor je geld. Zo, ja, maar op een gegeven moment zitten die robots. Ja. Die werken voor ons geld. Precies. En daarom vind ik het zo jammer dat het inzicht wat wij natuurlijk wel hebben, maar dat je bijna niet kan overtuigen van. Inderdaad, ik ben dus ook voor. Als jij iemand, laten we gewoon inderdaad zo'n persoon nemen. Die eigenlijk een baan had die een robot nu doet. Als je die gewoon inderdaad een basisinkomen geeft. Inderdaad, mensen onderschatten, ook de mensen die zich zorgen maken. Als iemand de mogelijkheid heeft om inderdaad niet alleen maar met overleven te bezig zijn, maar gewoon zichzelf te ontwikkelen, zichzelf te ontplooien, gewoon te doen waar de fok die eigenlijk zelf basically zin in heeft. Mm-hmm. Mensen onderschatten dat hij misschien hoogstwaarschijnlijk heeft hij dan ook een passie en iets waar hij ook weer heel productief mee gaat zijn. En dat is jammer dat je dat bijna nooit iemand van die heel conservatief is van kan overtuigen. Want die denken echt van, wat? Nee, je gaat gewoon naar de fabriek. En je doet hard labor. Ja, inderdaad. En dat is hoe jij je geld komt. Ook bijvoorbeeld heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een ziek familielid, weet je wel. Of een gehandicapt broertje of zo. Ja, en die gaan er dan op het moment dat ze die keuze hebben, gaan ze er misschien best wel voor kiezen om voor die persoon te zorgen. Ja. Terwijl nu wordt het uitbesteed aan dure zorgverzekeraars enzovoorts. Dus op een gegeven moment, en dan mantelzorg wordt ook weer kwantificeerbaar en zo. Het is echt een hele soort van malle molen waar maar we in zitten. Maar het is natuurlijk ook een... ik ben er super voor, maar ik begrijp ook dat het zo ingrijpend zou zijn. Als daar al een plan voor geschreven zou moeten worden, dan duurt dat nog wel even voordat je zover kunt zijn. Dat je zegt, iedereen krijgt 2000 euro bij wijze van spreken. Wat gewoon technisch gezien heus wel kan. Ja. Alleen de invloed die het heeft op de rest van de economie, wordt natuurlijk is niet overzien, is fucking lijp. Ja, dus het is of alles of niets, denk ik. Ja. En veel van de bijvoorbeeld proeven die we nu zien, is dan met 800 euro of zo. Dan denk ik, ja. Dan kun je dus niet van leven. Nee. Dat is gewoon, dan kun je niet je huur van betalen en boodschappen doen. Ja. En dan nog je zorgverzekering. Dat kan gewoon niet. Ja. Dus nee, gewoon op. Dus hoe groot dat bedrag dan is en waar dat vandaan moet komen. En het heeft inderdaad best wel een hele gigantische impact op je maatschappij. En je kan het volgens mij niet een beetje alles. Het is toch een beetje alles of niets, omdat het zo'n ingrijpende impact heeft. Ze doen het ook ergens, toch? Hebben ze het niet in Denemarken of zo? Is het waarschijnlijk wel, teringleiders. Altijd in Scandinavië hebben ze al die goede ideeën. Hebben ze al zo'n shit going on? Ja, ze dat idee hadden. Oh, daar is het weer leuker dan hier. Godverdomme. Nee, ook in Nederland zijn ze met proeven begonnen. Nou ja, ik vind het sowieso... Weet waar je wat dan? Is? Waar zijn ze dit aan het doen? Texel. Ik denk dan... Ja. Je kan niet zomaar aansluiten en dat je dan gratis geld krijgt, Vincent. Ja. Ik wou zeggen, nee, jij niet. Moving. Jij verdient al genoeg geld, godverdomme. Moving the Texel. Ik wil sowieso naar de Wadden. Wij Space Case en ik hebben een afspraak. Dat weet Kees, vergeet het om zoveel tijd. Oh, maar ja. Op een dag gaan wij op Terschelling wonen. Als we het hier over hebben. Ja, op een dag gaan we op Terschelling wonen samen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb nog vrienden bij in Terschelling, zijn we dus ook, je kan gewoon aansluiten. Zijn ook, heb jij vrienden op Terschelling? Ja. Iemand die ik ken is net naar Terschelling verhuisd. Echt? En die is daar de Piratenpartij Terschelling begonnen. Meen je niet? Ja, ik meen het wel. Wat trouwens interessant is, want Terschelling, ik heb dus ooit een keer was ik op Terschelling. Dames en heren, als je nog nooit op de Waddeneilanden bent geweest,
Ga alsjeblieft naar de Waddeneilanden. Dit zijn de, wat mij betreft zijn dit de mooiste stranden van de wereld. Meen ik oprecht, serieus. Ik ben dus volgens mij alleen nog maar op Terschelling. Oh nee, eentje, nee, één andere. Nee, het was Texel, sorry. Ja, we zijn ook nog... Ik haal mijn eilanden, cool. Ik haal mijn eilanden cool. Door elkaar. Mm. Hé, hey, je weet toch. It's all good. Ja. Tomato, tomato. Waddeneiland is een Waddeneiland. Ja, Waddeneiland. Maar oké, dus ik was een keer... Ik geloof dat ik op Terschelling was. En ik hoop nu dat het niet inderdaad ook Texel was. Maar dat doet er ook niet veel toe. Ik was daar en ik pakte een taxi. Ik zat in die taxi en die man... Ik had het met die man over het eiland. En hij vertelde mij dat hij een Braziliaanse vrouw had. Toen zei ik van, oh, wat bijzonder. Toen zei hij, ja, valt wel mee, is niet zo super bijzonder. Want veel van ons zijn mensen die op de schepen werken. Wij hebben dus we zitten in de scheepvaart. En daar ligt onze expertise. Dus veel zijn dan aangemeerd in Brazilië. Werken in Brazilië. Vanaf schepen, whatever, weet ik niet. En daar ontmoet ze dan Braziliaanse vrouwen. En dan, een Braziliaanse vrouw, mee naar huis. En nu is er dus een Braziliaans-Nederlandse gemeenschap op een van de Waddeneilanden. Ik denk Terschelling. Ik hou er zo vet. Van, hè? Die naar mix. Carnaval. Die en mix dan heb je dus gewoon een paar maken. Van die soort van die lichtbruine cappuccino-babies gewoon rondlopen. Die gewoon Braziliaans zijn. Dat is toch gruwelijk? Ja, dat wil ik even zeggen. Ja, nou, ze hebben er ook die besjes, toch? Die cranberries. Die zijn daardoor ooit aangespoeld. Ja. En nooit meer weggegaan. This is true. Ja, dat is toch vet. Daarom de Waddeneilanden, dames en heren. Ja. Waarom kwamen we hierop? Oh, en je hebt iemand die woont op Terschelling. Nou, jullie gingen daarheen verhuizen. Dus... We gaan daarheen verhuizen. Oké, okay, dus een prominent trekt zich terug uit de campagnes omdat jij het zo... Wow. Trekt zich terug? Nee, een prominente debat. In de debatten heb ik het over. Ik ga even terug naar jouw verhaal. Ja, dat is goed. Dus een prominente piraat... Ja. Een prominente piraat zegt, nou, jij doet het zo uitmuntend. Ik hou ermee op, ik wil gewoon dat jij het wordt. Ja, ja, was even schrikken, want hij belde mij 3 minuten voor het debat of zo. Zo van, hey, hoi, trouwens, ik trek me terug uit de verkiezing. Mm. Ik zo, sorry, wat? Ja. Kun je dat, ik denk dat ik het goed heb verstaan, maar ik weet het, kun je het gewoon nog een keer herhalen? En nou, toen was ik opeens lijsttrekker. En dat was wel even pittig, 9 maanden lang. Ja, want hoe is dat? Ja, het is wel een hele bijzondere tijd, want je leert waanzinnig veel. Want je moet over alles moet je instantly een mening hebben. Ja. Dus je bent constant het nieuws aan het volgen, constant een mening aan het formuleren daarover. Ja. En, weet je alle programma's van alle andere partijen bijvoorbeeld? Nee, weet je wat ik meer waardevoller vond eigenlijk, was meer een beetje de mensen kennen die daar... En op een gegeven moment heb je een soort van profielen die bij een bepaalde partij passen. En dan kun je ook wel een beetje inschatten... Wat zij vinden. Welke richting maar zij uitgaan. Maar het is wel tricky. Want ik bedoel, als je dan in het debat zit... Mm-hmm. Als je bent altijd bezig met je eigen verhaal. Dat jawel, dat begrijp ik. Maar als er dan wordt gezegd van... stel je voor dat iemand jou eventjes voor de gein test... en zegt van... Oké, maar Ancilla, wat jij hier zegt over privacy... dat zegt de nummer 13 van GroenLinks zegt dat ook. En dan weet jij dat niet. Nee. Zeker op onze kernpunten weten wij wel okay, heel weet goed je ook waar de rest... verschillen zitten okay, met andere cool. partijen. Ja. Dus, maar bijvoorbeeld op het gebied van pensioenfondsen of zo, weet je wel. Ja, dat is gewoon niet onze expertise. En het zal best dat andere partijen daar heel veel over te vertellen hebben. Ja, om eerlijk te zijn, wij hebben daar wel een paar richtingen voor, maar niet een heel uitgedacht plan of zo. Mm-hmm. Want het is gewoon niet onze expertise. Het is niet wat wij zouden toevoegen in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Wij hebben gewoon onze eigen issues die wij de Tweede Kamer in willen krijgen. En... Wat is eigenlijk de procedure als je een politieke partij wil zijn en eventueel dus de Kamer in wil? Wat is dan de procedure, de volgende procedure? Weet er je? Komt een hoop bij kijken. Dus we hebben bijvoorbeeld het hele land moeten rondrennen om ondersteuningsverklaringen te krijgen. Dus het is een heel gek systeem waarbij soort van nieuwe partijen moeten dan een x-aantal ondersteuningsverklaringen krijgen. Dus dan moest ik letterlijk voor het stadhuis moest ik staan en aan mensen vragen van... Hey, je hoeft niet op ons te stemmen, maar... steun maar je dat we er zijn? Steun je dat je op ons dat wij een optie zijn om op te stemmen? Oké. Okay. En als mensen dan ja zeiden, dan moest je ze dus naar binnen sturen met zo'n formuliertje en een pen. En dan moesten ze dat ondertekenen en dan moesten ze daar onder het toezicht oog van net zoals een het in ambtenaar. 1940 ging, zeg maar. Ja, het was echt een bizar ding. Het was ook een hartje winter. Echt middeleeuwse praktijken bijna, inderdaad. Ja. Ja, dus ja, nou best wel een beetje, want het was echt het vroor onder nul. En dan sta je daar te blauwbekken voor de stad. Wilt u misschien een handtekeningetje zetten? Nee, het moet binnen. Nee, dan moet er ook iemand kijken. Nee, er moet ook een stempeltje bij. Nee, dan moet u het ook weer het formulier teruggeven aan mij. Het is echt een heel ding. Maar dat is gelukt. Dat is gelukt. Was echt nog heel gedoe. Hoeveel moesten dat er zijn?
Bij God geen idee. Een paar honderd, weet ik veel, 170 of zo. Nee, ik weet heel geen, Dan ga je veel meer... niet in een vrieskou staan voor 170 handtekeningen. Nee, nee, nee. Het was veel meer, nee. Het was per gemeente, was het dan weer, nou, het was helemaal uitgedokterd. Ik weet niet eens meer. Mm. Maar veel te veel in ieder geval. Ja. En, dat lukt, en je moet dus geld betalen. Dus wij hebben onze donaties, hebben wij onze entreeprijs van meer dan 10.000 euro hebben wij betaald met bitcoin. Dat was wel fijn. Heel veel mensen hadden bitcoin gedoneerd. En dat was heel erg in waarde gestegen. Gaat het goed met bitcoin? Ja, het fluctueert een beetje. Dus volgens mij onlangs was het weer ingestort en nu is het weer terug. En, kun je uitleggen in layman's terms voor de... Bitcoin is een virtuele munteenheid. Mm-hmm. En net zoals dat je bijvoorbeeld vroeger de gulden had. En nu de euro. En de dollar en de whatever, de yen. Heb je ook bitcoin. En dat behoort niet toe tot een land, maar wel tot het internet. En daar zit een heel ingewikkeld, complex algoritme achter. Dat heet de blockchain. En de blockchain is verzonnen door iemand die op dit moment nog anoniem blijft. Satoshi Nakamoto. Dat is de schuilnaam. Ja, het is eigenlijk Clanny. Ja, het is Clanny. Het is Clanny. Yay, surprise! Ja, op een gegeven moment hebben dus heel veel mensen zich uitgesproken dat zij die Satoshi zouden zijn. Oh ja, natuurlijk. Dat snap ik wel. Uiteraard. En, want inmiddels is het ook zo'n bewonderingswaardige ding wat die man heeft neergezet. Doordat hij dus een onfeilbaar technisch mechanisme in elkaar heeft gezet. Waarbij hij dus op hele makkelijke, decentrale wijze een currency kunt uitwisselen met iemand. Geld kunt overmaken eigenlijk. Ja, want ik begreep daaruit dat het dan juist, omdat het inderdaad zich aan zulke strenge algoritmen en weinig invloed van buiten, dat begreep ik daaruit altijd zo van, dat het meer waardevast was of zo dan normaal geld, zou ik maar zeggen. Maar hoe kan het dan dat het toch ook fluctueert zoals zeg maar normaal, dus dat klopt niet. Het punt is er. Er zit een einde aan hoeveel bitcoin er gemaakt kan worden. Omdat in de blockchain zit ingebouwd dat er maar een x-aantal bitcoin ooit kan bestaan. Kan niet soort van miljarden bitcoins bestaan. En dus euro's op dit moment, ja, als de overheid vindt, we hebben niet genoeg geld, drukken ze gewoon bij. Ja, oké. Dat is de eerlijkheid, zeg maar, van bitcoin. Ja, dat het altijd een soort van... Maar wat dus wel het punt is op een gegeven moment heb je steeds meer computing power, steeds meer servers nodig om die bitcoin uit te rekenen tot op het punt dat zeg maar de laatste paar bitcoin zo duur worden om te produceren dat het niet meer de moeite waard is om ze te maken. Okay, ja. Het is best wel een complex systeem. Ja, maar in elk geval het is wel altijd bedoeld als een soort ondersteuning of zo, want inderdaad het zou nooit zeg maar de hele financiële markt kunnen overnemen als echte valuta, omdat het blijft altijd het kan niet oneindig veel worden. Het is een beperkt aantal... Ja, maar dat is dus ook meteen het voordeel. Omdat het dus nooit heel erg in waarde... Het kan nooit heel erg in waarde dalen. Zoals met bijvoorbeeld in Duitsland in de begin 1900s was er de Weimarrepubliek. Ja, precies. En toen is dus gewoon de hele Deutsche Mark gewoon helemaal ingestort. Omdat op een gegeven moment er zoveel Deutsche Mark werd bijgeprint. Precies. Dat die hele munt was gewoon waardeloos. Wat nog steeds gebeurt dus op grootschaal eigenlijk valuta die gewoon zeg maar bijgedrukt wordt, toch? Zo. Ja, zeker. Nou ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk allemaal met computers. Dus in principe kan je het ook een beetje zo zien. Ze hoeven het niet eens meer letterlijk bij te drukken fysiek op papier. Dus met inkt. Een extra nulletje erbij te zetten of een extra eentje, whatever, hoe je het maar wilt doen. Ja, dus dat maakt een bitcoin een stuk stabieler bijna dan het hele economische systeem waar wij nu op draaien. En, en ik denk ook wel dat banken dat, zeker centrale banken, zien dat echt als een serieuze bedreiging. Ja. En zij zijn nu ook allemaal bezig met hun eigen blockchain. En inmiddels heb je ook, ik bedoel, ik zeg nu bitcoin, maar je hebt inmiddels honderden vergelijkbare digitale munten. Ja. Sommige daarvan zijn stabieler dan andere. Oh, ja. Bijvoorbeeld bitcoin is niet helemaal anoniem, maar er zijn ook andere munten zoals Monero, die zijn wel anoniem. Ja. Dus, en dat kan best wel ingrijpende gevolgen hebben op het moment dat mensen bijvoorbeeld twijfelen aan het economische systeem, of er gebeurt weer wat, of er klapt weer een bank, of noem het maar op. Nou, zoals in 2008 gebeurde, dat zag ook niemand aankomen. Nou ja, op het moment dat er weer een tweede financiële crisis komt, zou het best wel zo kunnen zijn dat mensen massaal naar bitcoin vluchten, of naar Monero, of naar iets anders. Zoiets anders. Ja, daar is het dus ook wel goed voor. Ja, voor het geval dat een keer de hele financiële markt instort, dan heb je in ieder geval nog deze alternatieven. En mensen doneren dit, dus.
Ja, bitcoins. Oh ja. Ik heb geen doneerpagina. Nee, oké, maar er werd een beetje... Maar ik zou wel in investeren voor jezelf. Ja. Nee. Voor jezelf, als je geld over hebt. Ja, zou ik zeker zeggen. Nee, nee, nee. Want nou ja, als het toch op de bank staat en je doet ik er niks mee. Ik ben weer terug bij het verkiezingsverhaal. Dus de mensen maakten bitcoins over. Dat ja, en, dat steeg, nu, en, dat, en die ja. bitcoins waren dus heel erg gestegen in waarde voor ja. de verkiezingen. Dus toen we die bitcoins verkochten, toen hadden we opeens redelijk wat geld om te besteden. Bijvoorbeeld aan die entreeprijs die je dus betaalt om überhaupt mee te doen. Hoeveel is dat? Meer dan 1000 euro. Meer dan 10.000 euro, sorry. Oh. Maar als beginnende partij met vrijwilligers. Nee, dat begrijp ik wel. Maar gewoon, zeg maar, als je gewoon een beetje een lul bent en je hebt zin om in een politieke partij te beginnen, dan kan dat gewoon. Nou, ja, als je dus en je hebt dus al die ondersteuningsverklaringen nodig. Ja, 170. Nee. Sorry, dat zei ik echt verkeerd. Maar alleen al het idee dat wij, of jij, want inderdaad... Ja, maar je weet dat we zijn nu een partij aan het opgeven. Ik wou net zeggen, ik wil jou ook wel als lijsttrekker zien van iets. Maar ik bedoel, alleen al inderdaad, ja, je weet toch, ik zou al daar... Ik zou het wel doen, maar ik zou pissig zijn inderdaad. Dan sta je daar dus als een lulde behanger. Sta je daar bij de gemeente voor het stadhuis, zeg je? Ja, dan niet, hè? Dan moet je daar als gewoon andere mensen of dan een, jij. Of een, ja, maar nee, maar gewoon... ja, nee, je voelt je in ieder geval op dat moment echt alsof je aan het bedelen bent. Ja, maar je denkt... Ben je ook. Je bent letterlijk aan het bedelen. Je wordt, alsjeblieft, herken mij. Je wordt opeens zo geconfronteerd met hoe dom inderdaad zo'n systeem dan is. En eigenlijk zo van, dit is dus de reden waarom... Niet voor de duidelijkheid, er moet wel iets van een drempel zijn. Je kan niet hebben dat iedereen maar gewoon... Waarom niet, eigenlijk? Nou, weet ik ook niet. Ik weet het ook niet. I agree. Dat is onzin wat ik net zei. Ik vind ook... als ik jou zou nuanceren, stel ik was jou nu opeens... Oh, wow. Dan zou ik zeggen van, oké, er moet een drempel zijn, maar niet deze drempel toch? Je gaat toch niet... Dit zijn toch echt middeleeuwse praktijken dat je dit... en dan zijn we nog niet eens tot het einde van het verhaal. Maar deze eerste twee handelingen dacht ik al van, vind ik wel heel apart. Zo van, om een drempel te stellen. Als dit dan de reden is om een drempel te stellen, vind ik dat wel een hele domme drempel. Ik heb weinig geslapen en ik heb nu twee wijntjes in mij. Ah. Wat mij betreft kan het kan mij sowieso niet schelen, snap je? Ja, total chaos, let's do this. Ik ben daar sowieso bij. Dus inderdaad, laat iedereen gewoon, laat iedereen erop springen. Laten we met de hooivorken en fakkels naar de internets, toch? Dan krijg je gewoon die hele brei, weet je wel. Stel dat de politieke partij net zo'n brei zou worden zoals de vlogs. Ja, het is een nightmare aan de ene kant. Maar aan de andere kant, dan zou je dus wel een soort realistische weerspiegeling krijgen van... Het ligt in de aard van de mensen. Het ligt in de aard van de mensen. En dat kun je dus zien. Als ik bij zo'n MCM ben, dit meen ik... ik was daar gisteren. Echte top mensen zouden kunnen. Maar is het bedrijf een MCM of heet het MCM? Nee, het bedrijf heet DiviMove. Oh ja, oké. Oké, dus ik was daar gisteren. En zij vertellen mij van alles over... En ik ben daar ook. En ik ga altijd eigenlijk direct... gelukkig was er ook iemand anders die dan echt luistert naar wat ze aan het vertellen zijn. Maar ik ben daar eigenlijk vooral aan het uitzonen. Van, wow, waar zitten we eigenlijk? We zitten nu gewoon ergens waar mensen iets... Die zijn allemaal een soort van analyses aan het doen op allemaal data en shit. Van, is this real? Snap wat ik bedoel? En we zijn uiteindelijk, wij hebben gewoon raps. We zetten raps op internet, je weet toch? En nu heb je deze mensen en nu zijn we hier en in Berlijn ineens. Je weet toch? Van, dan zijn we allemaal hier omdat we shit uploaden op internet en zo. En ik ben helemaal aan het uitzoomen. En dan denk ik, en dan op een gegeven moment zeggen ze van, ja, nou ja, dus. En als je dit, dan kun je optimaliseren zo. En nogmaals, als we luisteren, ik bedoel dit niet, fokop, ik vind het heel fijn dat ze dit vertellen aan ons, omdat ik er vanuit mag gaan, denk ik, dat ieder mens wil optimaliseren, in principe. Ja, ja. Dat is, weet je, ik denk dat ligt in de aard van de mens. Maar op een gegeven moment zei ik ook tegen hem van, kijk, dit meen ik oprecht, dit heb ik gezegd. Ik zei, weet je wat het wel is? Wij leven wel gewoon, toch? We zijn niet dood of zo, snap je? Hm. En toen zei ze van, wat bedoel je dan? Ik zeg, wij zijn wel cool. Wij zijn gewoon, je hebt nu twee blije jongens voor je zitten. Wij zijn gewoon cool. Dus, het is cool dat jullie het hebben over optimaliseren en zo, maar wij zijn best wel al cool eigenlijk. Nou, ik wou net zeggen, dus ik kan me heel goed voorstellen, als jij een beetje koppig persoon bent, dan komt de MCN, wat was het ook weer? Ja. Die komt en zegt van, we gaan je optimaliseren. Dan zeg je, flikker even op, joh. Ga je zelf optimaliseren. Maar daarom, wat dat betreft, ben ik eigenlijk dus ook weer een voorstander. Want het moet een mighty tough job zijn. Stel, ze zouden mij willen optimaliseren. Dan moeten ze wel echt, weet je wel, dit is sowieso een serie, dit is een webreeks. Dan gaan eerst fluwelen handschoentjes aan en dan zeggen ze, raken ze me zo heel klein aan. Kees, misschien een suggestie. En dan ben ik al zo van, zo van, ja, jij kent het al van onze discussies. Weet je, als jij bijvoorbeeld zegt van, hey, leuk liedje. Maar dan heb ik van, hey, wat? Je weet niks. Je weet helemaal geen stand van muziek. Hoor je, motherfucker. Maar zo van,
Aan de andere kant is het net zoals voor jou een kracht als zij het dus toch kunnen zonder dat het iemand tegenstelt. Want inderdaad, als jij een personality bent en al een succesvol, als jij een succesvol lopend YouTube kanaal hebt, dan weet jij toch, dan laat je toch door niemand niks vertellen, zou je denken. Jawel. Eigenlijk. En dat is dus wat ik denk. Tenzij dus is dat dit, heel goed. Dan zijn dus, ik zou echt zo graag geoptimaliseerd worden. Ja, toch? Ik ook, man. Shit. Jij kan toch helemaal niet meer geoptimaliseerd worden als Villa. Ik weet zeker dat er nu iemand zit te kijken die denkt, weet je, ik zou het best wel kunnen optimaliseren. Maar dan bedoelen ze waarschijnlijk iets heel anders. Ja, inderdaad. Maar dus wat ik denk is dat het altijd het ligt in de aard van de mens om geoptimaliseerd te worden. Om een gecentraliseerd orgaan, iets van een gecentraliseerd besturingsorgaan te hebben. Dat geloof ik. Luister. We're gonna go there. Dit wil ik niet. Dictatuur, dit wil ik niet. Maar waarom ik niet daar als, laat ik zeggen, als ik het even uit een soort heel egocentrisch oogpunt moet benaderen, ben ik er niet bang voor als dat niet zo is. Mm-hmm. Omdat ik ben fysiek in orde, ik ben mentaal in orde. Dus van, ik kan het hebben. Als het, if it all goes to shit and it's total anarchy, dan red ik mij wel. Ik, persoonlijk. Mm-hmm. Weet je? Maar dit is niet, zo werkt het niet voor iedereen. Snap ik vind je? Het heel interessant wat je nu zegt. Waarom? Waarom vind je het nu? Omdat je net zegt... Ik wil even terugspoelen. Okay. Ja, natuurlijk vind je het interessant wat ik zeg. Nee, waarom vind je het interessant wat ik zeg? Nou, ik zat de beschrijving te lezen van deze podcast, maar nu ben ik hem natuurlijk weer een beetje kwijt. Oh ja. Maar hij gaat eigenlijk ergens over, toch? Ja. Wat was het ook alweer? Jeugdig enthousiasme in een wereld die vraagt om organisatie en structuur. Hey. Dit wist ik zelf nog. Zelf wist ik dit nog niet. Nee, ja, je weet het. Je moet iets kwijt, toch? In de podcast. Je moet iets zeggen. Maar dit is wel waar het over gaat. Ja, daar gaat het nu toch ook over? Ja, precies. En ik had een beetje een scoop voor jou vanavond eigenlijk. Ja, oké, wacht. We doen even. Maar gaan we die nu doen? Nou, we're gonna go there, jongen. Oké, Space Case, ik wil graag een roffeltje. Oh, Dat is een roffel, toch? Ja. Pling! Is dat goed einde? Ja. Moet ik dan nu? Ja. De suspense is killing me right now. Ja, ik ben hier onder andere om mijn vertrek bij de Piratenpartij aan te kondigen. Oh. We hebben geen sound effects hier. Oh. Was het toch te zwaar gewoon? Nee, het was hartstikke leuk. Heel zwaar ook. Ja, dat wel, 9 maanden lang. Mm-hmm. Maar die structuur en organisatie, wat jij zegt, die is verschrikkelijk, zeg maar. Die heb ik, nee. Ik heb, je, hebt nou, het, je hebt het aan de lijve ondervonden. Nou, wat het is, ik was lijsttrekker. Mm-hmm. Bij deze, sinds nu net, was ik lijsttrekker. Mm-hmm. Ja. En we zullen je missen. Op een gegeven moment heb je wel een structuur nodig die dat ondersteunt. Mm-hmm. En die dat optimaliseert. Oh ja, okay. Je bedoelt van de mensen om jou heen? Of als vanuit als de partij? Als partij. Ik was nodig, ja. Nou, ik was dan toevallig lijsttrekker, maar het had net zo goed iemand anders kunnen zijn. Ja. Dat maakt niet zoveel uit. Maar op een gegeven moment heb je iemand die vooraan staat, die dat verhaal moet doen. Mm-hmm. En dan heb je dus ook een structuur nodig binnen een partij die toch meer dan 1000 mensen represent, en inmiddels ook wel 2000, die dat kan ondersteunen en die dat ook, Dus waar jij net heen ging, vond ik een heel interessante insteek, omdat ik dacht van ja, dat is wel wat ik de afgelopen maanden heb ervaren inderdaad. Dat hoe anarchistisch je ook bent en hoeveel je ook tegen de macht aan wil schoppen, op een gegeven moment heb je een bepaald tijdsframe en bepaalde mensen die keihard moeten rennen om iets te behalen. Ja, en daarvoor is organisatie nodig, een structuur nodig. En daarvoor heb je wel... Alles wat je haat, word je dan. Ja, dat is gek, hè? Ja. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar inderdaad, dat je het überhaupt al die 9 maanden volhoudt, weet nee, je wel? Nee, langer dan dat. Want ik zat sinds 2014 bij de partij. Ja, dus langer dan dat. Maar ik bedoel, ja, nee, daarom. Ik kan me voorstellen... Maar als lijsttrekker inderdaad. Ja, is dat een andere moment, functie. En op een gegeven moment zat ik een beetje in de positie, omdat wij dus ons echt wel identificeren als een bottom-up beweging. Dus waarbij mensen echt wel de vrijheid hebben om zelf dingen te ondernemen de partij bedoel je? Te kickstarten, ook binnen de partij, zeker. En dat vinden we ook echt wel heel belangrijk. En ook, we zijn niet zo heel erg van een top-down structuur waarbij één iemand bovenaan staat en zegt van we gaan nu dit en dat doen en jullie moeten het allemaal zo doen. Maar op een gegeven moment zit je wel in de situatie dat ja, ik moet het altijd naar buiten toe wel uitleggen. Ja. En op een gegeven moment als er dan dingen worden geïnitieerd waar ik niet
helemaal achter sta of die ik zelf ook niet kan uitleggen. Ben je wel alsnog het uithangbord? Ja. Maar dat is dus het geval. Had je maar het idee dat zeg maar de organisatie of de structuur daarachter niet voldoende was of niet genoeg aansloot op wat, hoe jij er tegenover de zaken aanstaat of zo? Nou, het gekke was dus op een gegeven moment dat omdat ik op nummer 1 stond, dat ik ook degene was die het meeste bek moest houden. Oh, ja, ja, ja. Ja. Want ja, anders dan heb je dus zo'n top-down structuur. Precies. Van één grote leider die de rest van de partij vertelt wat ze moeten doen. Ja, nou, Geert Wilders is daar een goed voorbeeld van, inderdaad. Dat is iemand die geen tegenspraak duldt of wat dan ook. En dat is niet per se waar we heen willen. Maar ja, tegelijkertijd zit je er ook wel mee van, ja, op een gegeven moment moet je wel in een korte tijdspan met een beperkt budget, moet je heel hard naar een doel toe rennen. En ik kan mij voorstellen, je wil niet liegen. Je wil ook niet jokken. Je wil daar niet staan en jokken dat je iets meent terwijl je het niet meent. Toch? Of nee. Maar ja, als het niet... kijk, ik ben daar in principe, je moet het een beetje zo zien. We hebben een partijprogramma, hebben we met z'n allen samengesteld. Mm. En dat ondersteun ik ten volste. Nog steeds? Nog steeds, absoluut. En zeker de basisprincipes van de partij, daar sta ik helemaal achter. Mm-hmm. Alleen op een gegeven moment, als mensen kleine initiatieven gaan nemen in campagnetijd, die ik vervolgens moet gaan uitleggen, terwijl ik helemaal niet weet waar die vandaan komen. Noem eens een voorbeeld daarvan. Nee, ik wil niet echt nog zout op die wonden gooien. Maar op een gegeven moment waren er wel, zijn wel bepaalde uitspraken gedaan. Ook van mij uit bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat ik geen harde uitspraken durfde te doen. Omdat ik wel zoiets had van, ja, we moeten hier wel met z'n allen achter staan, jongens. Dus kan ik even wat input krijgen over bijvoorbeeld of wij de PVV bijvoorbeeld uitsluiten. Weet je wel? Oh ja. Wil ik best wel zeggen. Alleen... Doen we dat ook echt? Alleen wil ik wel dat als ik dat zeg, hardop... Ja, dat iedereen het ook vindt. Ja. Dat we dat wel met z'n allen hebben besloten. Dat niet alleen ik was die dat voor camera's roept en dat vervolgens de hele achterban tegen. Is dat iets waar je in verslikt hebt? Is dat iets wat je van tevoren wellicht onderschat had? Hoezeer dat een rol zou gaan spelen? Nee, ik ben er echt ingesprongen van... Oké, de reden waarom ik eerst specifiek voor lokaal ging, is omdat het voor mij heel overzichtelijk was. Dus ik wist met welke mensen ik zou samenwerken en daar had ik ook wel vertrouwen in. En op dat moment dat ik dat deed, heb ik ook heel duidelijk gezegd van, ik ga nog niet landelijk, want ik kan het nog niet overzien. En toen ik voor landelijk heb gekozen, heb ik ook wel die afweging gemaakt van, ja, het is echt een beetje een 50-50 ding. Het kan lukken, het kan niet lukken. Ik vind de basisprincipes belangrijk genoeg om er keihard voor te vechten. En ik hoop dat mensen mij daarin ondersteunen. En ik ga gewoon rennen en dan hoop ik dat mensen meerennen. En hopelijk gaat het goed. Maar hoe dan ook, of het nou redden of niet, die Tweede Kamerzetel, ga ik er waanzinnig veel van leren. En kan ik het profiel van de Piratenpartij, in ieder geval de basisprincipes, de basisdiscussies die we sowieso al breed maatschappelijk willen promoten. Mm-hmm. Sowieso is het voor mij een win-win eigenlijk, wat dat betreft. Ook al redden we die zetel niet, dan nog heb ik andere doelstellingen wel behaald. Ja. Dus wat dat betreft heb ik wel echt heel duidelijk van tevoren die overweging gemaakt van, oké, als we niet redden, ben ik er ook oké mee. Dus mensen vragen me ook nu, oh, ben je helemaal kapot? Ik zeg, ja, ik moet wel bijslapen, maar ik ben niet helemaal heartbroken of zo, dat nou ook weer niet. Maar in die zin, ja, kan ik ook niet nog de spokesperson blijven van die beweging die niet alleen maar om mij draait. Ja. Dus vandaar dat ik deze gelegenheid wou nemen. Om dat even publiekelijk aan te geven dat ik niet meer het aanspreekpunt ben van de Piratenpartij. Is het dan ook direct duidelijk wie dat dan wordt? Nee, maar ik hoop wel dat ze voor een leiderschapsfiguur kiezen en die ook ondersteunen. Wie dat ook mag zijn, maakt niet zoveel uit, denk ik. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je op een gegeven moment met z'n allen achter iemand gaat staan die het vervolgens mag gaan doen. Dat is het belangrijkste. Maar dus jij had het over die centralisatie en dat triggerde mij een beetje. Dat ik dacht van, het zal van een aantal factoren afhangen, want de Piratenpartij vecht juist heel erg voor decentralisatie van macht. En decentralisatie van macht is wel op bepaalde gebieden belangrijk. Bijvoorbeeld als je het hebt over Bitcoin, is de kracht van Bitcoin is dus juist dat het decentraal is. Mm-hmm. De kracht van internet is dat het decentraal is. Dat er niet één platenbaas is die besluit wat consumenten mogen horen. Ja. Die niet besluit dat Kesha een contract krijgt, maar ondertussen ook eigenlijk seksueel misbruikt wordt. Weet je wel? Ik weet niet of mensen dit verhaal hebben gevolgd. Oh my god, ik heb er niet zo van gehoord. Dus wel, ik dacht wel altijd van, toen dat verhaal dropte, heeft tussenstrootje, dacht ik wel van, ja, maar ja, Kesha, je was toch ook niet echt een soort super interessant artiest of zo? Ze werd vooral interessant daarna. Na die rel was het opeens van, oh ja, ze kan wel dingen, maar
hoe zij bekend was geworden, was niet eens een soort van... Ze was niet een soort van, in mijn ogen... She was asking for it, Cage. Nee, asking... I'm not saying that. Ik zeg gewoon dat haar muziek... Ik zeg gewoon dat haar muziek een soort van kwalitatief niet zo boeiend was. En toen deze rel ontstond... Wat is je punt hiermee? Mijn punt is... Dat is wel erg, hoor. Dat de kracht van dit zeggen... Nee, dit is een heel slecht verhaal, dit. Als een soort wapen. Ja, nee, dit is gewoon iets waar wij het over oneens zijn. Maar... Nee. Kees onderscheidt hier, denk ik... Kees onderscheidt hier een muziekcarrière van being a human being. Ja. Dat is wel wat hij hier aan het... Toch, dat is wat je hier ook wel aan het doen. Ik weet niet, ik vond gewoon haar muziek troep. En toen... Ja, hey, toen, dan ben ik met je eens, toen, maar dat is besides the point. Oké, exactly. Maar dan nog... In Kees' defense, waarom dat niet besides the point is... is omdat er zijn wel echt die twee dingen. Er is je muziekcarrière, er is jouw publieke rol die je te vullen hebt. Ja. En er is your personal life. En als jij dus inderdaad misbruikt wordt, which is vreselijk. Mm-hmm. Maar dat is wel, dat is los van dat. Laat ik het zo zeggen, als je dat niet zo ziet, als je artiest bent en je ziet het niet zo, dan je gaat even fucking hard, dan ga je hele pittige tijden tegemoet. Want zodra je die twee dingen door elkaar heen gaat halen, dan wordt het allemaal heel pijnlijk. Ja, Kees doet dit nu hier. Nee, maar zij zat dus op een gegeven moment, nou ja, het was een breder punt dan dit, maar dus ja, een decentralisatie versus centralisatie van... Oh ja. En dus op een gegeven moment dat tools zoals die maar één keer in ever ooit zullen voorkomen, zoals mm-hmm. het internet mm-hmm. of de telefoon of de drukmachine. Mag ik iets zeggen over de telefoon? Wie is de uitvinder van een telefoon? Weet ik niet. Weet je dat niet? Meneer Bell. Ik zou zeggen die een die de lamp... Nee, het is meneer Bell. Ja, het is meneer Bell. Dat is een Engelsman en die heet meneer Bell. Ja, ja. En... Hoe noemen wij het gebruiken van de telefoon in Nederland? Bellen. En waar ter wereld doen ze dat nog meer? Nergens. Oh, grappig. Toch? Ja. Dit is echt zo'n sideline, dit. We zijn zo'n superieure mensen. Dat is waarom we deze podcast hebben. Nederlanders zijn echt superieur. Omdat we dit mogen nu. Nu mogen we dit doen. Dit mag ik dus niet doen op de radio. Dit. Nee, dat snap ik. Ik snap waarom. Oh ja, is het vervelend? Nee. Ik weet nog precies waar we waren. Ik weet nog precies waar we waren. Okay. Nee, gecentraliseerde organisatie. Maar dus het ding is dus ook dat ik zie het gebeuren. Ik weet dat het zo is. Hoezo dan? Nou ja, wat ik zeg. Ik ben dan daar in dat bedrijf, daar in Berlijn. En ik begrijp dat van, oké, cool. Dus je hebt deze vrijplaats die YouTube is. En nu hebben we eigenlijk de ruimte om te doen whatever the fuck we willen. En vervolgens staat er een partij op die zegt van, hey, mensen zijn daar de fuck aan het doen wat ze willen. They need some organization in this shit. Dat is hoe het werkt. Ja, ja, ja. Weet je, dat is hoe... Grappige is dus ook dat juist die... Dat is wel iets waar ik mij zorgen om maak. Dat op een gegeven moment YouTube, wat eigenlijk gewoon van Google is... Dan heb je op een gegeven moment maar drie partijen. Je hebt Microsoft, mm-hmm. die heeft ook bijvoorbeeld LinkedIn. Mm-hmm. Je hebt Facebook, die heeft ook bijvoorbeeld Instagram. Mm-hmm. En je hebt Google, die heeft ook bijvoorbeeld YouTube. Mm-hmm. En dan heb je gewoon maar drie partijen die gezamenlijk het internet zijn. Mm-hmm. En dan heb je gewoon geen alternatieven meer. En op het moment dat je down that road gaat, waarbij je dat toelaat dat het internet zo gecentraliseerd wordt, dat eigenlijk maar drie machtige partijen, dan ben je dus op dezelfde, dan heb je dus gewoon een tv-kanaal eigenlijk. Zoals in Amerika heb je gewoon zes bedrijven die al die tv-kanalen, die honderden tv-kanalen, eigenlijk zit je naar één van de zes opties, misschien wel minder. Maar waarom is dat slecht? Omdat er dus een paar mensen in die positie zitten die zo machtig zijn. Dat mm-hmm. zij echt wel die op met een druk op de knop kunnen besluiten wat mensen massaal wel of niet te zien krijgen. Mm-hmm. En je ziet bijvoorbeeld dat Facebook echt wel die keuzes maakt. En mm-hmm. zich ook gewoon politiek uitspreekt. Zij zijn in Amerika, zijn zij gewoon uitgesproken democraten. En er zijn dus ook heel veel klachten geweest van mensen die zeiden van conservatief nieuws wordt gewoon onderdrukt. En er waren ook gewoon een paar klokkenluiders vanuit Facebook die zeiden van wij krijgen gewoon de opdracht om democratisch progressief nieuws bovenaan te laten drijven in de datastroom en conservatieve nieuws te laten wegdrijven. En ik denk dat het heel erg gebackfired heeft in de afgelopen Amerikaanse verkiezingen, waarbij mensen zich al zodanig genaaid voelden door al hun tv-kanalen en Facebook en. Dat ze de democraten echt een grote middelvinger hebben gegeven. Maar dan even omgedraaid. Ik kan me wel voorstellen dat... Stel, Facebook is mijn label. Even dus die vergelijking. En dat iemand van buitenaf mij gaat vertellen wat ik dan wel en niet... Dus ik... Oké, mijn label is, dus durf ik zo te zeggen, links. Mm-hmm. De muziek die wij uitbrengen is links. De jongens en meisjes die wij tekenen zijn links. Nou, je kan je en dus de ook... boodschap die wij uit is links.
Ja. En dan moet iemand anders aan mij vertellen van, ja, dat moet ook rechts zijn. Ja, maar jij verplicht ze niet om dus. Niet te zijn. Omgekeerd dus. Maar goed, je had bijvoorbeeld ook op een gegeven moment met Google, volgens mij had Yelp gekocht en dat was een restaurant review site of zo. En dan zag je dus gewoon dat Google daar helemaal niet neutraal in stond. En nu gaan ze dat ook steeds meer toegeven van ja, bijvoorbeeld nepnieuws gaan we tegengaan. Maar dat betekent dus wel dat op een gegeven moment als jij een nieuwsblog hebt en jij brengt een scoop die nog niet breed ondersteund is, breng je naar buiten. Dat het best wel eens geflagd kan worden als zijnde nepnieuws. Hmm. Of op het moment dat jij een andere visie aandraagt ten opzichte van de mainstream, ja. Dat het heel snel in een hoekje geduwd kan worden. Maar daar heb je het eigenlijk over het centraliseren. Dus van daar, dan zeg je eigenlijk dus dat de macht gecentraliseerd moet worden. Dat het dus vanuit één orgaan moet bepaald worden hoe al die mensen daarmee omgaan. Nee, juist niet. Nee, omdat er dus nooit één iemand het gelijk in de hand kan hebben en het gelijk aan zijn zijde kan hebben op zo'n manier. Ja. Op zo'n manier. Dat die in zijn eentje kan bepalen wat goed is voor iedereen. Ja, God. Ja, nou, dat... nou die ene gozer dan. Maar ja. Afgezien van hem. Hij voelt of zij, zich waarschijnlijk whatever. God. Hij voelt zich waarschijnlijk een God. Ja, ja, ja. Degene die dat bepaalt. Nou, je ziet wel dat in Silicon Valley, in Californië, waar al die Silicon Valley startups zitten, dat die mensen echt wel, dat ook uitgesproken hebben zij dat streven om een soort van God te worden. Mm-hmm. En ook, dat heet een transhumanisme, waarbij ze dus inderdaad down the road of Ghost in the Shell gaan en zichzelf met robotonderdelen gaan vervangen, eeuwig willen leven en ook almachtig willen zijn. Ja, je hebt al mensen, proberen het al met pillen inderdaad en alles en met noten eten, ja, probeer ze het langst te leven en stap. Maar we gaan even het transhumanisme gesprek gaan wij even houden. Ah, Ghost in the Shell, wat een topfilm. Ja, maar heb jij alleen deze film zien of ken je ook iets van de geschiedenis van Ghost in the Shell? Nee, ik ben dus heel blij dat ik niet alle voorgaande films heb gezien. Oké, ik denk dat dat ook heeft meegeholpen, want de voorafgaande films en anime's en manga's, die zijn natuurlijk allemaal zoals anime, zoals je misschien wel een idee over hebt, gaat meestal heel ver en heel over de top en heel diep en soms ook hele gekke wegen op. Heel filosofisch heb ik begrepen dat de originele Ghost in the Shell was eigenlijk heel filosofisch film. Exactly. En dan de nieuwe remake, die is dan heel erg zo van wham, bam, hier is een actiefilm en dit is de boodschap. Ik vind dit ook, voor mij is het ook eigenlijk, is het gewoon makkelijker te begrijpen. En inderdaad in de originele Ghost in the Shell wordt om de havenklap worden filosofische uitspraak van filosofen worden, weet ik veel, gebruikt. En dan natuurlijk weer met... Om aanleiding te geven van hoe zit dat nou met, is een mens nou een mens en is een machine een machine? En is een machine niet ook gewoon een mens die denkt dat die machine is? Maar dat vind ik altijd wel. Ja, het is gewoon het hele ex machina idee toch ook? Dus ja. Dat is gewoon heel tof dat. aan... Nou, er zijn ook steeds meer dus mensen uit Silicon Valley die inderdaad zeggen van, nou ja, weten we wel zeker dat we niet allemaal in een hologram leven? En dat We don't. Ja, als het wel... Ja, stel het is wel zo, hoe weten we dat dan? Snap je toch? Ja, maar ik vind dat minder paranoid dan de gemiddelde paranoid idee. Zo van inderdaad weer gewoon het Matrix idee. Inderdaad, als wij met z'n allen in eenzelfde systeem zitten, dan weten wij toch niet. Het is allemaal in je mind, toch? Nou, en nog bizarder, ik geef je deze. Als wij op een gegeven moment dus een simulatie maken, waarin wij mensjes creëren die zelf echt wel geloven in hun eigen wereldje. Bestaan, ja, dat ze echt bestaan. Dus dan krijg je een soort van, ken je die Russische poppen die je dan uit elkaar kan halen? Die matroeskas. Ja, die matroeskas zo. Ja. En dan heb je dus dat wij een soort van mensheidje creëren, simulatie, die ook in zichzelf geloven, die als ze maar lang genoeg leven, datzelfde gaan doen. En zo krijg je dus die matroeska. Nou, wij zouden al zo'n simulatie kunnen zijn. Ja, wij zijn. Maar daarom begrijp ik wij ook... zijn misschien al de 300ste generatie of zo. Ja, je weet het als niet. Als ik bij fucking Microsoft word in Silicon Valley en ik zou hiermee bezighouden en denken aan de volgende chip die ik in mijn zou laten implanteren, dan zou ik mezelf ook al god wanen. Zo van, het is ook wel the closest thing to being a god. Als jij inderdaad dit soort dingen... Het begint inderdaad met systemen. Als jij mensen hebt gecreëerd die geloven dat ze mens zijn. Toch? Die oprecht geloven dat ze echt... Dan ben je god. Dan ben je god. Nee. Ben je een laagje god. Oké. Ga je al in de richting van god zijn. Maar er zijn heel veel mensen die daar echt openlijk naar streven. Ja, ik had ook zo'n documentaire gezien. Maar die mensen zijn toch totaal verloren? Ik bedoel, dat is their loss. Dat is gewoon... Daarom, dat is wel een beetje het ding wat ik heb
in het algemeen met politiek, maar misschien ook wel in de Nee, het ging niet over politiek. Het ging over Silicon Valley en de maar wel de over jullie, maar over de piraten zeggen. De piraten. Laat ik zeggen het preventieve karakter. Niet van de Piratenpartij per se, maar van veel programma's van politieke partijen. En in het algemeen van idealisten. Dus wanneer het bijvoorbeeld ook. En dit is een statement wat ik niet zo zwart. Misschien zo hardcore bedoel als dat het wellicht gaat klinken. Maar bijvoorbeeld wanneer het gaat over het redden van de planeet, gaat het werkelijk over het redden van de planeet functioneel voor de mens. Daar hebben we het dan eigenlijk niet van de 10 keer. Ja. He, want de planeet is gonna be fine. Ja, het redden van onze eigen species. Exactly. Ja. Dus de planeet is gonna be fine. Ja. Dus eigenlijk, kids, realiseer dat als er wordt gesproken over het redden van een planeet, hebben we het eigenlijk over het redden van de mens in specifiek. Vaak wel, maar soms ook een paar diersoorten die we dan schattig vinden. Cool, I love it. Nee, maar daar ben ik katten, ook, daar ben ik totaal voor. Ja, ja, nee, nou ja. Honden dan. Maar ja, ik ben wel specifiek voor het behoud van. Luister, ik ben dus ook voor het redden van de mens, omdat ik vind dat ik empathiseer met andere mensen. Ja. Snap je? Dus daarom zou ik zeggen van oké, dat is inderdaad belangrijk. Maar En Elon Musk plakt er dan weer een extra hoofdstuk aan vast dat hij zegt van ja, als we willen overleven, dan moeten we met z'n allen naar Mars. Ja. Oh nee, Het is vet belangrijk dat we naar Mars gaan, anders gaan we niet overleven. Maar hij heeft ook al gezegd dat er een 1 op een miljard kans is dat wij niet nu in een virtuele realiteit leven. Ja, daar hadden we het net over. Ja, daar ging het eigenlijk over, waar we het over hadden. Dat is ook de laatste keer dat ik ga pissen. Maar inderdaad, het interessante hier aan allebei je dingen is, ik denk wel dat het waar is. Zo van, als we niet er nu, dat is een beetje ver gezocht dan misschien, maar inderdaad, als we er niet nu al in zitten, ja, dan gaan we er naartoe. Zo van, dit is gewoon de future. En als we er naartoe gaan, dan zitten we er waarschijnlijk al in. We gaan naar andere planeten. En we gaan, alles gaat worden, alles gaat zo worden. En ik zag wel op een gegeven moment zo'n vette film over van die VR-junkies. En ik heb ook wel zelf zo'n VR-bril op gehad. Mm-hmm. Dat als je daar maar lang genoeg in zit, dan ga je er ook echt wel zelf in geloven. Zeker als je dan nog de fysieke simulatie erbij hebt, zeg maar, van een helling precies. Of iets. Ze zijn er nog niet helemaal, maar ze zijn in de richting aan het komen dat je echt het verschil niet, want wat nu nog een beetje wat risico is, ik weet niet of je dat zelf ook ervaren. Maar hoe heftiger het wordt, je merkt toch dat het er een soort van motion sickness krijgt. Omdat omdat je het niet echt aan het doen bent, toch? Maar het gebeurt wel in je ogen. Ja. En het ligt eraan dus welke je hebt geprobeerd. Want tegenwoordig zijn ze wel echt op weg. Maar ik heb het dus ook wel eens gedaan. En inderdaad, en dat was 10 jaar geleden, toen het nog helemaal blokken waren. En toen had ik ook helemaal zoiets van, wow, dit is het helemaal. Ik ben ook heel snel mee gestopt, maar dat komt dus omdat ik die film had gezien. Een short film was dat. Mm-hmm. Waarbij je dus echt in zo'n... Het was een soort van journalistieke reportage waarbij een journalist ging zo'n soort van krakerspand in. En er lagen allemaal van die junkies met hun VR-bril op. Okay, die dus eigenlijk gewoon een ontzettend kut leven hadden. Ja, ja. Maar ondertussen in een soort van virtuele realiteit zaten. Ja, oké, al die Black Mirror. Je hebt een paar van die Black Mirror... Black Mirror is top. Ja, als je wil zien hoe het zeg maar slecht afloopt met technologie. Ja, dat. Ga Black Mirror kijken, dan weet je het al een beetje. Maar ja, nogmaals, dat is wel, dan heb je het wel, dan trek ik het misschien weer een beetje te ver door. Maar dan heb je het dus wel over een soort van het slecht aflopen voor één individu. Want nog steeds dan, namelijk nu net ook als je het hebt over de macht bijvoorbeeld. En als je zegt van oké, er zijn een paar mensen in de wereld die de macht hebben. Dit is wel een soort common knowledge van, weet ik veel, zoveel procent van het totale geld in de wereld zit bij zoveel procent. Van de overgrote merendeel. 6 mensen hebben evenveel geld als de rest van de wereld. Ja, precies. Nou ja, dus dat is bizar. Laten we even daarbij stilstaan. Ja, dat is fucking erg. 6 mensen hebben evenveel geld als al de rest van het de hele wereld. Het is niet zo heel erg bizar, omdat wij in principe worden opgeleid om precies dat te doen. En dat gaat het dus over dat optimaliseren, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er wordt ons constant verteld dat we meer moeten willen, in principe. We worden zo geconditioneerd. Dit is wat heel. Wellicht is dit jou nu net gebeurd eigenlijk. Als lijsttrekker van. Psychologisch analyseren. Nou ja, als lijsttrekker van de Piratenpartij. Van, jij weet heel goed van jouzelf dat jij bepaalde dingen belangrijk vindt. En dus dat daar. Jij beweegt je al in die kringen. Dus je schrijft al columns. Je bent al bij Bits of Freedom. Je bent op gemeentelijk niveau dat al aan het doen. Maar vervolgens word je eigenlijk aangesproken op jouw eigen ambities of whatever. En of op een ambitie die je niet eens wist dat je die had.
En dan is het ineens zo aanlokkelijk, omdat ik denk dat wij altijd... wij kunnen heel moeilijk niet willen dat wij het nog iets beter doen dan dat we het daarvoor deden. Ja, of nog iets groter doen dan dat wij het daarvoor deden. Ja, tuurlijk. Je bent altijd op zoek naar de volgende uitdaging en de volgende... Dus is het logisch. Stap. En ik, volgens mij was er echt een heel mooi interview met David Bowie. Die zei van ja, als je niet op zijn minst een beetje bang bent voor wat je op dit moment aan het doen bent, dan ben je gewoon het verkeerde pad. Wat bedoelde hij dan? Je moet altijd een beetje buiten je eigen comfortzone opereren, anders leer je niks. Ah ja. En daar geloof ik wel in. Ja. Dat je jezelf altijd moet uitdagen en altijd iets moet. Als je altijd alleen maar in je eigen comfortzone zit te opereren, dan op een gegeven moment ben je heel goed in wat je doet, maar je leert ook niks bij. En dus ja. Op een gegeven moment is dat dan stilstand. Ja? Ja. Is het zo? Ja, dat denk ik wel. We gaan toch gewoon dood aan het eind? Ja, op het eind wel, maar het duurt echt nog lang. Nou ja, maar het verschil tussen dingen doen die je alleen maar die je zelf zeg maar inkrijgt, spontaan kan bedenken, tot inderdaad een uitdaging aangaan, waarvan je inderdaad waar angsten mee gepaard gaan, want je kent het niet en... Dat is wel voorstelbaar dat een meerwaarde heeft uiteindelijk. Is absoluut voorstelbaar. Ik wil alleen zeggen van uiteindelijk, einde van de dag, kan mij niet schelen wie welke regels bepaalt of welk orgaan bepaalt hoe ik het zou moeten vinden. Als ik in mijn eigen hoofd en hart en lichaam besluit dat ik niet meedoe... Ja, ja, ja. Doe ik niet mee. Ja, ja. Maar jij bent wel een van de meer ambitieuze mensen die ik ken. Dus jij bent ook altijd bezig met... Oké, nu kan ik dit. Maar nu wil ik ook iets bijleren. Dus ga ik ook een platenlabel starten. Ga ik ook een podcast doen. Ga ik ook... Nou ja, ik had hier een gesprek over gisteren met... Dus in Berlijn. Ik was in een hele vuige kroeg in Berlijn. Waar was je? In een vuige kroeg in Berlijn. Oh, oké. En ik was daar dus met... En toen ging het daar dus ook over. En het ging dus ook over winnen. Niet de rapper, maar over het werkwoord. Concept, ja. En wij hadden het daarover. En voor mij persoonlijk... Ik vind het het leukst om het te doen op die manier. Dus gewoon het leukst is... om als je meedoet, is het het leukst om het te doen... om mee te doen met de ambitie om te winnen. Dat is het leukst. Mm-hmm. Want dan doe je het op de top van je kunnen. En... het is ook, vind ik, de meest eerbiedige wijze om het te doen naar alle anderen. Zeker. Want je wordt allemaal beter. Als Zeker. Iedereen op de top van zijn kunnen presteert, dan wordt iedereen beter. Zeker. En, maar of je uiteindelijk echt wint, dat is niet het allerbelangrijkste. Dat is, of laat ik zo zeggen, dat is eigenlijk helemaal niet eens belangrijk. Omdat ik dus bijvoorbeeld, ik hou altijd in mijn achterhoofd van ja. Maar die dingen gaan altijd weer op een gegeven moment mis. Of op een gegeven moment houdt het weer op. En ik hou er geen rekening mee als ik het aan het doen ben. Dus bijvoorbeeld dit. Dus van ja, whatever. Als dit op een gegeven moment gewoon klaar is en het is niet meer leuk. Of mensen luisteren er niet naar. Of whatever. Of 100.000 mensen luisteren naar, maar wij vinden het niet meer vet. Is gewoon klaar. Mm. Of als iemand anders het gaat doen en het is leuker zoals diegene doet. Is gewoon klaar. Maar tot die tijd doen wij het gewoon zo fanatiek mogelijk. Mm. En niemand anders bepaalt voor mij dat ik het minder fanatiek zou moeten doen. Dat bepaalt gewoon niemand voor mij. Mm. Dus ik weet, dus ambitieus is wel waar als het gaat over de instelling waarmee ik vind dat het zou moeten gebeuren. Maar niet ten aanzien van het resultaat ervan. Weet je, dat heb ik gewoon niet. Weet je, van dat kan me echt niet schelen. Maar dat is ook omdat ik het vertrouwen inmiddels heb dat tot nu toe alles waar wij. Van dachten van, dit is vet om te doen. Gebeurde precies zoals dat we het van plan waren. Totdat we het beu waren. Weet je? Ja, en... maar je gaat dus wel heel erg altijd buiten je comfortzone. Want je had ook op een gegeven moment kunnen denken. Ja, ik ben gewoon rapper. Dat doe ik gewoon supergoed. Ik ben gewoon de beste. En ik heb superveel fans. Dus dat ga ik gewoon eindeloos blijven doen. Dat had je ook kunnen doen. Maar dat heb je niet gedaan. Omdat specifiek, in mijn specifieke geval. Mijn comfortzone is dus niet wanneer iedereen het leuk vindt. Dan vind ik het in de regel niet meer zo leuk. Dus dat is het voordeel. Je bent een voorloper. Je bent een trendsetter. Ja, weet ik veel. Dat kan me ook dus echt precies niks schelen. Influencer. Ja, dat kan me dus ook echt precies geen kut schelen. Ja, dat kan me dus ook echt. Maar dan ben je echt oprecht. Dat kan me echt geen kut schelen. Van ik vind het gewoon leuk. Nee, want anders zou je namelijk een achternaloper zijn als je dat kon schelen.
Ja, maar ook niks ten nadele van de achternalopers. Weet je, van, want dat is ook gewoon cool. Dan dat is het beste wat jij denkt dat je kunt zijn. Maar dat is ook waar het over ging. Van het gaat ook over een oprechtheid, weet je. En daar gaat het over jezelf zo goed mogelijk kennen. En om jezelf zo goed mogelijk te kunnen kennen, moet je jezelf zoveel mogelijk toetsen. Toch? Jij weet niet of je iets eng vindt totdat je het hebt geprobeerd te doen. Mm-hmm. En dan pas ontdek je dat je... En dan is het cool als je dan concludeert dat je het eng vindt, heb je dat geleerd. Mm-hmm. Weet je? En je weet niet of je ergens goed in bent tot je het hebt gedaan. En als het dan blijkt dat je er niet goed in bent, dan heb je dat geleerd. En dan weet je dat over jezelf. En dus je groeit als persoon. Mm. Maar ik geloof dus dat wij als mensen nog altijd kunnen bepalen. En dat is dus, wij hebben, dat kan ik ook alvast vertellen. Ik heb dus over 2 weken een jongen uitgenodigd, een jonge man. Die nu genomineerd is voor de beste leraar van de wereld. Is een soort wedstrijd blijkbaar. Meester Bart. Ja. Meest Kees. Nee, het is niet Meester Bart. Het is een guy uit Amsterdam. En die geeft dus een vak. En dat vak heet Grote Denkers. Oeh, nice. Ja, dat heeft hij volgens mij zelf bedacht. Mag ik het ook volgen? Ja, wellicht. Ja, dat weet ik niet. Voor mij is het een... ik wil nu er geen ding over zeggen, omdat hij dan wellicht kijkt en dat hij denkt van, je weet helemaal niks over mij. Nou kom ik niet meer hoor, lul. Maar in ieder geval, je legt het helemaal verkeerd uit. Wat ik er vet aan vind, is gewoon waarom ik ook zoiets heb van, met hem moeten we ook echt praten. Omdat het gaat over de conditionering van het individu, weet je. En niet over... En dat is denk ik ook in de politiek het gevaar, is dat het heel snel gaat over statistiek. Het gaat heel snel over de mens beweegt zich nu op deze manier. Of de mens beweegt zich op deze manier, weet je. Ja. En dus het normaliseren van de mens, weet je. Als een soort van, dit is de gemene deler van ons allemaal. Maar niemand is dat. Ja. Niemand is dat ene ding. Nee. Het is dat ene ding is het gemiddelde van iedereen. En iedereen is anders daarin, weet je. Henk en Ingrid. Ja, die bestaan niet. Zij bestaan niet. Zij bestaan niet echt. Ik heb wel eens een interview gezien met Henk en Ingrid. Een actual Henk en Ingrid? Ja, die stemde op PVV. Die bleek te bestaan. Ja? Fuck, die wil ik ook hebben hier. En? Ja, het waren gewoon hele normale mensen. Nee, alles heel gemiddeld. Alles was heel gemiddeld. Ja, goed. Ja. Nee, maar dat klopt. En zeker als een politiek partij of een individu wat het oog op de toekomst heeft. Loop je altijd al een richting uit waar niemand anders heen loopt. Dat heb je ook al gezien met deze verkiezingen. Ja, niemand had het over de onderwerpen waar de Piratenpartij het over heeft. Mm-hmm. Terwijl we weten dat dit de allerbelangrijkste onderwerpen worden de komende, nou wat zal het zijn, 20 jaar. Maar waarom is dat dan, denk jij? Omdat we het nu dus aan het bepalen zijn wat de onderliggende morele waarden van die technologische vooruitgang zijn. En waar de grens ligt tussen bijvoorbeeld Amerika en wij. Op het moment dat wij allemaal bijvoorbeeld, om maar even ver in de toekomst te gaan, in een virtuele wereld leven die beheerd wordt door Microsoft of door Facebook of door Google. Mm. Dat is niet zo heel gek, want je hebt nu al appjes die een overlay hebben, bijvoorbeeld Layer. Mm. Dat je een virtuele wereld over de echte wereld ziet. Nou ja, op het moment dat wij niet meer gebruik maken van mobieltjes, maar dus een soort van virtuele wereld over onze eigen wereld heen hebben liggen. Mm-hmm. Die ingekleed wordt door een paar machthebbers die toevallig in Amerika wonen. Die misschien met hele andere morele waarden of in het leven staan. Die voor ons wel de dienst uitmaken. Of bijvoorbeeld op het moment dat jij iets opzoekt. Omdat jij besluit om gebruik te maken van die appjes, toch? Van, dat hoeft toch niet? Nou, die keuzevrijheid, die wordt dus steeds beperkter. Want heel veel mensen noemen ze een alternatief voor Google. Life. Het is wel grappig dat je dit zegt. Want ik heb dus bijvoorbeeld... Ik zou zo 1, 2, 3 niet weten. Ik gebruik Google volgens mij echt relatief weinig. Echt waar. Maar waar zoek je dan mee? Welke zoekmachine? Noem eens een zoekmachine. Mijn hoofd. Oké, ja. Heel veel mensen weten dus niet een alternatief voor een Google of een Gmail of een Facebook. Er is geen goed alternatief voor Facebook. Er is geen goed alternatief voor Twitter. Mm-hmm. Terwijl we inmiddels toch wel zo ontzettend afhankelijk van zijn geworden. Zeker naarmate steeds meer mensen worden ZZP'er. Ook al willen ze dat helemaal niet. Ja. Maar ze hebben gewoon die keuzemogelijkheid niet. Ja. Omdat heel veel bedrijven gewoon geen vaste contracten meer aanbieden. Ja.
Dus steeds meer mensen worden ZZP'er op het moment dat jij dan niet op Facebook bent of niet op een LinkedIn account hebt, dan tel je gewoon niet mee. Dan ben je gewoon niet zichtbaar en dan krijg je gewoon geen opdrachten en geen inkomsten. Dan ben je gewoon klaar. Ja. Dus voor je het weet woon je onder een brug omdat je geen gebruik maakt van Facebook. Ja. Perfect. Dat is dus niet. Ik was dus vandaag in Berlijn. Dat is dus niet heel optioneel, Vincent. Dat is mijn punt. Laat me even mijn punt afmaken. Sorry. Dat dus de optionaliteit van al die diensten, die is steeds beperkter aan het worden. Ja, oké. Dit snap ik. En ook op het moment dat je dus om je heen ziet dat er steeds meer winkels pin-only hanteren en je dus niet meer contant kan betalen. Mm-hmm. En je dus wel degelijk totaal afhankelijk bent van jouw dagelijks brood mm-hmm. van een digitale infrastructuur die de bank jou aanbiedt. Mm-hmm. Dan is die keuzemogelijkheid, dat valt niet meer vol te houden. Maar kun je evolutie tegengaan in die zin, denk je, realistisch? Jazeker, want je hebt dus nu op dit moment, letterlijk op dit moment, heb je mm-hmm. de keuze. Hoe ga je die technologie invullen? Mm-hmm. Dat die technologie er komt, daar is geen twijfel over mogelijk. Maar hoe we dat gaan doen, of we dat open sourced of closed sourced gaan doen, of we dus de code vrij beschikbaar maken voor iedereen, zodat iedereen kan zien dat er geen rare achterdeurtjes in zitten. Of dat we een closed source maken en maar een bepaald bedrijf, een bepaald merk moeten vertrouwen. Mm-hmm. Of bijvoorbeeld dat je privacy by design doet, waarbij iets technologisch zo is ingekleed dat er geen misbruik gemaakt kan worden van jouw data. Op het moment dat er misschien iemand aan de macht is die jij helemaal niet leuk vindt. Ik noem maar een Trump of een Wilders of een wat dan ook. Mm-hmm. Op het moment dat jij niet privacy by design toepast op jouw applicaties of jouw apps of jouw technologie of jouw bijvoorbeeld telefoons of computers, dan kom je dus in de situatie dat die keuzevrijheid er niet meer is en dat je dus een soort van gigantisch machtsvacuüm krijgt van zeg maar de Stasi bijvoorbeeld was gespecialiseerd in het achterhalen van data mm-hmm. van mensen, van individuen. En op een gegeven moment was dus vannacht in een gebouw in Berlijn. Kijk, je was er net. Van de Stasi is geweest, ja. Ja, precies. Maar dat was dus er ging gigantisch veel geld in om maar al die data van al die dissidenten te verzamelen op voor het moment dat ze zich misschien tegen de staat zouden keren. Ja. En nu zijn we dus in een positie dat die mogelijkheden zijn eindeloos. En wij geven allemaal heel vrijwillig geven onze data af. Met dan maar het geloof dat het allemaal wel verantwoordelijk mee om wordt gegaan. Mm-hmm. En dat zijn allemaal keuzes die we op dit moment aan het maken zijn. En in Nederland op een zeer naïeve wijze, kan ik wel zeggen. Ja. In Duitsland, waar jij net vandaan komt, zijn ze daar gek genoeg een heel stuk minder naïef in. Omdat ze daar echt wel gewoon in levende lijve hebben ondervonden van onze eigen overheid heeft ons tegen ons gekeerd. Ja. Ja. En op een gegeven moment waren we in de positie dat we daar opstand tegen moesten creëren en die mogelijkheden waren weggenomen. Maar daarom denk ik ook van, maar dat die cycle, dat gaat toch gewoon forever zo zijn. Van, het gaat weer mis en dan. Je bent wel heel zen hoor. Ja. Weet je, je moet ook op een gegeven moment je verantwoordelijkheid nemen en dan zeggen van ja, we kunnen ook gewoon bepaalde nare scenario's kunnen we ook gewoon heel makkelijk voorkomen. Enigszins. Nou ja, waarom ik dus graag advocateer voor zen zijn, is dat als iedereen dat is, dan wordt dit geen probleem meer. Ja, maar niet iedereen is zo. Nee, dat weet ik. Daarom ben ik aan het proberen om daarvoor te zorgen. Ja, dat is het probleem. Maar als ik dus mij ga schikken naar deze pessimistische tijden. Nee, dat is het niet. Je kan gewoon op hele simpele wijze kan je voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de technologieën die wij nu allemaal massaal adopteren. Mm-hmm. Echt heel eenvoudig. Je kan gewoon Signal installeren in plaats van Ja, nee, oké. Daar ben ik het wel mee eens. Maar dit is wel. Dus waarom zou je dan niet de meer ethische keuze maken? Nou, oké. Nee, luister. Oké. Waarom zou je dat niet doen? Inderdaad, dat is een retorische vraag. Maar inderdaad, dat moet je dus wel doen. En Peer pressure. Niet al je vrienden hebben. Maar dit is wel hoe de wereld werkt. Dus dus jij bent. Dit is wat er is. Je hebt even weer vertaald naar onze wereld. Dus je hebt één dominant platenlabel, wat iedereen in principe respecteert als dusdanig. Dan krijg je op een gegeven moment to the Goliath die zij zijn een David. Die David krijgt support, want het is de David. Maar dit is de harsh reality of de wereld zoals die er nu voor ligt. Die David krijgt support, want het is David. Iedereen vindt dat vet. Iedereen root for the underdog. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Onvermijdelijk. Die wordt groter.
En wat gebeurt er als iets groters wordt? Dan heb je dus weer het gecentraliseerde organisatie. Ja, maar dan heb je dus weer de nieuwe David nodig, die dan dat weer daarom komt zeg uitdagen. Ik dat het een cycle is. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar we zijn dus nu wel in de positie dat dingen zodanig gecentraliseerd zijn. Ooit was Facebook, we hadden het net over Hives en over dat boek dat die oprichter heeft geschreven. Mm-hmm. Die had het op een gegeven moment over de concurrerende sites van Hives. En die had het over ongeveer 10 opties die Hives konden inmaken. En toen zei hij echt zo, oh ja, en er was ook nog een Facebook, maar daar maakten we ons eigenlijk niet zo zorgen over. Ja, ja. Weet je wel? Ooit, 10 jaar geleden nog maar, was Facebook, was die nieuwe guy. Ja. En nu zijn ze zo machtig dat ze gewoon jou... het is een Amerikaans bedrijf, het is gewoon één gozer. Ja. Die jou... politieke beslissing kan beïnvloeden Nederland. Maar wat ik bedoel te zeggen is van iemand doet ook een signal, een mens van vlees en bloed, niet onontvankelijk voor de verleidingen die deze wereld rijk is. En dus vanuit zijn en nu een idealist en niet te corrumperen, maar dan wordt Signal ineens, omdat we met z'n allen besluiten dat dat het ethisch verantwoorde keuze is. Omdat dat de meer verantwoorde keuze is. Gaan we met z'n allen dat supporten? Wordt het groter? En wat gebeurt er als iets groter wordt? Nee. Dan wordt er geld tegenaan gesmeten. En dan is het nog steeds één guy daar die dan maar net idealistisch genoeg moet zijn om daar niet aan te... Nee. Een goed voorbeeld is dus Bitcoin. Wat dus ontworpen is op een manier dat niemand daar ooit centraal... ownership over kan hebben. En wat gebeurt er dus met Bitcoin als een gevolg daarvan? Is dat laat ik het zo zeggen, en misschien oké, dus eventjes in acht nemen dat ik misschien dom ben, hè? Dat kan. Laten we daarvan uitgaan. Laten we daar voor het gemak even van uitgaan. Ja. Puur hypothetisch. Maar ik denk dat... Dit is echt hoe ik geloof dat het is. En ik leg me daar niet bij neer, nog probeer ik het te bevechten. Maar ik denk gewoon dat als iets kleins groot wordt, dat the powers that be will make it so dat het of geneutraliseerd wordt of it gets owned. Mm-hmm. Dit is... Zeker. Er is geen ander voorbeeld van. Zeker, maar dus er zijn bepaalde technologieën die maar once in a lifetime, once in many lifetimes worden geïntroduceerd. Mm-hmm. Zoals de printing press, zoals het internet, zoals bellen. Dit zijn allemaal wel echt dingen van net. Zoals de blockchain. Nou, relatief gezien net. Ja. Ja, klopt. Maar technologie gaat steeds, dat heet dan exponentiële groei, gaat steeds sneller. Op een manier dat de heel invloedrijke technologische ontwikkelingen, de impact daarvan, volgt zichzelf steeds sneller op. Mm-hmm. Dus in die zin, het internet is vrij recent. Maar de eerste generatie die geen wereld kent zonder internet, mm-hmm. die is al geboren. Mm-hmm. Dus... In die zin is het zo'n invloedrijke tool die of kan zorgen voor een eerlijkere, veiligere, gezondere wereld. Mm-hmm. Door middel van vrije kennisdeling, voornamelijk vrije kennisdeling eigenlijk, mm-hmm. of snelle communicatie. Op het moment dat wij die tool laten centraliseren, dan raken we die tool dus kwijt als een empowerment voor mensen om veiliger, gezonder, een eerlijker wereld te krijgen. Ja. En dat is gewoon maar, doodzonde, want we krijgen dat internet krijgen we niet meer. En dit begrijp ik. En ik ben het ermee eens in die zin dat ik vind ook dat we absoluut als mensheid elkaar zouden motiveren om het hoogst haalbare uit onszelf te halen. En niet alleen voor onszelf, maar juist voor de rest. Weet je? Daar ben ik het absoluut mee eens. Alleen ethisch ook bedoel je. Zo van dat niemand geschaad wordt. Ja, oké. Ja. Ja. Do no harm. Ja, maar inderdaad. Daar helpen dat soort technologieën natuurlijk wel voor. Waar je dus eigenlijk geen ownership van kan nemen. Zoals bijvoorbeeld het internet of Bitcoin. Of inderdaad wat jij zei. Als het open source is, dan kan dus ook iedereen alles zien wat er altijd in zit. Ja. Zo van dat kan je nooit meer. Kan nooit iemand dan opeens weer iets anders van maken. Ja, je zou het kunnen aanpassen, maar... Alsnog is alle data daar. Dus maar het nodigt dus ook uit tot aanpassingen of tot verbeteringen. Omdat het heel openbaar is. Dus als jij fouten ziet in de code, kun je dus ook heel makkelijk aangeven van... Hey, zo kan het beter. En ik heb een verbetering gemaakt en die draag je dan aan. En die is voor the good of all mankind. Weet je wel? Ja, daar zit geen ownership op. Nee, dus dat moet bestaan. Dat hoop ik. Dat we dat kunnen behouden. Je moet het een beetje zien zoals zeg maar...
de gecentraliseerde voedselvoorzieningen, waarbij een paar boeren al het voedsel maken en dan doorverkopen en veel geld aan verdienen. Of dat iedereen gewoon zijn eigen tuintje op zijn dak of op zijn balkonnetje of in zijn tuintje mag en dit mag is hebben. En dit, dat is precies, en maar dat is ook precies hoe ik het zie. En ik weet dat ik kan dat, maar alleen wat ik geloof in ieder geval. Ik kan dat besluit niet maken voor de rest. Dat is wat ik, hoezeer ik ook. Ik geef je één goed voorbeeld. Ja. Waarvan ik denk van oké, misschien raakt dit iets bij jou. Op het moment dat je het hebt over droneoorlogen in het Midden-Oosten. Mm-hmm. Waarbij gewoon machines in de lucht worden daarheen gevlogen. Ja. En er zitten gewoon 19 jaar oude gamers in Amerika zitten gewoon een beetje... Dat te doen, alsof het een spelletje is. Ja. Ja. En dat kost gewoon levens. En, heel vaak worden die inschattingen verkeerd gemaakt op basis van data die verkeerd geïnterpreteerd wordt, bijvoorbeeld. Ja. En op het moment dat dat gebeurt, zijn er ook hele generaties die opgroeien die gewoon bang zijn voor een blauwe lucht. Omdat met een blauwe lucht kan een drone... je beter neerschieten, weet je wel? En je zal nooit die persoon in de ogen kijken. Ja. Die zal nooit een ethische, morele overweging moeten maken van, ga ik nu een leven nemen of niet? Nee, je bent gewoon een target op een map. Mm-hmm. Je bent gewoon een puntje. Ja. Weet je? Waar je een bom op gooit. Ja. En daar heb je geen enkele consequentie van. En je werkt voor iemand die je ook nog nooit hebt ontmoet. Ja. En het is gewoon die drone warfare of die machinale warfare, dat is wel iets waar ik het heen zie gaan. Zeker als ik zie dat de Googles van de wereld heel actief investeren in de machines die alleen maar gebruikt kunnen worden voor warfare. Dan zie ik het wel op een gegeven moment naar een toekomst gaan waarbij het de mensheid tegen de machines is. En wie programmeert dan die machines? En wie bezit die machines? En, en hoe ziet die toekomst eruit? Waarbij die morele overwegingen gemaakt worden door een robot. Weet je wel? Dat zijn best wel heftige, impactrijke ontwikkelingen. Ja. Ik had vandaag een gesprek met iemand en dat ging over drugs verkopen. En ik zei, weet je, drugs dealen is niet zo bijster veel mis mee, wat mij betreft. Laat ik het zo zeggen, het is niet slechter dan die anything else dealen dat slecht is voor mensen. Ja, dus een barman zijn of een supermarkt zijn met een slijterij erin of een slijterij of een weet ik veel. Of nou ja, de ene drugs is de andere ook niet natuurlijk. Hoeveel verschillende soorten drugs heb je en wat doen al die verschillende dingen? Maar dus, en toen zei hij, ja, en toch zou ik niet drugsdealer zijn, omdat ik gewoon het zou een te direct effect van, als ik, weet je, dat wat ik verkoop is wellicht eindigt dat het leven van degene die het van mij koopt. Toen zei ik van oké, cool, maar statistisch gezien gaan er meer mensen dood volgens mij in het verkeer, autoverkeer, dan aan drugs in Nederland. En volgens mij wereldwijd. Dat weet ik niet voor een feit, maar volgens mij is dat zo. Dus ja, denk het wel. Dit mag iemand checken, maar ik denk dat zo is. Ja. En toch zien wij op auto's niet, let op, autorijden kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Snap je? En waarom dat zo is, dat weet ik niet. Zeg maar. Maar ik vermoed dat dat te maken heeft met de economie en de powers that be. Lobbies. Exactly. Lobbies. Exactly. Ja. En dus wat is mijn echte keuze die ik kan maken? Is dat ik zeg van, ik veroordeel niet dat jij drugs verkoopt en ik veroordeel niet dat jij auto's verkoopt. Want die cijfers, voor mij, als er iemand doodgaat, als gevolg van een keuze die jij hebt gemaakt, dan is dat op jou geweten. Weet je? En dat bloed kleeft aan al onze handen. Sorry voor deze. Als je nu gewoon thuis lekker zit. Woensdagavond, even gezellig. Ah nee, ineens bloed aan mijn handen zit. Okay, ja, dus die iPhones die worden gemaakt door basically gewoon Chinese slaven. Het feit die dat liever wij zelfmoord willen plegen, maar dat kan niet, want er hangt een net namelijk. Het feit dat wij wonen. Hebben ze een net opgehangen? Ze hebben een net opgehangen, zodat ze niet meer zo makkelijk van die gebouwen kunnen afspringen. God, hey. Ja, ze kunnen er wel van afspringen en hebben ze wel landen in die netten, toch? Dat is volgens mij. Ja. Oh my god, ik was nog zover dat ze inderdaad mishandeling en dan zelfmoord, maar oké, inmiddels hangen er netten. Maar goed, het is in ieder geval heel triest. Maar waar heb ik uiteindelijk echt de controle over, is dat ik dus geen drugs verkoop. Of dat ik dus bijvoorbeeld, ik persoonlijk in ieder geval, niet geen auto's. Ik rij auto, weet je, en daar kan ik zo verantwoordelijk mogelijk mee omgaan. Je bent een drugsgebruiker.
maar het is, je maar ontkomt er niet aan. Aan dat bloed wat aan je handen kleeft. Laat ik het zo zeggen. Dat is gewoon zo. Dus... Nou, ik denk dat we nu wel langzaam naar een wereld gaan waarbij steeds meer mensen beseffen wat de consequenties zijn. Ook dankzij het internet. Hè? Absoluut, dankzij dat jij gewoon heel makkelijk in jouw timeline voor je neus geschoven krijgt. Bijvoorbeeld waar jouw vlees wordt gemaakt. Ja, exactly. It's another pretty sight. Ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het absoluut mee. Ik bedoel, en dat vind ik dus ook. Dus ik hoop, en ik laat ik het zo zeggen, iedere dag begin ik mijn dag met het uitspreken van mijn intentie. Dat doe ik. Voor mijzelf, weet je, dat is hoe ik mijn dag begin. Super. Ik begin mijn dag met aan mezelf uitspreken wat mijn intenties zijn voor die dag. Ah, en dan heb ik het over de grote dingen. Dus niet over, ik hoop dat ik vandaag 10.000 euro verdien. Maar dan heb ik het over, ik hoop dat ik mensen kan inspireren. Dat ik vandaag, weet je, mensen kan motiveren om goed te doen. Dat ik zelf goed kan doen voor mijzelf en alle mensen en alle andere mensen die dat klinkt een beetje als bidden. Okay. Nou ja, oké, okay, if you will. Dus dat is wat ik probeer te, maar dat is het beste wat ik denk dat ik kan doen. Nou, want namelijk als ik mijzelf meer in een op een aardse manier ga kijken hoe schuldig ik ben of niet ben. Mm-hmm. Ja, dat heb ik namelijk een tijdje gedaan. And you get really fucked up. Ja. Want dan aan deze kant van de wereld we all guilty. Nee. Oh, dat was ook mijn grote levensles van het afgelopen jaar. Van hoe weinig je zelf in de hand hebt. En dat je voor veel dingen maar moet denken van, ja, I did my best. En that's all I can do. Ja. Absoluut. Maar als je het hebt over het politieke spectrum, dan heb je dus wel degelijk over 150 mensen die in de Tweede Kamer zitten. Die elke dag de beslissing van dit land en zijn inwoners... Maar zij beslissen helemaal niet over mij. Nee. Als ik nu op dit exacte moment, ik kan nu alles doen wat binnen mijn fantasie mogelijk is. Alles. Je bent een zeer vrij mens. Nee, dat is gewoon, dat is de praktische waarheid van mijn bestaan. Dat is waar. Ja. Ik kan nu toch ik gewoon, maak ook geen ik kan nu ik letterlijk op deze tafel gaan staan. Oké, wacht, ik ga. Jiggy gaat, dames en heren. Het is het bewijs dat Jiggy hij gaat kan nu doen wat de dit vond Pechtels niet goed, maar hij is toch op tafel. Dat dit niet komt. Nee, maar jij kan inderdaad doen wat je wil. Maar dat is ook afhankelijk van het politieke systeem in een land. Zo, want we zijn dan in Nederland, waar je kan denken wat je wil over het politieke systeem. Ja. Maar inderdaad, er zijn landen inderdaad waar je, waar ze zeggen, nee, je mag niet op de tafel staan. Dan ga je toch op tafel staan, dan belt hij gewoon de politie. En nee, dan word je opgepakt door de tafelstaanpolitie. De restricties zijn moordtijd. Ja. Maar dat betekent niet dat je het niet kan doen. Je kan het doen. Je kan het misschien maar één keer doen. You might die. Ja, exactly. Yeah. Nee, oké. Je kan het wel doen. Nee, en luister, op geen enkele manier probeer ik te zeggen van... Ja, hallo. Moet je niet zo huilie als jij daar woont. Je kan toch ook gewoon op een tafel gaan staan? Ja, Nozem. Ja, maar die mensen zijn dus niet zomaar uit het niets verkozen. Dat is wel degelijk mensen... Ik weet niet eens meer. Mensen die een bepaalde overheid op een gegeven moment in de macht stemmen... of uit de macht stemmen of... Je weet ook niet, wat is het meerwaardefout van dictatuur? Dictaturen, maar dat dictatoriale regimes. Ja. Ja. Bijvoorbeeld, ik kijk naar Turkije. Want 10 jaar geleden was het extreem vrij land. Mm-hmm. En nu zit daar een Erdogan. En is het opeens een heel ander verhaal. En we hebben contact met mensen in Turkije van de Piratenpartij. Dat zijn mensen die nu toch iets voorzichtiger zijn met hun uitingen. Precies. Nee, weet je wel? Dat is heel snel gegaan. Ja. Dus je moet dat nooit voor lief nemen. En je moet dat nooit voor granted nemen. Dat je denkt van ja, het is allemaal out of my hands. Dit en dat. Luister. Fight the power. Daar ben ik absoluut bij. Bevecht alsjeblieft. Met je hele hart en ziel. Of laat ik het zo zeggen. Vecht voor de vrijheid. Weet je, vecht voor de vrijheid. Daar ben ik het absoluut. 100.000% mee eens. Maar zodra je begeeft in die wereld van pragmatiek, wat de politiek dus is, weet je, ja, dan. Ik moet dus altijd denken aan. Ik haal mijn inspiratie altijd uit hele oppervlakkige dingen, zoals bijvoorbeeld Batman, de film. dus je hebt Batman, Dark Knight. Dit is wat mij betreft een van de betere films die gemaakt is in a while. Maar waarom? Omdat het moreel ervan... En dit geldt trouwens voor alle superhero movies in het algemeen. Hè? Want het lauwe aan de superhero movies is dat... Dit is wat jij net omschreef, dat er met jou gebeurde als lijsttrekker bij de Piratenpartij. Je doet het vanuit een ideaal. Oké, dus je wordt superhero. Dan eerst wat je gaat doen is even je gaat wat auto's smijten.
Kijk hoe, of dat lukt. Oké. Ik kan throw a car nou. Dat is wel vet. Dat is het eerste wat je doet. Even je krachten testen, toch? Even kijken wat je allemaal kan. Oké, dan kikt er een soort bewustzijn in van, oké, maar ik kan hier echt iets mee. Ik kan hier iets goeds mee doen. Nou, dan denk je van, cool, ik ga hier iets goeds mee doen. Maar voor je het weet, kom je een keer voor een dilemma te staan, waarin voor jouw gevoel, even een simpel dilemma, en dit is dus in elke superhero movie altijd het geval. Aan de ene kant hangt, hoe heet de chick van Spider-Man? Mary Jane. Heet zij Mary Jane? Ja. Oké, aan de ene kant hangt zij. Kantje. En aan de andere kant, dus, de persoon van wie Spider-Man zielsveel houdt. En aan de andere kant hangen 20 onbekenden voor hem. Dit is dus letterlijk de zelfrijdende auto's die nu geprogrammeerd worden. Er zitten nu hordes nerds zitten nu die auto's te programmeren die letterlijk die keuze voor jou gaan maken in de toekomst. Ja. Ja. Met die zelfrijdende auto's. Jij moet uitwijken. Links of ga je naar rechts? Ja, maar they might as well. Want wat maakt dat maakt dus niks uit. Of ik die keuze maak of dat die auto die keuze maakt. Somebody will die. Ja, of precies. Jij. Of misschien of ik. Jij. Dus ze willen inderdaad een auto de keuze laten maken wie er minder erg is om te overrijden. Maar dat maakt toch ook niet uit. En waarschijnlijk gaat die auto keuzes maken in het belang van de verzekeraars. Ja. Maar dat zijn ook mensen. Ja. Zoals, companies are people too. Ja. Weet je wat het is? Ik denk, we zijn er inderdaad nog lang niet in de zin van hoe het zou moeten zijn. Maar dat neemt niet weg dat het wel belangrijk is dat je blijft uitspreken hoe je vindt dat het moet zijn. Want anders... Inderdaad, het probleem met Nederland is nou eenmaal, en veel andere landen, is dat ook mensen zijn gewoon heel stuck in the past. Ja. En die kijken helemaal niet naar de toekomst. Dezelfde reden waarom ik denk dat de punten die jij dan bespreekt helemaal niet voor de rest worden besproken. Omdat people are just gewoon stuck in the past. Maar alsnog, het zal inderdaad pas over decades, tientallen jaren veranderen. Maar hoezo zijn people stuck in the past? Wij zitten hier nu toch met 3 mensen misschien? Niet, maar ik bedoel, wij kunnen toch wel vaststellen dat wij een soort... dat wij niet de people zijn. Kijk, obviously zijn we niet de minderheid als het gaat om de jongeren, de future. Daarom hebben we het daar al best wel veel over. Maar ik bedoel, we kunnen het toch over eens zijn dat de mensen die 10 jaar ouder dan ons zijn, die snappen dit, die denken echt allemaal dat dit gewoon hocus pocus is. Maar dit is ook wat ik toen straks zei. Van dan heb je het dus over statistiek. Dan heb je het dus al over een soort van target groups. Ouderen, jongeren, buitenlanders, Nederlanders. En over het feit dat er tijd overheen moet gaan voor een concept om in te dalen bij mensen. Zo van, dat dus ook. Maar wij als individuen hebben iedere dag de mogelijkheid om het te doen zoals wij denken dat het zou moeten zijn. Dat is zo. Toch? Mm-hmm. Dat is gewoon het ding. En dus in Batman is het moraal van het verhaal is dus uiteindelijk, ik weet niet meer precies wat de soort van tagline daarvan is, maar het is heel vet. Hij zegt, het is iets van, you can be the hero long enough to see yourself turn into the bad guy, zoiets dergelijks. Ja. You live long enough to become your enemy of zoiets. De bad guy, ja. Wij hebben ook wel eens een keer die vraag gehad van op een gegeven moment worden jullie in de Tweede Kamer gestemd en dan wat? En op een gegeven moment, dan over 20 jaar, zijn jullie dan ook niet corrupt? Ja. En ons antwoord was daarop ook, wellicht wel. Ja. Maar tot die tijd kunnen we wel vette shit doen. Ja. En dan hopen we ook echt dat er een nieuwe generatie opstaat die weer onze ass gaat kicken. Ja. Maar wij zijn nu wel die nieuwe generatie die naar de oude politiek en de oude machthebbers kijkt. Ja. En denkt van, jongens, wat zijn die in godsnaam aan het doen? Dit heeft niks meer te maken met de realiteit waarin wij leven. Laat staan de toekomst waar we naartoe gaan. Ja. Jullie hebben er gewoon niet eens een visie op. Jullie leven letterlijk in het verleden. Ja. En dan heb je dus wel een aantal nieuwe politieke partijen nodig. Of activisten, of artiesten, of in ieder geval soort van smaakmakers, vooroplopers. Die zeggen van, nee, wij hebben wel een visie voor de toekomst. En dit is waar het heen moet. En ik ga alvast die kant uitlopen. En ik hoop dat de mensen volgen. Mm. En dat is wel super belangrijk. En tuurlijk, op een gegeven moment ben je die oude persoon. Maar die als ik nu dan stuck in the past is. Dat is absoluut zo. Dat gaat ons ook overkomen. Dat gaat ons totally overkomen. Maar jij zegt dan, ik uit net hoe ik mij voel over dit. En dan zeg je, dat is wel heel lekker, dat is wel heel zen. Hmm. Ja, dat is dan toch ook niet, dat is toch ook niet lief? Als ik zo van... Ja, laten we eens even lief. Can we just all get along? Ik noem jou zen en jij zegt, dat is toch ook niet lief? Nee. Heel erg. Alsof het, jij alsof zei het... ook op een gegeven moment dat je ruzie ging zoeken. Dus ja, dan toen ze heeft een bepaalde strijdlust ontketend. Als dit onze ruzie is. Touché, space case. Maar wat, wat is nu jouw plan dan? Ik heb een bepaalde kennis en expertise opgebouwd op een bepaald vakgebied. En er komen nu een aantal aanbiedingen mijn kant uit. En ik moet gaan bedenken wat ik daarmee ga doen. Of dat ik zelf toch een andere richting uit ga.
Omdat dat is, klinkt als een plan, klinkt als een plannetje. Je hebt al een plannetje. Klinkt alsof je nog niet geoptimaliseerd bent. Ja. Nee, vandaar ook mijn blatant verzoek hier. Ja, als precies, iemand hier kijkt die denkt, oh, die kan ik wel optimaliseren. Be my guest. Ja. Nee, goed. Ik ben van huis uit wel gewoon ondernemer. Ik ben vanaf mijn, nou ja, zodra het kon, zeg maar. Ik wou eerder ondernemer zijn, maar dat kon niet. Vanaf mijn 18e ben ik ondernemer. Ja. Ja. En dat is wel altijd bij mij blijven broeien. Dat ik altijd wel plannetjes zie of mogelijkheden zie of kansen zie. Of, en misschien ik wil een muzieklabel. Nee. Vlogger. Nou, ja. Nou, kijk, ik heb bepaalde doelstellingen van dingen die ik echt super belangrijk vind. En waarvan ik ook vind dat die echt niet kunnen wachten. Hmm. En die heb ik, gedaan bij Bits of Freedom en bij de Piratenpartij. Maar ook als columnist. En ik kan me voorstellen dat je die ook op andere manieren kan aanvliegen. Ik ben redelijk veel gevraagd spreker bijvoorbeeld. Ik spreek op heel veel technologieconferenties. Hmm. Dus mijn boodschap zal wel hetzelfde blijven. Maar er is een andere hoedanigheid of een andere groep mensen waarmee je dat kan gaan doen. Maar ik vind het wel zodanig belangrijk. En ik heb daar nu ook wel een bepaald profiel mee opgebouwd. Dat die dingen ook wel mijn kant uitkomen. En dat is ook wel leuk om daar dan, om daar dan gebruik van te maken. En nu belt Mark Zuckerberg Burke, jou morgen. En die zegt van, ja, stop. Nou, je maakt een grapje nu, maar kijk, Google... Ik maak geen grapje. Nou, Google is dus nu gewoon aan het rondrijden met de privacy caravan door Nederland. Waarbij zij dus mensen gaan vertellen dat zij heus het beste mee voor hebben met jouw privacy. Okay. En dat je je privacy maar aan hen moet toevertrouwen. Dus wat is je prijs? Het is zo sarcastisch. Heb je een prijs? Nee, dude, nee. Nee, dat vind ik echt een brug te ver gaan. Sterker nou ja, niet. Maar als je inderdaad iets zou kunnen... Heb jij een prijs, Kees? Staat er een prijs op jouw idealen? Ik kost niks. Maar ik wou zeggen, als jij van waarde zou kunnen zijn bij Facebook, als je jou de ruimte... Dat zou je waarschijnlijk niet krijgen natuurlijk. Maar ik bedoel, stel jij zou daar een verandering in kunnen brengen in hun... misschien in jouw oog verkeerde richting, dan zou je daar... Dan zou dat misschien wel aantrekkelijk voor je kunnen zijn, toch? Ja, dit is een interessante vraag. Ja. Waarbij ik dan bij mezelf ook echt in de knoop zou komen. Ja, ja. Van oké, stel, zij geven echt aan van... Nee, eigenlijk vinden we echt wel privacy superbelangrijk. Mm-hmm. Wil jij niet op ons privacy adviesteam? Hier heb je bakken met geld. Ja. Nou, dan moet ik daar misschien wel even over nadenken. Maar dan zit natuurlijk een beetje... De overweging zit dan in van... Geloof ik echt oprecht dat zij goede intenties hebben of niet? Of, en dan hangt het kun weer... Kun jij een verschil maken daar? Al zouden zij die intenties misschien niet totaal oprecht hebben, maar als jij daar met oprechte intenties in gaat en op een plek van werkelijke invloed, kun jij misschien het verschil maken. Ja, maar dat is ook dezelfde overweging die ik dus heb gemaakt met de politiek. Dat ik dacht van ja, ik heb niet per se veel met de Tweede Kamer of met het politieke spectrum, maar op een gegeven moment zitten daar wel een paar mensen die misschien wel het verschil kunnen maken, omdat er nu gesprekken niet gevoerd worden, die wel gevoerd moeten worden. En dan is het niet per se dat ik mijn grote droom is om in de Tweede Kamer te komen of in de politiek te komen. Maar wel dat ik vind dat het onderwerp waar ik mee bezig ben zo belangrijk is dat ik dan maar daar... Dat een van de beste plekken is om te zitten, om het verschil te kunnen maken. En dat is dan de overweging op een gegeven moment. Ja, wat is jouw grote droom? Als jij zeg maar jouw utopie zo van dit is hoe het zou, dit is hoe ik het voor me zie, dit is hoe het zou moeten worden. Kijk, ik ben er echt... Mijn heilige overtuiging is dat nerds op dit moment onze hele wereld aan het ontwerpen zijn. Mm-hmm. Dus alle technologie die we gebruiken, maar ook onze smart homes en de Internet of Things en de auto's waarin we rijden, de databases waar wij inkomen, enzovoorts, enzovoorts. En je hebt echt wel heel duidelijk die afweging tussen kapitalistische, egocentrische nerds die het liefst God willen zijn en zoveel mogelijk macht naar zich toe willen trekken. Mm-hmm. En nerds die er echt wel meer in staan van, oké, deze technologie kan ons als samenleving een beter leven creëren voor ons allemaal. Hey, Revenge of the Nerds moet ik nu ineens aan denken, wat echt een soort sikke titel zou zijn voor een film die dat soort gekke... Het is ook mijn... plot twist. Ja, het is ook mijn grote droom dat de Piratenpartij ooit zijn naam verandert naar Revenge of the Nerds. Ja. Top zijn. Ja. Nee. Ron heet het dan wel. Ron. Oh nee, rotten. Ron. Ron. Wel vet. Oké, sorry. Dus... Ja, de nerds gaan... De nerds nee, we maken nu echt die keuzes. En ik hoop echt heel erg dat mijn kleinkinderen op een gegeven moment in een samenleving leven waarin zij op zijn minst zo vrij zijn als ik ooit was. En dat is iets wat ik niet langer logisch... vanzelfsprekend. Ja, precies. Want daaruit
kun je opmaken dat jij daarin een hard hoofd erin hebt op dit moment dus? Ik zie het wel een bepaalde richting uitgaan waarbij ik denk van ja, alles als je nu geboren wordt, alles vanaf jouw geboorte tot jouw dood wordt gewoon geïndexeerd, geanalyseerd en doorverkocht. Mm-hmm. En op een gegeven moment ga je wel degelijk in de situatie komen dat de nieuwe premier van Nederland of de president van de Verenigde Staten zijn hele leven en alle fouten die die persoon ooit heeft gemaakt of zij, die worden geïndexeerd en die worden opgeslagen tot op het moment dat jij een verkeerde stap maakt en dan word je teruggefloten in je hok door de powers that be die er al lang zijn. Ja. Weet je, op een gegeven moment wordt een soort van zelfinstandhoudend systeem waar je niet uit kan breken omdat alles wat jij ooit hebt gedaan tegen jou gebruikt kan worden. Was je daar trouwens, want was je daar niet ergens ja, niet bang voor, maar van jij hield er, neem ik aan, wel rekening mee dat als jij in de Tweede Kamer zou komen, dat je dan, want jij hebt, er zijn foto's van jou online, naaktfoto's van jou online. Heb jij er rekening mee gehouden van, dit gaat een ding worden op den duur? Oh, maar dat was elke dag. Elke dag voor mij, elk interview wat ik heb gedaan, dan werd daar weer aan gerefereerd. Ja, aan gerefereerd. Maar was het ook werd het al, laat ik zeggen, tegen je gebruikt? Nou, ik heb heel erg duidelijk die keuze gemaakt van ja, dat heb ik gedaan en ik schaam me er niet voor en ik vond het leuk. Ik heb de hele wereld gezien, ik heb geld verdiend. Ik was mijn eigen baas, dit was mijn eigen keuze, had je nog wat? Ja, ja. Ja, dan is het gewoon een kort gesprek. Maar op het moment bijvoorbeeld nu zie je best wel met veel celebrities en dan voornamelijk vrouwen. Maar ook bijvoorbeeld met die voetballer die dan in een soort van intieme, dat was een tijdje, 10 jaar geleden of zo. Oh ja, ja. Dat was een beetje een ongemakkelijke video die toen was uitgelekt. Ja. Wat volgens mij ook het einde van zijn carrière is geweest. Ondanks het feit dat hij waarschijnlijk een hele goede keeper was of zo. Ik weet niet meer. In ieder geval. Ja, als keeper, ja. Ja. In ieder geval, op een gegeven moment lekken privé dingen uit. En nu is het vaak een beetje, de makkelijke link die je kan leggen is natuurlijk seksueel. Ja. Omdat iedereen seksleven is privé. Ja. Je deelt dat met degene waar je dat mee wilt delen. Dus naakt en seks en zo, dat is allemaal heel spannend. En ondanks dat je Patricia Paai dan, die maakt het nog wat bonter. Ja. Maar goed. Maar je kan ook aan hele andere dingen denken, weet je wel. Een voormalige politieke voorkeur. Of misschien bepaalde uitgaven die je hebt gedaan. Of misschien heb je wel eens een keer drugs gebruikt. En zijn dat een, whatever, is daar op een gegeven moment een hele harde regelgeving tegen, enzovoort, enzovoort. Ja. Er zijn genoeg dingen die je kunt bedenken. Waar die je op kunnen afrekenen. Waar ze je, als ze willen, op kunnen afrekenen. Ja. En ik ben daar, ja, goed, met mijn foto's, daar heb ik altijd van gezegd, van, ja, het is zo overduidelijk wat mijn vorige carrière was. Ja. Dus ik kan er maar beter zo openlijk mogelijk over zijn. Ja. Vandaar, jij zei, we begonnen dit gesprek, toen zei je van, ik heb wel eens mensen die me vragen om het niet hier en hier over te hebben. Ja, ik heb het al lang afgeleerd, want alles wat ik heb gedaan vanaf mijn 15e is online te vinden. Ja. Maar dat is ook wel iets waar ik dan vervolgens heel bewust van ben. Van ja, het wordt elke dag tegen mij gebruikt. Maar is dat wel een overweging geweest om zo diep geïnteresseerd te raken in dat waar je het eigenlijk nu over hebt? Nou, er zijn een aantal dingen gebeurd in mijn persoonlijke leven die ik achteraf wel kan denken van, oh, dat heeft wel een zaadje geplant om daar dieper over na te denken. Ja. Dus op een gegeven moment had ik bijvoorbeeld een jaloers vriendje en die had een keylogger geïnstalleerd op mijn computer. Oh ja. Zodat hij mijn wachtwoord kon achterhalen en toen had hij ook nog mijn beste vriendin gehackt, weet je wel. En dat is ook zoiets van, het was iets tussen mij en mijn vriend. Maar om een of andere reden is mijn beste vriendin de account gehackt. Ze had er niks mee te maken, weet je wel. Dus het kan iedereen, en dat zie je nu ook met de terughackwet in de Tweede Kamer. Op een gegeven moment, ja, als jij de buurman bent van iemand die verdacht wordt de neef te zijn van een potentiële terrorist, dan ben je al de lul, weet je wel. En dan wat houdt die wet in dan? Dan zou je ook, bedoel je, dan ben je ook al verdacht? Dan ben je guilty by association of like, sorry, dan ben je verdacht by association. Ja, okay. En dan kunnen ze dus al op jouw computer inbreken, de terughackwet. Ja. Dus dat heeft een hele mooie naam, maar dat is natuurlijk onzin. Dus het is een beetje zoals een soort van ongevraagde huiszoeking, waarbij je niet eens op de hoogte wordt gesteld, weet je wel. En niet alleen dat, ze kunnen ook dingen neerzetten of weghalen of aanpassen, weet je wel. Dus dan is het opeens van, ik weet niet of jullie die Netflix-serie hebben gezien, Making a Murderer. Mm-hmm. Weet je wel? Dan is ze van, oh, we hebben hier opeens een zakje drugs gevonden. Of, oh, hier ligt opeens een mes. Wat weet er de hele tijd niet lag, ligt er dan opeens. Ja. Dus dat soort dingen. Ja. Ook al heb je daar niks mee te maken en was het dus oprecht gewoon de neef van de buurvrouw van de whatever. Je wordt er heel snel op een gegeven moment bij betrokken door al die datastromen. En dat is wel iets waar ik mij heel erg bewust van ben geworden. Van ja,
Oké, ik heb dus beef met mijn vriend. En om een of andere reden wordt mijn beste vriendin haar account gehackt. Door de werknemer van iemand. Weet je wel? Ja. Dus het wordt opeens een soort van heel perverse datastroom. Waarbij je wel bewust wordt van oké, ja, je persoonlijke informatie is niet meer per se zo heel erg privé. En we gaan er heel erg makkelijk van uit dat als ik jou een persoonlijk bericht stuur, dat dat tussen jou en mij is. En dat betekent helemaal niet dat er spannende dingen in staan of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Ja. Maar op een gegeven moment kunnen al die dingen, al die duizenden berichten, tienduizenden, honderdduizenden berichten die jij in je hele leven hebt gestuurd. Op jouw 40ste, als jij zegt van ik ga de president van Amerika worden. Op een gegeven moment komen al die honderdduizenden berichten komen naar boven. En dan kunnen ze gewoon eentje uitpikken. Ja. Die net even. Ja, ik als ik met zeg maar jongere, meer naïeve mensen spreek. Dan, en zij dus hebben over privacy en dat het niet zo belangrijk is. Dan zeg ik dus ook altijd van. Jouw foto's in je fotoboek, die heb je in je fotoboek. En, maar als iedereen ze mag zien, dan kun je ze ook op je raam plakken. Maar dat, weet je, of op straat leggen. Mm-hmm. Maar dat doe je niet. Nou, je doe je kleren uit dan? Ja, precies. Dat geef weet je pincode dan? Je weet dat je dat niet, dat wil je gewoon niet. Ja, waarom heb je een deur op je wc? Ja, precies. Ja. Ja, dat trouwens. Nou, poep ik altijd met de deur open. Maar ik wou zeggen, het is in ieder geval goed dat het enigszins, dat er gewoon over na wordt gedacht en het enigszins rekening mee wordt gehouden. Zo van inderdaad, er zijn genoeg dingen. Laten we ervan uitgaan dat het heel moeilijk is om er allemaal rekening mee te houden. Om inderdaad iedereen zijn privacy 100% te waarborgen. Maar het is beter dan het gewoon maar inderdaad naïef voor zijn en denken het bestaat niet. Want inderdaad, your dick will end up on Google. Nou ja, op een gegeven moment misschien jouw kleinkinderen worden afgerekend op jouw daden. Snap je? Ze, dus Space Case Partij. Your dick will end up on Google. Ja, stop sending dick pics. Ja. Ik denk wel dat wij in de politiek moeten gaan, Kees. Is goed. En, ga jij dan voor de? Ik ga niet naar buiten, hoor. Ik doe het online. Ik denk dat we het gewoon vanaf hier gaan doen. Oké, vanaf online. We zijn gewoon, we gewoon met onze helm op. Zetten we gewoon iemand in de kamer met wie we dan hebben, die heeft dan een oortje. Mag je een telefoon in de kamer, hè? Ja, mag een telefoon in de kamer. Nou, ik vind in een earpiece wel een goed idee. Ja, maar je kan ook gewoon, ja precies, maar gewoon een koptelefoon. Zodat alle mensen die living in the past gewoon niet eens doorhebben wat er aan de hand is. En dan zitten wij gewoon een beetje hier. Ja. Kijken wij gewoon een beetje die livestream. Is er een livestream van de kamer? Ja, Politiek 24. Ja, dit is er gewoon. Ja. Nou, dan gaan wij daar gewoon een beetje naar kijken. Niet de volledige livestream. En dan zeggen ze... Oké, hey. Beter nog, laten we Hux B. Dirk, laat even weten als je weer boeiend wordt. Ja, oké, cool. Dat is Hux B. Nee. Geert is aan het praten. Oké. Wat zegt hij? Ja, zegt hij. Tell him he's a douche. Geert Wilders, je bent een douche. Mevrouw de voorzitter, als ik even mag. U bent een douche. Ja. Ja. Zoiets. Ja, het lijkt me mooi, maar inderdaad, het is zo, dat is waar ik al tegenaan sta in mijn dagelijkse leven. Gewoon inderdaad, zo van. Alleen als zij dus vertelt gewoon, oké, ik heb eerst die toestemming moeten krijgen en dan nog 10.000 euro, denk ik ook van, ja, het is niet dat ik een bedrijf aan het opstarten ben, maar eigenlijk dus ook wel. Je geeft gewoon, zeg maar... Tuurlijk, maar het is een grote open sollicitatie toch? Open sollicitatie van 9 maanden tegenover heel Nederland. Ja, nee, maar dat niet alleen. Maar als je eenmaal in de kamer zit en je bent politiek aan het bedrijf, dat is toch een open sollicitatie. Daarna ga je werken. Ja, dat bedoel jij, voor het bedrijfsleven sollicitatie. Toch? Ja, nee, dat is het sneuën. Vaak wel. Ja. Je moet even herhalen wat je net zei, denk ik. Want daarom ga je werken bij Shell, dat zei ik. Nee, ik ga niet werken bij Shell, maar vaak zie je dat wel, dat politici gewoon doorstromen naar het bedrijfsleven. Dat is het toch? Omdat ze die gewoon een paar favors hebben gedaan. Dus dan van, oh, hier heb je een hele goede baan. Of je niet eens favors hebt gedaan, maar ik bedoel, als jij minister bent geweest, of niet eens als je gewoon goed oppositie hebt gevoerd, dan heb je, dat is toch gewoon een open sollicitatie voor whatever... Voor bedrijf dat jou kan gebruiken op die manier. Nee. Ik geloof ook echt wel dat er echt... Nou, idealisten in de kamer zijn? Ja, zeker. Wie dan? Nou, ik ken ze. Peter Quint van SP. Nou, daar houdt het wel een beetje op. Oké, dus 1 op de... Wat is 150? Nee. Er zijn er wel een paar, maar goed. Ik wil wel even props doen, Peter Quint. Quinty, props, hè? The boy. Je hebt je best gedaan, man. Hey... Maar Berlijn, kunnen we het even gewoon hebben over iets leuks? Berlijn is leuk. Waarom heb je in Berlijn gewoond? Omdat dus heel veel internetactivisten en klokluiders en... Lekker over de stad gingen hebben. Gezellig over Berlijn. Oh ja, Staan overal van die stukken muur, toch?
Ik ben het is weer helemaal terug in, hè? Dat is weer helemaal hier muur. Muren. Ja, het staat overal. Zo van, hier is een $1 million warenhuis, maar er staat ook een stuk muur bij. Hey, wat ik heel fijn vond... Over de cycle gesproken, het feit dat die stad, zeg maar, weet je, die hele soort van creatieve revolutie die daar ontstaan is na de val van de muur, of in ieder geval, weet je, zo van, over de cycle gesproken, toch? Ja. Ik vond het heel vet dat ik gewoon kon blowen opstaan, man. Dat was het. I just do this. And you understand. Ja, nee. Snap je? Nee, maak even de je punt nee, over maar, de cycle. Hey, ik vond het heel vet dat ik op een gegeven moment was gaan blowen daar. En toen was ik een politieagent daar. En toen dacht ik toch een beetje van, ja, ik weet niet hoe het hier zit eigenlijk. Ja, hoe werkt dat hier? En nou, het was gewoon geen probleem. Yes. They didn't even look... Dat vind ik zo lauw. Dat wist ik dus niet. Dat is sowieso, is dat met eigenlijk... dat heb ik in ieder geval met, laat ik zeggen, de Scandinavische steden en met Duitsland. Kan je gewoon blowen. Weinig politie, man. Oké. Is echt de shit. Nederland is echt een politiestaat. Politie op elke straathoek gewoon. Helemaal beu. En als je dan al een glas bier in je hand hebt omdat je op een terrasje staat, dan ben je gewoon onder lul. Oh, is toch irritant? God. Of je hebt een lichtje niet op je fiets. Dat is ook heel erg. Ja. Maar je leeft in Berlijn omdat daar gewoon... Omdat er weer allemaal... Daar waren allemaal mensen met internet bezig. Heleboel mensen al daar internet aansluiting. Ik dacht, dat is veel romantischer. Van ja, ik wil gewoon even in Berlijn wonen een tijdje. Even gewoon leuk. Nee, ik had oprecht op een gegeven moment... Ik woonde toen 12 jaar in Amsterdam of zo. En ik begon echt wel dat gevoel te krijgen van... Volgens mij woon ik in een bubbel. Woon ik in een bepaald soort van hele specifieke... Ik kan je wel garanderen die bestaat dat wel dat zo die is. Bubbel, ja. Nou, nu weet ik dus donders goed wat die bubbel is. Ja. En heel veel, ik zie heel veel andere mensen om mij heen die niet zich ervan bewust zijn dat ze in die bubbel leven. Nee, en dat zag je ook wel met de verkiezingen, dat gewoon bepaalde mensen bepaalde dingen heel vanzelfsprekend vinden. Ja. Terwijl de rest van Nederland zoiets heeft van, waar hebben jullie het godsnaam over, weet je wel. Mm-hmm. Ja. Dus ik was heel blij dat ik op een gegeven moment een tijdje naar Berlijn was gegaan en ook wel... de dingen vanaf een andere kant had bekeken, weet je wel. En Berlijn is gewoon hele, zeker in vergelijking met Amsterdam. Amsterdam is een super rijke stad. Mm-hmm. En de mensen die daar wonen hebben het niet eens door, weet je wel. En Berlijn is een super arme stad waar heel weinig draait om carrière maken. Ja. Amsterdam is toch een beetje het LA van Nederland, zeg maar. Iedereen gaat daarheen om het te maken of zo. Ja. Ja, ja. Wat dat dan ook mogen betekenen. Dus lopen ook heel veel mensen rond die heel erg doen alsof ze heel wat voorstellen. En dat wordt dus ook de hele tijd van jou verwacht. Dus altijd als ik iemand spreek, dan was het al heel snel van... Wat doe ja, je? Ja, precies. Het wordt van je wel dat je heel hoog van de toren afblaast, zeg maar, of zo. Dat je heel erg, in ieder geval, dat je niet kwetsbaar bent. Dat je, zeg maar, lekker gaat. Zelfpromotie. Ja. En als het niet goed met je gaat, dan is daar dus ook geen ruimte voor. Want dan moet niemand wat van je, weet je wel. Oh, ja. Dus je kan ook niet aankomen met, eigenlijk ben ik gewoon een beetje aan het chillen. Terwijl op het moment dat ik naar Berlijn ging, dacht ik wel van, ik wil eigenlijk gewoon eens een keer een beetje nadenken over het leven. En even kijken wat ik van dingen vind en zo. Wie ik ben eigenlijk in een andere stad. En dan, ik reisde best wel veel. Ik heb heel veel landen gezien wereldwijd. Maar om echt ergens te wonen en echt ergens anders iemand te zijn. Ja. Zonder dat je afhankelijk bent van je netwerk of je reputatie mensen, of zo. Ja. Vond ik echt best wel een belangrijke en waardevolle les. Dus ik zat er een tijdje. En ik heb ook heel weinig gedaan. Ik heb heel veel wandelingetjes gemaakt. Dat is wel echt een goede stap. En al de Nederlanders in mijn leven deden altijd... Ja, wat ben je aan het doen? Ben je aan het uitgaan? Ja, ben je carrière aan het maken? Allemaal heel veel, best wel veel druk of zo de hele tijd. En ik zo, ik ben gewoon lange wandelingen aan het maken. Overigens vind ik dat... Ik vind dat even in de verdediging van Amsterdam. Ik vind dat ik bijvoorbeeld hier in Amersfoort... Is dat ook echt vreselijk. Echt waar. Wat dan? Dat is waar mensen mee bezig zijn. Ik zou durven zeggen dat ze hier misschien nog wel erger dan Amsterdam. Mensen ervaring. In een bubbel leven? Of nee, dat ze willen weten wat je aan het doen bent. Ja. Hoezo dan? Wat is hoezo Amersfoort? Nee, niet specifiek. Ja, ik kom hier vandaan. Daarom kan ik die vergelijking maken. Van, ik weet niet of het ook zo is in Bunnik. Maar in Amersfoort is het in ieder geval zo. Oh. Dat zeg maar hier is het gewoon wel zo van... je doet iets zinnigs als er geld mee wordt verdiend. Huh. Dat is wanneer je iets zinnigs doet. Dus zeg maar... Hey, dit is eigenlijk de opmerking die ik hier regelmatig krijg. Is gewoon zodra je weer eens een keer... Dus, dit wil ik echt op zo min mogelijk Gordon-achtig over laten komen. Als ik dit nu... Oh, schat. Nee, maar als ik dit is hoe het dus hier gaat. Als je gewoon één keer in de Amersfoortse krant staat... In de Amersfoortse krant. Wat gewoon, met alle respect voor de Amersfoortse krant... niet per se super grote prestaties. Want het is een krant die gaat over Amersfoort. Dus
Ze zijn echt blij als ze daar... Je weet toch, als je iets hebt gedaan. Dus zeg maar, dus je staat er op zich best wel in, gewoon, als je iets doet. En dus, maar dan, zodra je erin staat, dan is het gewoon meteen van... Hé, hey, gaat goed, hè? Ja, ik hou het echt bij, ja, gaat goed. Terwijl ze van, ja, maar het ging ook al goed. Het ging daarvoor, daarvoor ook al goed. I've been happy. Al een poosje. Het is wel echt, het is hier, ik vind dat hier meer zo is dan daar eigenlijk. Daar kun je wel gewoon een soort... Daar kan je eigenlijk gewoon best wel een klaploper zijn. Maar als je toevallig wel gewoon goed kan kleden bijvoorbeeld. Ben je nog steeds oké. Ja, het is een verschillende manier voor hoe je het bekijkt. Want het is nog steeds prestatiegericht. Zo van... Ja, maar er zijn meer mogelijkheden. Dus dat spectrum kan is ook zwerver zijn en zeg maar heel... De topzwerver. Ja, 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 maar als je maar doet alsof je heel echt ja. wel ja, exactly. die zwerver exactly. bent. Waar... Terwijl hier is het gewoon wel echt onvergeeflijk. Als jij hier op een verjaardag bent, zeg maar zo in de tijd dat ik dus echt puur muziek maakte, zeg maar. Als ik hier op een verjaardag was, het was gewoon iemand... random, die überhaupt helemaal niet eens luisterde naar hiphop muziek, maar gewoon jou niet toevallig in het afgelopen jaar had gezien bij Giel Beelen, omdat dat het enige radioprogramma is wat diegene luisterde, dan was je gewoon dood aan het gaan. Ja, was ja, het... ja, ja, ja. Gaat niet goed, hè? Ja. Gaat niet goed met jou. Ja. Nee, ja. Oh, oké, okay, wat dan? Ja, bij Giel eerst, als je nog was bij Giel. Zie je nooit meer bij Giel. Ja, ja, ja. Oké, ja. Oké, okay, okay, ja. I'm dying. Ik ben al best wel lang een soort van publiek figuur in een niche. Mm-hmm. Niet per se heel mainstream zo. Maar ik heb ook in mijn carrière van 15 jaar of zo... heb ik echt op de raarste momenten heb ik gehoord inderdaad... Dat het goed ging. Dat het goed ging. Ja. Dat is gek, hè? Of slecht ging, ja, precies. Ja. Ja. Dat ik dacht van, hoe kom je... Ja, ik doe mijn ding gewoon, zoals altijd. Zoals al jaren. Hoezo, hoe kom je daarbij? Ja, ik zag je daar. Oh, ja, oké. Ja, dat is heel gek. Is totaal weird. Nee, maar inderdaad, vooral wat je zegt, kranten, tv, is heel erg, dan hebben mensen, en hebben ze dat gezien, en mensen hebben nog steeds ook weer zoiets van, dat is meteen heel erg indrukwekkend, met mensen hun, in vergelijking met hun leven. Mm. Dat dan opeens, kijk, voor ons kan het wel eens een last zijn, van, jezus, ik moet helemaal naar naartoe. Ja. En ik moet naar de radio, ach, is fucking vroeg. En wij denken alleen maar, niet eens dat het zoveel toevoegt, maar inderdaad, de massa hebben dan zoiets van, wow, je was daar. En dan ja. Voor jou heeft het niks op dat moment letterlijk opgeleverd. Maar ja, mensen blijven daar heel erg vol in indruk. Ja. Dat is apart. Nou goed, maar in Berlijn dus. Ja, daar is iedereen gewoon arm en slecht gekleed. En het is heerlijk. Nou, ik was dus vannacht in... ik was in Berlijn vannacht. En ik was in Berlijn. En ik was daar in Members Club, wat dus vroeger een statiebolwerk was. Dat was eigenlijk de Hitlerjugend zat daar ooit. Eigenlijk was het dus een paar Joden die het hadden opgericht. Dit is een verhaal wat mij verteld is. Maar een paar Joden die hadden daar een bedrijf, die hadden daar een of ander ding zitten waar ze, ging over geld, I reckon. Ik weet niet meer precies waar, maar ze deden iets heel succesvols. Toen kwam Hitler aan de macht. Toen, er gingen de Joden een beetje, die moesten een beetje laag gaan liggen, zeg maar. Dus toen kwamen er wat anderen en toen werd het oorlog en toen werd het een Hitlerjugend gebouw. En toen, daarna werd het een Stasi-gebouw. Daarna was het een hele tijd soort van niet bezet. En nu is het dus eigenlijk een soort members club, maar eigenlijk een soort cultureel, een beetje de hoogste, de topregionen van het culturele Berlijn, van de Berlijn Movement. Zoiets is het nu, I guess. En daar was ik. En over dus fashion gesproken, daar waren dus... Ik heb me daar echt zitten vergapen aan die mensen. Dat was echt top. Dat was echt top. Ik zat dus met een guy die origineel uit Amsterdam komt. En die woont daar. En die kent dus iedereen, Lee. En die kent dus daar allemaal mensen. Oh, die DJ. Ja. Ja, Lee, ik ken Lee. Ja. En die kent ze allemaal. Hey, op een gegeven moment... Toppertje. Oké, Lee, sorry als je dit luistert. Sorry, ik ga dit verhaal gewoon vertellen. Maar we zitten op een gegeven moment zitten wij buiten in een soort de rookruimte van de Members Club, een soort balkon was. En we zitten daar gewoon te chillen, wijntje drinken, bla 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 bla. Er komt ineens een chick, een Duitse chick, een jonge chick, die dus blijkbaar, zij was ook artiest, is artiest. En dus zij komt en Lee zegt van ja. Dus zij heeft een poosje geleden gewoon, was in de club en toen had ze haar titel laten zien. En die chick zo, dat had ik laten zien. En ik zo, wow, oké, ik weet niet precies waarom dit ineens aan de hand is. En er was ineens aan de hand. En ik dacht dat we gewoon, oké, cool, we zijn een soort, weet ik veel. Het is gewoon een soort van interactie, geinige interactie of zo. Ja. En dus ik zo, oké, cool, ik ken ook mensen die gewoon minst of gering zijn piemel laten zien. Mensen ken ik ook echt.
Kan niet vertellen wie het is, maar het is Vincent Reinders. En op dat moment... Hij werkt bij de radio. Ah. Hij laat iedere zondag bij de Afro-Tros, of zijn niet? Piemel aan ons zien. Ah, ja. Fans van de radio. Fans. Je kent fans toch wel? Ah. Fans van de radio. Vincent Reinders. Die met mij een radioprogramma. Hij laat altijd zijn piemel zien. Ik kan me dat niet voorstellen. Je kunt tegen hem gewoon zeggen van... Hoe is het eigenlijk met je piemel? Fop, laat hij zijn piemel zien. Dat is gewoon wat ik hij ga dat, je snapt dat ik dat wel ga proberen. Dit moet je ook proberen. Ik hoop ook... ik hoop ook het is heel weird. Het is echt heel weird. Hij heeft een soort drang om zijn piemel laten zien. Okay. En, maar is hij ook mooi? Gewoon wel, is het wel iets om trots op te zijn? Luister, dit is hoe ver mijn... dit is hoe ver mijn homofobie ingeperkt is. Mijn homofobie is ingeperkt tot dat ik zeg maar begrijp... dat een piemel ook gewoon een fysiek stuk orgaan... is een orgaan. Dus een piemel is ook gewoon een orgaan, net zijn vinger. Mm. Dus hè, als jij kan kijken naar de vinger van een man... kan je in principe ook kijken naar de piemel van een man. Okay. Maar, en dit is waar ik de grens trek... is wel dat ik niet wil oordelen over de esthetische waarde van de piemel van een man. Is gewoon omdat ik gewoon denk van... er zijn nog wel gewoon dingen die we gewoon lekker... waar we gewoon nog wel een beetje van kunnen zeggen van... ja, dit is gewoon niet mannelijk om te doen. Het is ook je collega. En ja. ik waardeer hem, maar ik wil zijn piemel gewoon niet waarderen. Je encrypt die data nu voor ons, zeg maar. Ja, dit is even een... Zijn ja, piemel is encrypted. Nou, privacy data. Is dus ook niet alleen voor die persoon, hè. Het is ook voor de mensen om die persoon heen. Sowieso. Sowieso mogen jullie dit niet doorvertellen. Okay. Wat ik nu net heb verteld is, over hem. Is goed. Dus ik zal niet, ik zal maar ik dacht dat we dat aan het doen, ik dacht dat we dat aan het doen waren. Dus ik zei gewoon van... ik ken ook iemand die het piemel laat zien. Oh, ja. Overigens niet aan iedereen, hè. Aan ons specifiek. Ja, dus ik heb hem nog nooit gezien, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik ken hem ook best. Ja. En toen deed dat meisje deed zo. It's a very serious. It was a very serious night. I was clubbing en bla bla. En ineens begon ze een heel soort van een crazy ass verhaal. Dus jij hebt het nu net over mensen die arm zijn en verder en niet en wat zijn er ook weer nog meer? Zijn niet zo heel goed gekleed. Niet zo heel goed gekleed. Hm. Of niet gekleed. Nou, ik weet niet. Ja, zij waren echt... ik had gewoon... Dit waren echt straight up... ik heb in Amsterdam nog nooit zo... meegemaakt dat iemand zo extra was als deze chick. Maar wat was het punt precies? Waarom had ze... Dus toen begon straks een monoloog af van een half uur... Ja. Over hoe dit een van de meer beschamende momenten in haar leven was geweest. Oh. Maar ze vertelde het echt met een soort van... Met een soort serieuze noot waarvan ik echt dacht van er is echt niks aan de hand. En ik zat naar Lee aan het kijken en ik dacht gewoon van, is gewoon niks aan de hand toch? Even voor duidelijkheid. Zij is toch totaal tripping balls right now? En hij keek gewoon naar mij zo. Ik heb geen flauw idee waar ze het over heeft. Ik heb tot voor kort dacht ik gewoon echt dat wij, ik heb haar, dit was, hij had haar één keer ontmoet. Dit was die ene encounter. En zij heeft een half uur monoloog afgestoken. Oh, maar had die monoloog een beetje te maken met hoe zwaar ze het had? Ja, dat, nou ja. Dit is dus inderdaad weer Dit is waarom Space Case en ik beste vrienden zijn. Dat is wat wij dus meteen eruit halen. Is dat zij het zwaar heeft. En dat heb ik in Amsterdam ook wel. Daarom ben ik heel vergevingsgezind tegenover de Amsterdammer. Over het algemeen. Mm. Als ze extra zijn, denk ik altijd van... Het is ook zwaar. Kom eens, je moet je verantwoorden tegenover alle andere toppers. Ja. Is ook zwaar. Ja, is zwaar. Een van de redenen dat ik wel blij ben. Dat ik niet in Amsterdam ben. Ja, precies. Dat is moeilijk om zeg maar dat... Maar ja, inderdaad. Ik hoef me te verantwoorden. Ik heb niet het gevoel dat ik me hoef te verantwoorden. Want in Amersfoort kun je in principe gewoon op een verjaardag 2000 euro op tafel gooien. En dan ben je gewoon cool. Is iedereen klaar met je gewoon? Oké, cool. Je hebt gewoon een soort basisinkomen. You good. Nou, waar is de worst? En dan gaan we gewoon worst eten met z'n allen. Is iedereen gewoon cool. Je hoeft niet ook nog goed gekleed te zijn. En goed te ruiken. En net naar de kapper te zijn geweest. Dat is allemaal niet per se heel erg belangrijk. Ja. Ik denk dat het einde is van Wilde Haren, de podcast aflevering 7 met Ancilla van de Lees. Mag ik nog wel even toevoegen dat ik gewoon Rotterdammer ben? Belangrijk. Maar ben je geboren in Rotterdam? Jazeker. Nee, je zei net België, toch? Wat was waarom, doen eerste... mensen dat, waarom doen mensen dat uit Rotterdam? Dat is één ding wat ik vervelend vind aan mensen uit Rotterdam. Is dat als ze dan eenmaal zeggen dat ze uit Rotterdam komen, dan ineens komen ze ook helemaal uit Rotterdam. Ja. Dan zeggen, kom jij uit Rotterdam? Jazeker. Dat zei ik helemaal niet. Jawel, dat deed jij nu ik net. Deed. Echt waar? Ik ben echt een beetje trots. Als ik dat echt deed, ben ik echt een beetje trots op mezelf. Maar kom je uit de stad ook echt? Jazeker, ja. Mijn familie is Belgisch en ik ben deels in België opgegroeid. Maar ik ben wel echt een geboren en deels getogen Rotterdammer.
Oh ja, je bent geboren echt. Voordat mensen nu dus deze podcast afsluiten en dan denken dat ik dus een soort van Amsterdammer ben of zo, daar zou ik wel moeite mee hebben. Het is ook veel cooler om als Amsterdammer nu in Rotterdammer te zijn, toch? Of zo, heb ik begrepen. Rotterdam is helemaal de shit, toch? Heb ik besproken. Nou, ook ik in Amsterdam. Net, nou, ik zit dus net uitgebreid Amsterdam af te zeiken, weet je wel. Dus daar wil ik nog even dan aan toevoegen. Dat is natuurlijk omdat je mijn Rotterdammer bent. Ja, precies. Ja. Dus mijn perspectief daarin is niet helemaal objectief. Dat moet ik gewoon er even oh doen. Ja. Dat was het punt. Voor mensen die denken, Amsterdam is echt een top. Ja, yeah, we love every city. Het is gewoon, elke stad en elke ding heeft zijn eigen trekjes en nukken. En, sommigen gooien gewoon een piemel uit een broek. Misschien, ja. Oh, ik heb het gevoel dat ik vanavond een heleboel dingen heb gezegd waar ik spijt van krijg. Ja. Dit wordt geïso'd. Dit wordt een ISO van gemaakt. Ja. Wat is dat? Geïsoleerd geluidsfragmentje. Oh ja. En dat wordt eindeloos. Ja, dat heb ik dus zelf onder controle. Dat heb ik dus zelf onder controle. Nee, dat heb je niet op internet. Oh, nee, zo werkt dat niet. Ja, nou, we kunnen het nu nog afhalen. Dat een ISO een CD-image was, zeg maar. Zegt dat je ook iets? Nee. Oh. Nee. Ik dacht dat het gewoon is dat je, zeg maar, dat je dan is ook dat zo, je toch, dan, als jij aan iemand uitlegt, ik eet mijn ISO. En dit is de tweede ei-grap die ik maak vanavond. Alleen de andere ei-grap was toen we nog niet live waren. Ah, daarom. Nooit meer praten voordat we live gaan, oké? Okay? Er liggen echt te veel jewels daar gewoon in het niets. Niet om geïndexeerd te worden van de internet. Oké, nou, dames en heren thuis, als u nou vanavond heeft geluisterd naar Ancilla van der Lees en denkt bij uzelf van, nou, die kan ik wel gebruiken in mijn bedrijf, zoek er dan even op LinkedIn. Nee, doe het niet. Oh, sorry. Niet Google, nee. Oké, als u Kees van der Assem vanavond heeft horen praten en denkt van, goh, wat een man met inzichten en ook nog wel redelijk goed gezichtshaar, dan zoek hem op LinkedIn. Zit je op LinkedIn eigenlijk? Nee, ze hebben fuck LinkedIn. Ja, fuck LinkedIn. Ik wil dat ook helemaal. Maar ja, maar dit kan ik gewoon zeggen omdat ik omdat ik niet hoef te solliciteren bij een bedrijf. Ik ben gewoon artiest, dus dan ik ga niet wat. Ik sta op LinkedIn om bij een ander label een soort van aangenomen te worden of zo. En ik vind het gewoon, ja, ik ben er niet afhankelijk van, dus het is niet iets. Ik heb LinkedIn niet nodig. Je hoeft dus het niet te doen. Ling. Dus ik wil ook weer niet zeggen, straks klinkt het weer. Alsof ik echt maar jij haat. Krijgt daar ook berichtjes van. Jij krijgt er ook berichtjes van mannen, hè? Vieze mannen. LinkedIn is heel erg. Ja, hè? Dat is echt heel erg. Dat is een nieuwe. Erger dan Facebook? Ja. Dat is een nieuwe manier. Namelijk, in je basentijd kan je dus gewoon op LinkedIn gaan. En kan je dus doen alsof je aan het werk bent. Terwijl je eigenlijk gewoon chicks berichtjes aan het sturen bent. Het is gewoon een soort Tinder geworden. Kijk, het is een soort Tinder. Het is echt Tinder. Hey, luister. Again. Dit is wat er gebeurt. Dit is de cycle. Op een gegeven moment wordt alles gewoon Tinder. Ja. Oh, ja. Everything goes back to Tinder. Ja. We willen allemaal voorplanten, weet je wel. Sterkste. De Space Case Partij. Alles is Tinder. Alles is Tinder. Uiteindelijk gaat het om de beste dingen bij elkaar te voegen. Ja. Ja, ik wil wel swipen, maar ik wil niet geswiped worden. Zit je op Tinder eigenlijk? Nee, want het is van Facebook. En ik had niet zoveel zin om mijn seksuele voorkeuren door te geven aan Facebook. Sorry. Is het nou niet vermoeiend voor je allemaal? Nee, maar ik swipe het is gewoon een beetje op Twitter. Oh, dat kan ook, natuurlijk, ja. En dat hoeft dan niet per se. Dat je swipet op Twitter. Ja. Oh, daar doe je gewoon imaginary. Je doet een imaginary Tinder op Twitter. Is dat wat? Nou, luister dan. Je hoeft niet echt op Tinder te zitten om. Nee, dat snap ik. Zeg maar. Nee, dat begrijp ik. Ik begrijp het ook. Okay. To get jiggy, weet je wel. Bij wijze van, snap je? Nee. Zo, je moet deze beweging nog even erbij maken. Hey. Ja, dat. Oké, okay, cool. Wilde Haren, de podcast. Dankjewel, aflevering 7. Tot de volgende keer. Love you guys.